The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik am here at the end of the het As ergens over moet gaan, send the message! Not the face! Glimmer's on the gun! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA en vooral welkom bij deze tweede editie van Sunday Roast. Eten, drinken en oeverloos uit onze nek lullen met goede vrienden is de boodschap. Een lach en een traan, diepgang. En heerlijke oppervlakkigheid. Spijs en drank, trauma's en triomfen. Het zal allemaal waarschijnlijk niet aan bod komen. Daar hebben we uiteraard goed gezelschap voor nodig. En we kunnen ons geen beter gezelschap voorstellen dan Antwerpen's beste komische duo sinds Gaston en Leo, Angel Redondo en Toon van Ekert, beter bekend als YouTube-sensatie. Kurk Droog. We worden ook nog vergezeld. Maar dat was een heel moeilijk woord daar, Alex. Van onze mysterieuze stagiaire Marijke. Welkom, Marijke. Ook ja, zo goed gaat het bij ons. Maar wat gaat het worden vandaag? Ah, Spirit Sword, Women's Wound, and Gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh, hey, gentlemen. Voor de mensen die weten uit welke film dat komt, krijgen jullie van ons een lege envelop met niks. Hallo allemaal en Hallo. welkom jongens. Alles goed? Ça va? Ja. We hebben hier allerlei uh, Spaanse lekkernijen staan zie ik al. Mm -hmm. Ja, dat is van die Spaanse roots van u hè. Ja. Toon. dat is uh, van Ekertos, Van Ricardo Eker Eker van, <laughs> van <Bambelona>. Antonio. <laughs> Antonio. Antonio van de You are ready for everything. Wat was dat er allemaal aan gel eigenlijk uh, ze ah, ik als pure Belg moet het dan zeggen. Ja, gij uh, moet dat ja. gij moet. Ik gel ze missen mensen niet weten want uh, Vertel eens even, uh, wat is de route? Zeg. Ik weet dat je Spaans bent, maar vertel eens van welke kant. Uh, dus ja, mijn papa is, uh, is volledig Spaans, uh, de mama is uh, Vlaams. Uh, mijn grootvader was oorspronkelijk uit het zuiden, Cordoba, dus uh, mm -hmm. van Andalusia. En is eigenlijk uh, met de crisis daar, uh, ik vermoed in de jaren 30, 40, eerst naar het noorden getrokken. Die hebben zich dan genesteld in uh, Catalonië, Barcelona. Barcelona, Barcelona. Barcelona. En daar zijn eigenlijk ja, mijn ouders en mijn onkels etcetera, uh, geboren. En omdat het nog zo rampzalig was uh, in Spanje, toen zijn die, ja, is hij eigenlijk als gastarbeider eerst in Limburg terechtgekomen. Maar omdat mijn uh, grootvader ook zegt: ja, Wat is dat hier allemaal? Toch maar naar Antwerpen gekomen. <laughs> en zo zit ik hier eigenlijk. Dat is een beetje zo heel kert. Hoe uh je -huh. hier bent gekomen? En beschrijf de Le eigenlijk, want de Le is ook een klein fenomeen hier. Gewoon oh, fenomeen, ja. ja, ja, ja een Spanjaard, kwaad voor alles, uh, altijd heel lot. Uh, <laughs> Nooit niks te rustig, ja. Zo, ja. Um, de, de beste momenten zijn dat hem kwaad is, dus hmm. bekend altijd. <laughs> Jij uh, vertelde dat aan mij, dat jullie samen uh, voetbal kijken. Dat ja. dat het enige is dat jij... Uh, dat dat is dat, dus de enige keer dat jij eigenlijk echt naar voetbal kijkt. Ja, liefst dat niet. met je hem. pa. Liefst en dan... Uh, en dan, en dan, gij zo weet van, soms kom ik binnen, ben ik al wat later, en dan is hem al vol een bak kwaad. Of dat hem al kwaad wordt vanaf het moment ja. dat de aftrap begint. Ja, basically. dat is zo... Dat is ongelooflijk. Maar je kan dan bijvoorbeeld... Hé, de aftrap is gebeurd. Er staat op die klok... Vier seconden. Jo, als je zoek al spelen, dan rolt die niet binnen, hè? Hoe kent dit? Ja, zo van die dingen doet in altijd. Die kent nou to toch niet, schotten, hè? Die missie. Uh, Hij no, so, dus, yeah, is waans niet. Ja, zeven ballen, Nee, Van Manu, je kent die niet, schotten. hè? Dus ja, daar kun je onmogelijk mee discussiëren. Is... Uh. Maar dat is ook wel grappig. Ja. Uh. Maar eet hij dat accent? Spreekt hij echt zo? Je spreekt, die spree spreekt, die heel spreekt plat. eigenlijk accentloos Antwerps. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. die is, is hier uh, ja, verzeild gerokt. Toen hij vier, vijf jaar is. En ah, het is okay. nog zo de, de Rugged 70s. Hè. Dat was nog echt zo. Ja, die is altijd op het zuid gewoond. Zo, uh, de, toen was dat nog niet het zuid van nu. Dat was heel, ja, heel arbeidersgericht. Heel plat. Heel, ja. uh, dus die ja, een combinatie thuis, Spaans en uh, ja, ne Nederlands praten kan hij. Ja, die praat Nederlands, maar. Heel plat, ja. ja. Heel plat. Ja. Dus vandaar dat je het heb, uh... Spreekt hij eigenlijk nog Spaans? Nee, en, ik ken heel goed uh, um, vloeken. Oké. Okay. <laughs> omdat als hem echt kwaad is, dan is het in Spaans te doen. Ah, ja. Dan, omdat dan gaat dat zo echt naar de roots. Precies zo. Dan, uh, dus ik ken heel goed vloeken. En oh, ik ben ook altijd wel um, jaarlijks gingen wij vroeger naar Spanje. En dat was dan wel een maand hmm. meestal. En. Ik dacht, ja Engels pff, dat kunnen nog niet en die gasten mijn neef mijn nichten daar konden ook geen Engels dus daar heb ik wel heel wat opgepikt maar ik spreek ja zo wat illegaal Spaans denk ik dat ja. zo die, die constructie dat, dat klopt niet maar ze verstaan me wel en geef die, geef eens een voorbeeld van zo'n vloek want nou wil ik het wel weten natuurlijk wat vloekte ga je dat doe je dat ook in nee. andere omstandigheden nee. ik of alleen nee. dan nee nee, nee ik, hij doet dat hè. ja in het verkeer of, of voetbal dat zijn zo wat de grote uh, momenten <laughs> dat hem in het Spaans begint zo. De twee uh, V's. <laughs> ja, ja. ja, misschien nog een andere V, maar daar weet. we niet ja. Daar wil niet te veel van weten. Ja, oh, ja, tuurlijk. We weten direct over wat het hier gaat. Ja, ja. uh, Mecca o is ik uh, in de melk. Ikak in de melk. <laughs> ja, maar, ja. Oké. Okay. Ja, Zoet of toch in de noord. Ja. Uh, Gelipoja, uh, dat is eigenlijk, ja, dat is vrij vertaald uh, klootzak. Ja. Uh, ma ja. Mar Maricon de playa, uh, zo van die toestanden. Dat is het oude, het oud-Vlaamsche strandchanted, uh, voilà. is ja, Maricon de playa, ja, ja. Ja, okay, zo van die toestanden. Ja, zo ja. Ja, oude Antwerpse spreekwoorden. Dat is ook maar mekago laletje, dat is echt wel ook al heel oud, ja. Ja. want dat zei mijn grootvader ook nog altijd zo. Ja toen dat er waarschijnlijk ook echt nog in de melk gekakt werd als <laughs> Ik iemand echt kakt, niet, uh, wat... ja. ik dacht gewoon dat dat chocomelk was eerlijk gezegd <laughs> <laughs> dat ik daar kreeg maar, uh, and yeah. that was the beginning of netquick <laughs> <laughs> wat heb je eigenlijk van, uh, van uh, delicatessen ja een beetje zoals de de, de de traditionele standaarden voor mij althans yeah. um, ja chorizo alsjeblieft uh, en voet Sorry, sowieso voor de iets spicy uh, lovers, maar ja, ook wel. Heel... Hey, al deze dingen gaan ondertussen gekend zijn hier wel. Mm -hmm. hey, dus, uh, vroeger, ik weet nog goed, in de, 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 de jaren 90 had ik jong was, dan waren deze dingen nog niet gekend. Dat je dat dan meenam naar het school in mijn brood. Wat hey, is dat allemaal? We, we gaan mm -hmm. naar bij. Hey, dus, uh, hey, Manchego is voor mij althans de beste uh, Spaanse kaas dat er is. Schapenkaas, als ik, het mij, niet, uh, mm -hmm. als ik mij niet vergis. En dan jamon, dat moet er natuurlijk ook altijd zijn. En uh, Andries, je hebt u uh, zelf overtroffen, super. Uh, je hebt echt uh, ja, topmateriaal bij Iberico. En in deze, ja, dat is een merk dat ik zelfs niet ken, maar volgens u. Uh... Ja, ik zie dat de Spaanse. Uh, dus ik heb met Angel afgesproken, pak pakt dit mee. Spaanse supermarkt. Ik had er nog nooit van gehoord op de Boomse Steenweg. Ja. En gedacht dat er veel winkels op de Boemse Steenweg zijn, dat, dat blijft toch een, een soort magische plek, waar dat je elke keer nog nieuwe dingen vindt. Want ik ben er honderd keer voorbij gereden. Dat is zelfs niet klaar. Fantastische vent. Een, een magische plek die de Rutsi is: de weg naar de hel. Sowieso. Dat is zo dat ik maar. mijn eigen al te teambeeld als Chris Ria het nummer Road to Hell zingt, dan zing ik zo de Boemse Steenweg. <laughs> Ik ja. weet niet waarom. Nee, <laughs> nee uh, maar het was wel, wel een coole uh, supermarkt. Spaanse supermarkt, absolute aanrader. Want vond dat wel zo als je er binnenkomt, die aankleding voelt ook ja, ja, Spaans dus Je stapt echt Spanje binnen eigenlijk zo'n mm -hmm. superritje. Ja. Maar we gaat nog iets tijdens bij me in de al op mosseltjes. Mosselen, mejjones. Ja, Mechillones. Dat klinkt wel Ja, ik vermoed door. hier ja, dat ding is er al vanaf. Eh uh, het is een de, de etiket, ja, olijf mm -hmm. mag niet ontbreken uh, uh, ja, mosselen. Hè. Je hebt dat in, in, in duizend uh, verschillende uh, soorten. Maar ik denk dat je de natuur hebt. Ik, ik heb het er al afgenomen, ik weet het zelfs niet. Uh, volgens mij is dit de natuurvariant. Maar, ja, ja hij zei van, uh, goden ze, goden ze bakken en koken, ah, ja. maar ik dat dacht, vind ik ook beter. maar ik had geen zin om uit te liggen, maar hier bakken en koken, dat is misschien uh, een spreekwoordelijke bakken. stap. Dat is een latere, of, dus. dat is een latere stap. Ja. dat is eigenlijk... Uh, <laughs> dat is voor als we die een barbecue weer installeren volgende week. Ja, er is nog wel wat plots. Ja, <laughs> is de, de? De Toon is de praktische man, de Toon. Uh... <laughs> ik <regelde. laughs> gebakken mossels, en nooit licht natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dat zijn van die typische tapas hè? Ja. ja. Maar ik vind dat wel. Ik moet wel zeggen, um, ja, ik eet graag dat soort geheim, maar ik kan ook graag naar Spanje voor te eten. Ik vind dat wel op alle vlakken tof, een toffe ja. keuken. Dat is absoluut zo. Mm. Gezellig. Nou, ik, had ook zo, ik, heb, ik heb een Spaanse onkel, mijn Peter komt eigenlijk uit Spanje uh, Antonio Peraba die kwam ook uit uh, Barcelona oh, serie, en uh, als kind bracht hij en ook als je dan naar Spanje ging bracht hij ook zo dat stuf, soort stof mee maar ook zo, hey, zo uh, olijven mee anchovies in ja en, zo, en ja manchego herinner ik, ik me ook maar die had ook altijd zo van die uh, van die Spaanse zandkoekjes zo kinderen zo van ja. die, ja, dat zijn zo van die typische koeken uit, uit Spanje die zo heel, uh, ja, het ding aan typische Spaanse dingen is natuurlijk ook, uh, uh -huh. Spanje is uiteraard een groot land en er zijn heel veel streekgebonden dingen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld in, in, in Baskeland tapas vraagt, ja. gaat dat helemaal anders zijn dan in ik zeg maar niet Valencia ja helemaal anders ja andere accenten ja, pinchos en uh, dat is ook al dat heet ook al anders oh. <laughs> Voilà, dus dat is dat, is, dat, dat is het wel hè? want dat je dan zegt van ja ik heb hier dit super typisch Spaans maar dat zijn dan dingen die ik nog nooit van mijn leven heb gezien bijvoorbeeld Maar dat ja, dan ja. van het zuiden komt bijvoorbeeld of of whatever of uh, of churros is bijvoorbeeld in één deel van Spanje mega populair in de andere denk ze dat is niks voor ons dus. En in Mar is gewoon Burger King of zo. Pita, ja is Niet echt traditioneel Spaans te noemen niet meer. Want je op tour zijn tourtourjes, hè, Lorritamar. Ja. Op tour, op tour, ja, world tour. We zijn er gaan draaien. Ja. En wat wat draai je eigenlijk, Beethoven, klassieke muziek. ik vind we moeten jeugd toch wat bijleren. Dat is wel waar ja het is dat is wat is zijn ja round allround partymuziek hè dan kunnen dat de beste en waar moest ze gaan draaien wat moest ze doen was dat zo'n was zo'n discotheek ja dat was een discotheek ja in hoe noemde we dat weer ik zijn de naam vergeten ik ook onvergetelijk ja gewoon dat was een discotheek Dan moest je s avonds draaien op een feestje zoals DJs doen eigenlijk en dan uh, ja, dat was het. In? En dan hebben we er wat op het strand gezeten. Veel, veel en, uh, Russen. Nee, dat viel mee. Want oh, dat okay. was nog wel in die corona periode. Was nog ja. vrij rustig. En ook uh, na dat feest stond de guardia civil er direct om iedereen van de straat te halen. En uh, ja, dat is niet een Belgische politie die zijn nogal direct zo redelijk in uh, Comba combat mode combat mode en van uh, <laughs> fuera, uh, Ja, ja. Okay. En dan? Ja. Dan wordt de knuppel al eens de waar bovenop. Dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. Dus, uh, yeah. maar ik, ik had dat veel rampzaliger verwacht, Jorit. Maar ik dacht echt, het was de eerste keer dat ik er naartoe ben gegaan. Ik denk, ik ben nu uh, dik boven de 30. Let's go to Jorit. Uh, maar het was eigenlijk veel rustiger dan ik had gedacht. Waarschijnlijk ook door die corona. Maar uh, ja, we hadden ook gekoppeld aan een familiebezoek. Dus we waren eerst naar mijn familie in Barcelona gegaan. Dan is dat wel 45 minuten rijden door Joret. en dan terug. Dus dat was eigenlijk wel een, een leukje. Uh, ja, ja, ik leuk. vond dat echt kut. <laughs> Joret? Je spreekt dat ook als Joret. Joret is uh, Joret. Ah, okay, en een cool. V is een B. Hè. Dus het ja. is Valencia. Valencia? Ja. ja. Dat is okay. ook hè, Mallorca, niet Mallorca bijvoorbeeld. Ja, ik weet, maar ik heb het ook altijd wel een klein beetje zo van die mensen die er niet van komen, die dan zo te hard die uitspraak doen. Ik kan ook Barcelona. So. <laughs> ja, want we zijn dan naar uh, Bayadolid geweest. Ja. Een beetje raar, hè? Ja, dat is zo. Yeah. Yeah. Yeah, mm. try, try hard. Dat is gelijk Tenerife he, zeggen in plaats van Tenerife. Ja. Of, so, of, maar ze oh. zijn ook op Tenerife geweest. Je mm. hebt dan bijna goesting om tegen die mensen, als die daar Tenerife he, zeggen, te zeggen: het is Tenerife vriend. Ja, <laughs> <laughs> <So, laughs> ja, <had> ja. Of, <laughs> <al, laughs> <laughs> of zo mensen op Thijs Rand Vermaad. Hal! Ja, ja. Pat kraal. <laughs> ja ja we weten bedoel? het. Je zit er al drie keer geweest, mm -hmm. Zo dat. Dus mensen die hun best doen, had jij. Ja, nou, dat is overdreven. Zijn er bij Jaloers misschien aan de rijs? Waarschijnlijk is, is dat, is is dat, altijd, al... dat is altijd de route van alles. Maar. <laughs> Ik vond wel Loretta, maar ik vond dat wel. Um, want dat is eigenlijk qua streek. We hebben er ook eens toevallig in de buurt gezeten, een, een vakantie. Mm -hmm. En ik vond dat, dat is op zich een heel mooie streek. Maar het, 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 het stadje zelf of zo. was ja, gruwelijk. Ja, schuwelijk. Ik vond ja, dat een beetje. Net, zin, net niet. Ik bedoel, het is niet. als het dan toch crazy moet zijn, is dat niet crazy genoeg? Ja, maar dat is zo de. de de haven voor 16 jarigen hè? Bedoel, is... Dat is gewoon discotheken en pizza zaken hè. Mm -hmm. En een stra aan een strand, Een het We strand. by the way? Steentjes. Wat ja, een steentje strand dan nog. Dat is ook goed als je zo die DJ namen er staat, dat is ook zo blast from the past. Zo, zo Gigi D'Agostini, die had daar zo daar <laughs> dus... nog headlined. En waar dan hè? Dat is <laughs> Er is daar nou, nou, wat dat dus tussen, nou, 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 nou. op het de, de laatste hoop <laughs> uh, festival. De laatste hoop ja. We kunnen wel doen dat dat er ook altijd vielen was. Dat als wij zo naar beneden reden van dat huis waar wij zaten en je moest door Loret, even, of hoe zeg je het nu weer? Jarre de Mar. Dat je dan zo stond aan te schuiven omdat dat centrum altijd mega druk was. Ja, dat is gewoon de plek van die, van die, van die streek. Hè. Ja, ja, wat? Toen wij er waren was eigenlijk alleen België bekend dat er waren. Heel veel. Zo. Ja. 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 Bij ons waren dat veel Russen, dat weet ik nog. Dat is zo massa's um er was zelfs, denk ik, nog iets gebeurd toen wij daar waren. Dat er zo'n gast in een nachtwinkel was. Uh, was uh, echt letterlijk doodgetrapt door een paar Russische gasten. Die zo. Ja, dus... Op een zotte avond weg waren zo Dus je voelde wel zo. Hmm, aparte ja. sfeer daar. <laughs> maar, maar is dat leuk als je er rondgaan? Is dat wel. Uh, is dat cool? Want dat DJ. Dat begint wel aan het lukken. Mensen kennen natuurlijk van de, van de memes. en van... Uh, want dat is ook, op twee jaar is er eigenlijk wel. De laatste ja, keer dat je hier waart, is dus exact later. twee jaar geleden. Hè. Ja, 17 februari 2020. Het is een andere wereld, hè? Het geldt mm. ook wel uh, even moeten uh, ja, zeggen, uh, Van Vitesse nog... veranderen. Ja, absoluut. Er was toen uh, wel sprake van corona, maar Dat was toen nog. Dat ding ver weg. Dat ding in China. Dat ding in China. Haha, who cares. Ja. En dan. Uh, het ding is bij ons natuurlijk, ja, onze content was uh, gebaseerd op ja, straatinterviews en vooral... DJ-optredens. Ja, en dat is vooral contact met mensen. En laat dat nu net niet meer kunnen ineens, met heel die corona. Hè. Dus, mm -hmm. dus eigenlijk, heel onze ballgame was uh, op een bepaald moment weg, op heel, mm -hmm. uh, uh, ja. binnen de korte keren hop. Dus oké, okay, moesten wij wel even nadenken van, oké, okay, wat moeten we hier gaan doen? En dan zijn wij uh, ja, uh, op die meme-game uh, beginnen spelen. Uh, want we hadden toch, ja, we moeten een beetje de, 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 de voling met, met het publiek houden. En <laughs> dan denk je, ik was er toen al wel mee bezig met die autovideo's, met die, uh, auto die sketchjes, en heb ik dan ja, wekelijks proberen te doen. Uh, ondertussen is ook Abdel Padel geboren. Uh, Gianni, de choreograaf, is, is er ook. Uh, um... Gianni, de choreograaf. <laughs> die heb ik nog niet gezien. Ja, die, uh, ja, voor de liefhebber, de fanprover, is Gianni, de choreograaf ook uh, mm -hmm. uh, een optie. En ik, uh, ik ben nog mee iets in mijn hoofd bezig, maar dat is voor later. <laughs> um, en en dat, het jammer bij dat DJ was wel, we hadden het gevoel van hey, we waren er het jaar ervoor mee begonnen. En ja, we, in principe we hadden we wel vroeger iets gedraaid, maar wij we kenden, we kenden er wel iets van. Maar je moet toch altijd zien, oké, okay, wat is een act, wat doen we? Ah, zo, dat voelt goed, la la. En we hadden het gevoel, ah ja, we hebben uiteindelijk zoiets gevonden, nu kunnen we het jaar. Het, het, het bevestigingsjaar gingen we eigenlijk ingaan, hè, want mm -hmm. we werden teruggevraagd op bepaalde plekken en, oh ja, dat is goed, hè, wil zeggen dat, dat dat goed was. En dan komt die corona, dat boom. Mm -hmm. En nu zitten we terug zo precies van, allee, terug wat in gang trekken. We hebben wel een naam tussen naamtussenakjes, maar ja, jullie gewoon dat ook weten. Je moet performen, hè. je moet. Er mm -hmm. wordt alleen maar beter door en dan, dan, mensen willen nu terug en mensen zien u ook vooral. Dat is ook vaak dat we hebben gehoord als we ergens moeten komen. Ja, we hebben alle daar gezien en dan hebben we alle geboekt. Ja, voilà. maar nu krijgen we nog veel te vaak van, wat doen de golle juist? Wat is dat? Kom de golle grapjes doen? Komt de golle dj? Dus het makkelijkste is dat je het gewoon laat zien, en dan, dat willen wij ook. Dus ja, maar hopelijk zitten we een beetje... En in Loretta Maar eigenlijk? Hebben eigenlijk grave dingen meegemaakt? Foute dingen meegemaakt in Loretta Maar? Nee, het enige is dat we niet meer terug mogen. We mogen niet meer terug. Er waren klachten. goed hè, Waar waren de klachten? Geen idee. Dat is helemaal echt waar, dat is, ik weet het. Ik zou echt niet kunnen weten wat dat zou kunnen zijn. Ja. Is dat gewoon een soort muziek dat je gebruikt hebt dan of, uh... Nee, ik denk niet dat het over dan echt ging. Het ging over... We hebben we wel naakt <laughs> Ja. Maar als we daar al, al niet meer, mee, dan al met... niet meer tegen ja, kunnen komen Ja, man. Wat Allee. Wat tijden, Maakt het, nou, de Hitler grotoon voor je begint. Is dat nou zo waardig of wat? Ja, vind, vind ik ook. Belachelijk. He, en platen switchen met uw nakel. Vind Belachelijk. Ik ook, snap niet waarom, waarom dat al. Ballen op de gevraagd, Ongevraagd vrouwen aanraken. Mag ballen, niet. Ballen op de crossfader is wel een goede <laughs> ballen man ballen op voor de crossfader. Een, <laughs> een dat is een DJ nieuwe mixtee. <laughs> mix ballen op de crossfader. Nee, samenleving. DJ T-bike. Nee, maar wij heb je het allemaal gegeten? Eet gedaan. Kan niet anders. Een keigoed feestje gegeven, misschien? Nee, nee, nee. Dat is altijd niet. <laughs> nou, ze hebben ons wel gevraagd of we niet een dag konden uitstellen. Maar onze reis was gepland. Maar op een dag zelf, hè. Ze dus kunnen mm -hmm. van, in plaats, kun van plaats van binnen twee uur, morgen draaien. Ja. En toen hebben wij gezegd, nee, dat gaat niet, want onze reis ligt al vast. Ja, dus we willen mm -hmm. dat vanavond. Mm -hmm. Dat is het enige dat ik kan denken, buiten ballen op de crossfader. Ja. Dat dan zou kunnen zijn van, uh, ja... Maar dat is wel zot, want dat doe ik zo extreem. Want jullie hebben eigenlijk zo'n residence gehad in één discotheek, of een discotheek. Ah, ja, okay. Dat was mijn organisatie. Ah uh, ja. Dat was. Jong? Nee, het godverdoemen. Mijn mm -hmm. namen. Wel jong, niet hetero. Ik had ze niet erop, want dan ik lachen. Fuck it. Ah, nee, ja. nee. <laughs> nee uh, ja, en dan moest... Uh, dat was eigenlijk een, een georganiseerde reis voor België. Mm -hmm. Belgische tieners, die dan een reis deden en dan een feestje hadden. En wij moesten dan op dat feestje komen draaien. Oh, right. Met een paar andere. Act. En Hoe lang heb je de, de gezeten? door gezeten? Dat... Oh, een weekend. Oh, een gewone weekend. Ik was mij als een tour van weken aan het voorstellen. Maar... Nee, 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 nee. Ik zijn wel op af... hoe is dat met de daar. <laughs> hoe is het met de tieners? Hoe is het met de Belgische tieners? Zo'n G. Van Zandevraag vragen. Je zal dat wel bij te zeggen. Nee, sorry. De tieners. Hoe is het met de Belgische <laughs> <zijn>? <laughs> nee, sorry, ja. wat, wat de tieners <laughs> is de Belgische teners? als die in ja. is het zijn? Die zijn al veel te oud voor nou, G. Van Zandevraag. Nou, ja. zeggen. Als <laughs> die ja. in het buitenland zijn ja ik heb daar niet iets gezien dat ik dacht van niet erger als hier of zo bedoelde van wat die feesten of zo ja je kon het ook wel niet vergelijken want er waren inderdaad echt extreem veel Vlamingen dat was ook zo ja omdat dat een georganiseerde reis is en dan komen die van heel het land naar daar. dus het is niet ja je hebt er wel wat Duitsers gezien maar ja, die zijn altijd redelijk ijskoud mm. um, dus het zou leuk zijn dat je inderdaad zo veel uh, volkeren zou kunnen vergelijken maar dat ja, ik nee, maar, heb geen nee. verschil gezien nee, maar, wat daar ik en wel heb, merk is dat die tieners het wel heel erg missen het feesten. Want ja, die zijn, maar dan... Dat is wat ook logisch is en die wat draaien, die zijn echt wel heel fired up of zo. Die zijn heel ja. blij dat die dat kunnen die mogen feesten, feesten, dat die ja. toch mogen feesten, ja. omdat dat voor hun, allee, ja. ik heb me inbeeld dat je tot twee jaar niks mag doen, komt juist van het middelbaar, allee, het moet allemaal beginnen, je geeft dan ineens niks, mm -hmm. dat er wel heel uh, ja eindelijk en dat is ook natuurlijk voor ons als, als performers, dus aanhalingstekens, uh, mm. wel leuk natuurlijk dat je daarvoor kunt staan. Wat ik ook merkte was een uh, no, no, maat van mij, dat ik al heel lang ken, en ook zo DJ is, en ook op mijn DJ gededeedeedeed, een hey, allerlei muziek, shout out to dan allerlei. Die uh, vertelde dat hij onlangs, um, allee, dat hij vaak nog draait, maar dat hij zegt: wat, wat zot is om jongeren nu, <coughs> is het compleet. Totaal alle genres door elkaar. Het maakt allemaal geen zak uit. Hè? Dingen laten volgen. En soms ook enorm hard meezingen met nummers. Waar hij dat, dat dan van dacht: Allee man, dat is iets van 78. Zodat je dat kent. Abba, hè? give ja. me a man after midnight. Ja. Maar ja, dat, is de, is... dat is de kracht van TikTok. Hè? Ja. ja. Mm -hmm. dat, is de, dat is letterlijk de kracht van TikTok. Want uh, ja, alles kan viraal gaan. En dat het dan toevallig met een leake van uh, Earth, Wind and Fire is. Ja, dan wordt die, dat leake of die groep wordt dan in en een keer zo revived. Mm -hmm. En uh, je ziet ook heel veel uh, remixen tegenwoordig. Hè? Zo voor de, uh, een paar dagen geleden zag ik een, een filmpje met Gangster's Paradise met een remix. En dat wordt dan ook gigantisch gedeeld. Dus ja, je weet al, oké, okay, dat leake gaat ook weer up in die sleepstream komen. Dat gaan ze zo... een weer. Coole uh, of zo uit zijn <laughs> <een> berg kookt. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja. Wat? Oe, ik moet nog eens knoeptrijden. Okay. Yes. Oh. Juist! Ja. Maar dan begint u eigenlijk zo'n oude zak te volgen. Je zo moet zeggen: Oeh, maar dat is origineel van onze dat. Ja, ja, dat ja. zo... oh, tijd. Ja. Maar ik vind dat wel iets hebben of zo. Ik vind dat wel, wel zot dat, dat, dat je hè, dat zeker. Ja, want ik zijn dan nog, nog wat ouder dan jullie. Maar ik herinner mij keihard, als ik jong was, dat je zo keihard kliksjes had die ook nooit niet overeenkwamen. Zoals je nog dat soort muziek luisterde, ja. dat moesten zeker niet afkomen met dat. En dat was zelfs met alternatieve dingen onderling. Hè. Punkers en hardrockers kwamen niet overeen. Uh, zo, uh, new Wavers kwamen niet overeen. Met de, dat was alles. En tegelijkertijd. Nu is dat allemaal zo, they don't care. Het is ja, alles dat was door elkaar. Je uh, moest een identiteit doen. Mm -hmm, je klopt, moest je ja. identificeren met een muziekgenre. Mm. Ja, ik ben een hiphopper, ja, Ik ja. ben een skater. Ik ben een punker. Dat is allemaal niet meer. Die, uh, dat is op een andere manier dat je zich identificeert, denk ik. Nu dat is, en Allee, dat is dat allemaal is, online. Wij moesten ons kleden. Omdat, je kon vroeger direct zien: ah, dat is een hip -hopperse. Ja, 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 ah, ja, ja, ja. Dat is een punkersje. Dat is, je zult dat nog wel hebben, maar veel minder. Inderdaad, dat is allemaal zo samengeblind. Mm. Niet slecht, hè? daar niet van. Maar die, uh, ja, die uiten zich op een andere manier, denk ik gewoon. Ik heb voor u een vraag, uh, Angel. Ik heb altijd willen weten hoe dat je. Is dat Paella? Hoe spreekt het eigenlijk correct? Uit? Uh, paella. Paella. <laughs> paella. Nee, Paella. Paella? Paella. 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 Ja, Zou ik het doen, hè? Zo Ik wil wel zeggen, man, ik ben ja? maar half Spaans. Ik ben zeker niet een expert. Spaans, nee, 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 nee maar, ik maar, maar ik heb wel een beetje de tongval, weliswaar, dat wel. Mm -hmm. Maar ik kan me ook maar baseren op wat ik hoor, het geratel bij mijn, uh, bij mijn familie natuurlijk. Ja. Hè? Want er, ik verstand mm -hmm. daar niet alles van, hè? Maar die spreken ook Nederlands, by the way, hè? dus. Mm -hmm. Ik heb uh, drie uh, familieleden die hier wonen en drie die daar wonen. Ja. En die zijn allemaal hier opgegroeid. Maar het is eigenlijk zo dat mijn grootvader op een bepaald moment, ja, die is, was gepensioneerd en die zei, ja, als een gastarbeider eigenlijk, zoals het hoort, hij zegt, ik heb daar gewerkt, ik ga nu terug naar mijn land. En, uh, allee, die ging hier blijven. Welkom he. leer <laughs> dat ik hier. Fuura uh... leer dat we die zie ja. moeten. Ja, 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 ja. Nee, ja. <laughs> uh, en, en de drie kindjes die hier geboren zijn, ja, die waren nog te jong om hier te blijven. En die zijn uit dus die spreken ook perfect Nederlands. Je kan perfect Nederlands praten uh, in Spanje. Mm. Dus, uh, maar in elk geval het is paella, denk ik. Oké, okay. ja, vermoed ik. Ja, ik wou dat die zijn ik uit de wereld, want ik heb dat al op allerlei manieren uitgesproken ja. gehoord. En ik dacht altijd ja. <laughs> en nooit eten in grote winkelstralen. Dat is oh. altijd rampzalig. He, daar de is, dat, is, dat de, is dat de regel? Ja, nooit doen. Mm. Ramblas stopt daarmee. Het mm. daar, daar niks eigenlijk, want dat is nooit goed. Als ja. je dan toch eens twee strotjes verder of zo. Je ja. Ja, hebt zo, toch zo'n stuk, hoe heet dat nou weer in Barcelona? Ontwater. Als je zo eigenlijk de, haven? de Ramblas afgaat, ja, dan haalt ja. Haven, ja. Maar dat Barceloneta. Dat, dat, Barceloneta, ja. Ja, dat is het ja dat is dat uh, dan meer dat ontwater water de haven thanks man bedoel jij een Een strand Ja, ja <tijd> ja dat is een groot stad bedoel de beste hey, de paella ja, dat dan moet even oh, je een een research doen denk ik. bij ja. een Aurelio. dat is de beste tapas ooit geet dat was een kennis van mijn onkel. ja als je door een local kind dat is altijd beter hè tegen mijn neef als er zijn, zeg ik ook altijd van ja, ik wil naar het strand, maar niet naar Barcelona-strand. geeft mij eens een paar adresjes, jongen, waar het wat rustig is. We, oh, pof, 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 ja, op, scht, en dan ja. hadden we naar daar. Geeft je een paar. Ja, dat is zoals je, hier, als je naar Antwerpen komt, als je een toerist zou wat ja, gewoon naar de grote markt, gewoon naar de mer. Mm. Maar niemand, gooit eens naar. heb ja, je reden om naartoe toe te komen, gewoon eens. Ja, nee, maar. <laughs> nee, maar Letterlijk, ja. Niemand, gooit eens naar Wommelgeem of zo. Niet, ja. dat er, niet dat je er. Speciaal niet mis of Nee, nee met het kon nog in shopping center, dat verstaan nee, maar... ik nou niet. Kan je wisten. Ja. Kan je wist wel, wel ja. Dus, uh, weinig uh, hem toch? He knows best, hè, maat. Ja. Slaagt er toch ook nog in om hier ook gearresteerd te worden? Hoe doe je <laughs> het toch? Eh? zijn tenminste nog echte hiphoppers. Uh. Nee, maar dan is het echt wel zo dat, ja, die echte um, feel of zo soms. Al ja. Ik vind je dat een coole stad. Ik heb dat ook altijd leuk ja. gevonden. Ik moet dat wel zeggen, hé, hoe toeristisch het ook is. Als je op dat strand zit. Ik had dat ook als ik eens in Chicago was. Als je zo aan Lake Michigan zit. En je zit op een strand. En je draait je om. En achter je hebt een stad. Dat vind ik wel een heel cool ja, ja, ja. gevoel. Want dat ze meestal. Dat lijkt als een complete tegenstelling. En dat heb je al zeker in Barcelona. Maar, maar ja, in Chicago is dat nog onnozeler. Omdat die gigantische wolkenkrabbers hebben. Gaat dat niet nog oost dan of zo? Um, die, mo die mooie stad op de achtergrond, m minder, uh, minder, <laughs> kokzijde. minder, ja, kokzijde, bad, heerlijk. Ja. Nee, de, de, de Belgische kust vind ik niet zo'n fan. Maar de Belgische kust is ook niet schoon, hè? Nee. Maar dat is ook, ay, dat is ook geen ja, beleid, sommige hè. dingen, zo de, de haan vind ik wel oké. Okay. Er zijn zo jo. paar plekken. Waar denk je denk je wel... niet, ik denk niet dat, zelfs iemand op de Belgische kust kwaad gaat zijn, als ja. gezegd, dat, dat is niet. Maar ja, dat, dat, is, dat is een symbool van waar, dat, onze vooral... stedenbouwkundige uh, ja. beleid altijd. En vooral staat, dat water is koud, hè? Ja. Dat is toch het ergste van al, toch? Ja, en de kleur, hè? De kleur is ook uit, Ja, totaal daarom toe, maar in het zuiden is dat warm in de zee. Hier is... Tenzij dat... in Portugal. Weird, ja, is Atlantis, ja, is de, dat is heel weird. Ja, maar dat is Atlantisch. Goddammit, jongen, die hebben wat deuren niet geklapt. Ja, open deuren, uh, dat, is dat, is dat is niet normaal. Ja, dat is een Sunday Roast, hè, man. Als ze intellectuele diepgang willen, ah, er zijn nog zoveel andere dingen waar je naar kan luisteren. Maar ga ze, ja. gaat ze onthoen, een toernooi in de toon. Ik ben aan het toernemen, hier Al, ja. I'm, I'm that guy. Oh, ja. for, fuck's sake. Ja, for fuck's sake. En voelde we al beter? <laughs> Geweldig, Andries. Uh, uh, fantastisch. Nuchter, nee, nee, Dat nee. Een hè? Een fleur die je Ik heb zelfs klerken zo Nee, nee, maar. Ja. Name, uh, ja. ja. Sterig, of of? Uh, iemand heeft vooral tegen mij gezegd: je ja, kunt dat niet. Ah, en dan had ik zoiets van: aha. A challenge. Uh, <laughs> ik denk <laughs> het wel. Dus je zou anders aan het tonen. Dat is is maar. Wie was dat? Vindt het niet leuk of is, kost het moeite? Ja, dat het? zijn zo ver, verplichte etentjes zo. Mm -hmm. Met vrienden die je dan zo draaien, die gezien hebt. En dan zo, ah ja, we gaan dat toch eens eten, nuchter. Maar je gaat er een goed aan te Ja, nee, maar dat is Mocht hem er vijf jaar van. <laughs> Maar als je daar een beetje drinkt, dan maakt dat toch draaglijk. Voor iedereen. Vriendschappen stoppen in februari. Gieren. Vooral. Ga even een deugd aan te Dat is zo'n geweldige uitspraak, man. Ook met V-E-N-G-T. Vengelijk. Dat is gelijk. Nenangt. Dat is ook heel belangrijk. Nenangt. Ik vind dat wel zot, dat toernooi in het Dat is zo. <laughs> dat, dat is echt, ik vind het eigenlijk de grootste eigenlijk. Ja, uiteraard. Natuurlijk. Het was niet omdat we onder de kijk uit video hadden meegedaan dat je dacht. Alleen, ja, toen, maar toen, <laughs> toen zijn mijn toe ogen open <laughs> dacht ik, ja. Toen wist ik dat ik problemen had oh, ja. met Andries. Toen er viel dat Kago mee maar, ja, ik... uh... ja, voor de mensen die het niet weten, uh, was ze uh, ondertussen allemaal acteurs geworden. Um, ja, ja, dat nee. is ook zoiets dat ze dus ons overkomen. Acteur worden, dat is niet zo dat je even school gaat of zo. Acteren, dat overkomt u. Don't act B, eh. Ja, B, inderdaad. Uh, ja, het en uh, op dat met jou, voor mensen die ooit de aflevering met uh, Sophie Leenaards gehoord hebben, uh, mm -hmm. presentatrice van kijk uit. En ook uh, ja, bergbeklimster en uh, full blown avonturier. Mm -hmm. Die uh, wat een heel leuke aflevering. was. Maar zoals met alle dingen die leuk zijn. Quid pro quo. Ja, ja, inderdaad. <laughs> nee, en, uh, dat is wat overdreven. Ze heeft dat heel lief gevraagd in een tijd. Van uh, zeg, uh, kijk uit, we zoeken eigenlijk wel altijd mensen om daarin mee te doen. <laughs> um, respect trouwens voor kijk uit, dat is ook het enige programma dat geen vast uren. Dat wordt ertussen gegooid als ze ergens plaats ja, hebben. Ik denk dat zo goed, slechte tijden, maar zelfs de, de slechtst mogelijke spots, die hebben een spot, mm -hmm. een slot liever. Maar uh, kijk uit, hey, niks. Dat is echt bottom. Er is een reserveprogramma eigenlijk. Ja, het is een olle. Dat is gelijk dooie, hè, dead ja. air op de radio. Dat <laughs> ja, je ja. denkt, shit, we moeten dat hier opvullen. Mee. Of uh, zo, dus je... eigenlijk het moderne testbeeld of zo. Ja, of advertenties van de eigen groep. Ja, ja. <laughs> dat is ook zo. Hoi, we krijgen niet verkocht, zit maar iets van ons erop. Een uitzending door derden. Ja. <laughs> dat vond ik vroeger een hele goeie, Dat ik altijd echt mijn hond en zeg. Winterbeelden. <laughs> dat is goed, hè, winterbeelden. Winterbeelden, ja. fantastisch. Ja, dat is bangelijk. Ja, geweldig. Dat is zo geweldig, vooral als een Thomas Smit hier ooit vertelt dat hij ooit een programma gaat op tv. Ja. En, uh, en dat had niet zo'n goede kijkcijfers. En op een bepaald moment werd hij eigenlijk mega cool, maar wel hard gedist door Gaat nog minder kijkcijfers dan de winterbeelden. Ja. En dat is... Uh, dat was ook een beetje... Uh, kom dan, ze. Dat komt dan. <laughs> dat komt dan. Anyway. wel <laughs> ja, Kijk uit. Uh, cool. Maar dat was eigenlijk wel een toffe dag. Want ja, het was eigenlijk eerst... Uh, aan Alex en mij gevraagd, maar ja, dat was wel zo. Niet genoeg star quality. Dat was eigenlijk wat dat was. We hadden echt het gevoel: één, dat is niet genoeg star quality, twee, hebben ook twee echte acteurs nodig die dat echt kunnen. We waren twee debelen op. Ja, dat verschil ze beter. Ja, ja. Iedereen heeft iedereen eigenlijk gezien? Want ik moet eerlijk zeggen, hij is uitgezonden op kerstdag op 25 december om 6 uur, wat dan toch. Een schoon een is geweest. Ja, prachtig. Zou wel zijn. Zou wel zijn. Maar ik heb het eigenlijk pas achteraf gezien. heb e e e e e e maak gezien, hier. Niet live ook niet, maar ik heb het wel gezien. Ja, Je mag het achteraf gezien ik, ook Bij wel. mij was het ook hetzelfde. Ik heb het ook achteraf gezien. Ja, absoluut. Ja, het is dus, uh, uh minuten. Dat is zo'n. Vijf minuten. Dat echt los vijf minuten. Dat is echt gemonteerd op de seconde. Dat is fantastisch. Ja. Natuurlijk, ja, als je een slot moet hebben waar ze zo te pas en te onpas moeten duwen, dan ja. moet je redelijk exact in uw minuten uh, zijn. Maar mag ook, en maar ook geen uur duren, dan ja. komt er nooit. We hebben niet eens een uur over, ja. is wel heel slechte programmering. Kijk uit, loop. Lord of the Rings is maar vier uur, of wat? <laughs> ja, 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 ja. Goed er wat kijken uit, tussen. Is ja. Ja, okay. dus dat misschien nog een idee? Kijk uit, de langspeelfilm. Ja, ja, maar even, vier uur, kijk uit. Kijk uit. Um, ik vind dat we dan wel, daar moeten we toch wel in zitten, vind ik. Ja, oh, zeker. En, teru en terug dezelfde personages die we daarvoor waren. Als ook je gewoon oh, kijk uit, is dat je ook geen echt personages. bent. Mm -hmm. Je zit eigenlijk een levend object. Je bent een man, of <laughs> een fietser. Ding. Of een of wezen. Ja. Een wezen. Mm -hmm. uh, in ieder geval, uh, we hebben hem nog nooit samen gezien. Dus uh, voor degenen die aan het luisteren zijn, uh, misschien wel de momentum om op YouTube te zien. Want uh, mm -hmm. misschien uh, moeten we gewoon nog eens even terugkijken naar dat moment en zien en zeggen wat er in ons Wordt opkomt. Wordt het is zo zo'n director's commentary of zoiets? Nee, ja, de ja, ja, zo ja. de commentaartrack op uh, dvd's waar mensen vroeger ja. nog keken. De director's... Wordt dat uh, eigenlijk nog gedaan? Yes. Nog, ja, dat zal wel. denk dat wel. Ja. Ik was het eerste wat ik dacht toen ik de opening shot dat zo... Groen is toch ook een raar kleur, eigenlijk. <laughs> Niet? Het is ook een beetje een onappetitelijk ook vind ik. Ja, ja, dat wel. Het is dus, niet zo groen, we... dat smaakt. Oh, kijk, outdoors in de lucht. En zijn dat bergen en... in de achtergrond? Ja. Het is ook baby-eten groen. De bergen van Antwerpen. Ja. ja. Ik heb heel slecht geten groen. Ja, baby-eten ja. groen. Uh... Die Manchego is maar slecht bevallig groen. Of zo, ja, ja. Ofzo, als er zo in een strip vooral iemand mottig is, dan krijgt hij ja, ja. ook meestal deze kleur van gezicht. Ja, ja. ja. Ja, ja. ja, ja. alright dus dan zullen we zo de playbutton uh, drukken. Goede branding daar. Dat is geen dat hij een, een emoji het zo <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Stuurt. Ja, cool. aan ja. het verkeer onder invloed Verkeer doen we niet alleen. En daarom. Was dat ook een acteur eigenlijk? Ja, ja, dat is nee. de Stefan Lee. Dat is een acteur. Ah, maar dat is ook een echte ja, verpleger. Ja, ja. Dat klopt. Hier he? is ze, Sophie. Ja, ja, oh, Sophie. Als ze aan. niet in Kathmandu zit, dan is die in uh, Jorette Marks. Uh... Ja. Leg <laughs> <laughs> een hele goede. <laughs> Jorrit ja, wil Dat ja, was in Merkse ja. met trouwens. Ja, 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 ja. zo te doen. Vlakbij het Jan-Palfijn ziekenhuis op een zondag uh, aan een kerkhof. Waar ook een topdag is. <laughs> ja. Voor ook. aan een kerkhof iets op te nemen. Want op zondag doen mensen namelijk nog eens moeite van naar een graf te gaan zien. En dat was. Ja, hoe zeg je dat? Dat komt bijna niet respectlozer dan hetgeen wij daar aan doen waren. Ja, ongelooflijk. Goed moment om daar de zette de beelden uit te hangen. Terwijl de mensen hun respect aan de overledenen. En wij kregen wel wat blikken van volk dat daar voorbij kwam van Wassen die er Het was wel een goede sfeer, die crew. Iedereen had er wel zin in. Het was wel Ja, dat is wel waar. Je er het beste van. hè Je maakt er het beste van. Ook wel tof is, dit hadden we eigenlijk niet door dat dat zoiets ging zijn. Nee, nee, ja nee, Wat weten wel dat niet van? Ja, nee, maar... Wij zaten ik... toen nog in onze trailer hè. Mm -hmm. wij, wij, alle, wij, zaten toen nog... als echte acteurs hè? Ja, deze, deze muziek is wel goed hè, man, In eerste is zo jaren tachtig... Uh... Ja action hè? Het action. is action action jongens, kom, op, action! <laughs> ik kan even terugspoelen, even ja. terugspoelen want maar ik wil eigenlijk... Misschien moet je even... <laughs> in a world, <laughs> one ambulanceer. <laughs> <laughs> Wacht hé, zie je? She was a cop. <laughs> He was a nurse. A male nurse. A male nurse. A male nurse. Sponsored by Mercedes. Oh. Oh, hier, 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 hier. Hier, wordt, hier. wordt een staaltje geacteerd. Ik vond dat ook wel een rappen Ja. Ik vond wel dat je... In ieder geval zaten we erin, hè. Ja, ja, dat is actie hè Geet maar vijf minuten, hein, Andries. Hey, Hollywood is blitzend hè dat is blitzend. <laughs> dus een beetje site... Kijk uit, 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 uit. <laughs> Een beetje, een beetje site-info, was eigenlijk, uh, we moesten uh, een aantal uh, voorbeelden geven van hoe het zou zijn onder invloed te fietsen. En uh, ja. ik ja, denk uh, dat wij zat waren ja, in de scène 1. In... En wij waren stoned Ja, wij waren stoned. Ja, en stond, en op waren... het einde, een groep... Waar je nog niet verklappen? Ah nee, nee, dat is Allee, de cliffhanger. Ja, wij zijn begonnen en wij moesten onder invloed fietsen. Zat, hè, zat de alcohol. Maar beste... dat, was het, dat was het bij ons. Bij ons was het alcohol. Want eigenlijk, het is eigenlijk, even terugpakken. Het was eigenlijk, uh, want dat, was wel, dat is wel heel schoon uitgewerkt en zo. Want uh, we zijn daar ook niet helemaal, om te, uh, dat is wel professioneel of zo. Maar dat, waren, dat was ook zo'n een filmpje dat erbij bijgegeven werd, zo van, ja, dat is een voorbeelding. En dat was echt wel, mijn momenten ah, ja. komisch goed geacteerd. En dat was ook de reden dat we van, dat is niet zo simpel. En ja. daarom hebben we ja. Um, ja. Gaston en Leo erbij gehaald, <laughs> ja, ja, ja. want. <laughs> Dat is, eigenlijk niet, dat is ook niet zo heel gemakkelijk. Hè. Uh, Rap over, laya, en... wil ja, ja, we gaan We Maar wij kwamen, er, wij kwamen er aan en een van die mannen zei: "Alle, willen we het je moet doen? En wij, zo, en wij keken nee. allemaal aan elkaar. Uh... <laughs> nee, niet zo. Ah, maar ook niet. Oké. Okay. <laughs> <laughs> okay. ja. ja. In ieder geval, uh, de eerste scène is uh, zat fietsen. Hè. Ja. En uh, Hier moet wel één ding bij vermeld worden. Oh ja. Dat, we, dat, we, dat kan toch echt zijn. Hè? <laughs> Ik vind haar verontwaardiging ook goed. Hoe gespeeld. is dat nou mogelijk? Hoe zijn die nu aan het rijden? Dat is wel goed. Dat, shot. dat is een tof shot. in de achtergrond, maar wij blijven acteren zo, terwijl dat wij uh, er totaal niet in... Yeah. Hier. En deze, deze val, dames en heren, is een echte val. Ja. Dat moet er even bij gezegd worden. Ja, 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 ja. En mijn lach is ook niet geacteerd na, nou, want ik was er aan het aangaan dat. En Andries ramt zijn ellenboog ook tegen mijn kop. Um, nou, dat was... Dat was gewoon geacteerd. Ja, vooral omdat jij echt op je Dat was echt een, een jaren 90 René Vlaeyen productie uh, scène Ja, plus, by the way, uh, misschien S nog een beetje side-info. Nog niet zo lang geleden was er bij u een hernia vastgesteld. En ik zag die ervan zo'n vlog aan en ik dacht... Als dat maar goed komt. Uh, mij. Ik ben zo'n als ik jou zeg op een opdracht. All en dan, in. En dan gaat hem ook al. Die way. mensen hebben niet betaald voor maan een hernia. Ja. Mensen de... hebben het altijd voor mij in 100%, dus ik heb dat ook gedaan. De Andries is de meest frakkerige van frakken aan, dat je kunt voorstellen. <laughs> ik, ik, meer... ik heb nog nooit meer frak op een vloer <laughs> zien zitten uh, voor mensen buiten Antwerpen. Yes. Jas. Ja, maar dat is ook handig. Mantel. want Als je ergens hangt, dan weten de is het. Ja, ja het, het, is, is. het is inderdaad, het is vulfrak. Ja. Het is Het is bureau frak. ook. Mensen mogen dat weten. Wij werken samen. Hè? Ga ik op niet binnen hè? Die een frak komt binnen. Ja, ja. Maar dat is echt, dus ah ja, tien, tien minuten voor het de 3 de is eigenlijk. Ja, komt hij al aan? En bijhorende rugzakje ja, hier ook. Ja, dat is nou heel toevallig, maar ik zit inderdaad redelijk terracotta. Redelijk beige. Ja, be <laughs> een beige bleer. Ja, ja, ja. Maar dat is ook zo omdat ik meestal zwart heb. Dacht ik, ah, wel, ik ga eens niet zwart gaan. En dan was dat, oh, het, echt, dat is... het meest onzwarte dat je kunt tonen. Er zijn gaat toch wel over... wat fraksjes gekal. Ge 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 of was deze uw eerste keus? Je hebt toch wel wat gezien? Ken kan niet anders. Goh, ja, ik weet niet. Ik had vooral, ik zei niet naar die, ieder heb kou. En ik heb in mijn leven te veel kou gehad. En ik heb op een bepaald moment gezegd, ik was, een jaar geleden, ik was 42 en ik zei, ik heb geen kou meer. I will never grow cold. Nee, Andries, de jas kiest jou. En die vraag, shout out naar Carhartt, want dat is echt een goede vraag. Was dat een moment dat jij binnenkwam in de winkel en je deed zo? Dat is lekker een mond kiezen. Ja. Dat is op intuïtie. Op een beige man. Ja. 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 Nee, nee, ik, ik heb het wel. veel kou, ik ja. kan het pipi kopen. is wel nog een goede stil van de Nalex by the way. Ja, ja. De Nalex uh, opa, had zijn rockersvest nog niet <laughs> aangetrokken. Want, uh, goeie goeie kop, wel. Ja, dat is goed. Ik zit in de roekzet, man. Was dat niet de eerste keer dat je hebt zo'n vloek gezet? Of was dat met een stip? Uh, nee, de step was de ah, ja. eerste keer. Zo'n vloken heb ik eens gedaan ooit, maar ook niet veel, want ik heb die kaart niet. Maar ik heb eens gedaan met iemand anders. En was er de... ook niet met een bus? Was er niet een bus? Wij deden wij deden een tour, maar dat bleek ook een, een plek ja, te zijn waar ja. een bus altijd zo'n tour terugdraait. Ja, ja. En dat was een zwarte uh, chauffeur. Ja. En ik weet nog dat de eerste keer, ja, wij waren er zo zat aan het ronddraaien en we rijden en. en ja, voor een of andere reden ben ik nog in character. Dus ik zeg: oh, een bus, oh, stop, stop, stop. roep ik nog, die bus, maar nog straffer is dat hij er los voor missen in de fiets. En ik zeg eerst je chauffeur, even kijken. En dan zag je die camera staan. En dan gaf die de beste glimlach dat ik ooit in mijn leven gezien heb van een buschauffeur. Dat je zo weet van. Dat is hier een film ja, ja. En, en elke keer dat hij terugkwam deed je zo ja, ja. dus dat was mega enthousiast geniaal wel een enthousiaste buschauffeur kom er niet veel tegen ook uh, twee takes Max hè, mannen moet dat wel gezegd worden ah, dus, uh, zijn ze dan ja. dat muziek is ook heel goed ja, dus... ja dat is zo vertel maar de... mannen wat voelde ja, ja. ja. uh... je toen niks hè want dan worden dan spelen hè maar haaien haaien kunnen niet ontkennen dat dat uh... Alleen gebaseerd is op uh, waar gebeurde vaten in een ver verleden. Dus, uh... Jullie waren Marihuana voor even. Uh, ja. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. En ik zit ook wel tevreden van mijn frak. Het is in een handdries. ze ja, ja, zijn heel herfst. Enorm. Ja, enorm. Ja. We gaan op in dat decor. Ja. ja, en zie, voilà. Hup, uh... heerste. Ja, ja, mooi. He. Nou, vertel het maar, dat is zeker. Met twee op mijn step ook. Dat vind ik dat ook wel... altijd ik, schoon. Ik had nog nooit op mijn step uh, gereden hiervoor. Ik ook niet. Echt, ja, maar dat is liefde. Ja, ja, best wel. De toon is wel stiekem een goede acteur, wel. Stie ja, stiekem? Ja, ik had gewoon echt gepeft, maar niet met schoen. het. Met het. Ik was zo stoned als een gemiddelde. Ja. Ook gewoon een bruin lapje erop van achter. Ja, helemaal. Ja, ja, ja. ja heer we okay. ja, hebben ons laten kleden door. Larry Doet. De Fall Collection. <laughs> en hier het, 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 het hier beste. Deze, deze, zo stonden wij in Jorette maar, eigenlijk. Ja. Hier, hier, hier moet ik even zeggen, want hier zie ik. Maar we hoef ze nog Oké, wel even, uh, wat, was hier, wat was hier het moment? Ja. Dus we hadden elk ons eigen moment, de gloire gehad. Ja. En dan kwam de bloemekee. Mm -hmm. En dan moesten we even in groep uh, het beste van ons eigen geven. Hier waren we uh, onder invloed van. Wat is dat? Sophie? Ik vind wel dat Sofie echt teleurgesteld kijkt. Ja, ja, ja. Sofie was echt. Hier waren we niet op het opnemen, waarschijnlijk. Hier waren we waarschijnlijk. Ik vind wel dat hij duidelijk beter acteerde. Maar was het ecstasy of niet? Ja, toch? Hè? Het was toch zoiets, Zo, iets, hè? zo ecstasy, ecstasy of MDMA ja, de, of zo. Ik dat dat eerder ja, een, soort, uh, ja. een soort partydrug, in ieder ja. geval. Ja. <laughs> ja. Zoals je ziet, we zijn de perfecte mensen om daarvoor te vragen, want we wisten zelfs niet eens wat dat eigenlijk was. We hebben lichtjes gebaseerd deze sketch op een joke van Bill Hicks, die je ooit uh, on drugs tegengehouden werd door de politie. En dan vertelde... I started dancing to the lights of the car eh, thinking I'd made it to another club. Ja, ja. En ja, dat was een beetje zo het idee dat we hadden van: oh ja, had lichten al zitten, dan is het voor ons terug feest, eh, basically. Ik blijf deze wel een goede shot vinden. Dat wel. Dat is echt. Leg uh... je punten op het rapport? Of dat is echt zo van: ja, je we... ja, ziet dat hij een brein ontprocessen is, wat hij ontzien is. En op de achtergrond zie je dadelijk zo'n oude menske dat zo respect kon betuigen op het kerkhof, waarschijnlijk. Ja. En denk je, wat zijn wat die ja. hier allemaal aan het doen? Ik weet niet wie zijn ogen te ergste vindt. Die van Sofie? Nee, de de nee. Sofie is teleurstelling. Maar hè, De stif de denkt nog: come on, man, misschien wordt het beter. Dat is de stif, zijn blik. Ja, ja. ja. Nee, Moet er nog een zo oud voor deze? Dat is wat die gast denkt. Moet er nog een zo oud zijn voor deze? Dit <laughs> ja. is bijna een meme-materiaal. Het is ook goed dat dat, dat, dat dat allemaal dan nog wat platter wordt als je dat <laughs> ja. <terug> herhaalt. Ja. <laughs> Moet we moeten eens zo oud zijn voor deze? Dat gaat ook hoog en ook zo, dat is ook goed. Ja. <laughs> alright. right. Ja. Oei, oei. Sophie blijft erin geloven. Mm -hmm. Sophie, Sophie... Sophie is ook echt ontkijken. Ja, ja maar ze heeft het al een paar al keer ik... meegemaakt, hè? Ervaringdeskundig mm. natuurlijk als, uh, als mm. politieagent. Sofie ja. Sophie is ook zo iemand die zo een beetje te cool is. Je wilt die ook niet teleurstellen. Zo, je vindt dat mm. zo wat erg om die teleurstelling te zien. Zodat je denkt, ja, ik weet dat het een rol is, maar toch. De handen van Stef bewegen ook niet. Die <laughs> dan op die billetjes. Ik ja. Dat is ook een bepaald soort mens, hè, dat zijn handen <laughs> ja. altijd op zijn billen hè. Ja, ik hmm. kan nu eens, eens opletten of hij die, die beweegt. Uh... Wat voor soort mens? Geen idee, nee, niet wow. alles. Ja? Hmm. Oké, okay, Ik ja. ben benieuwd, nu gaat hij die 100% bewegen. Hè? 100%. Nee, nee, Stephanie jongen. Nee, nee, zie Hey, Stoi, ja. nee, uh, okay. kijk eens aan. Hier is, Amai. Zie je wat een plezier. Ik was een DJ van Dienst ook. Dit Deze ja. is wel heel erg Alex nu een fans. Sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> is echt... Niet gelogen yeah? Even toch <laughs> niet geloven. Nee, wat, maar... wat nog erger is, is uh, kijk, allez, hoe grijs dat ik zijn man opbeeld. <laughs> dat is niet normaal. Lek die pot van de Angel is hetzelfde. Ja, die <laughs> is echt. Die is minder grijs dan mijn haar. Dat is echt verschrikkelijk. En een toon, zijn frak zit in dat grasveld. <laughs> ja. <laughs> de toon was in camouflage. <laughs> Ja. Ja, Nick was gewoon een backdrop <laughs> ja, ja, Dat zou wel zijn. Ga ze helemaal in met een boom mee, ja, ja, ja. Dat ja. is ook duidelijk. Oh de ja. deze dez is denk ik. Deze is. Hier wordt het toch. Cringy. It's not really Oscar-worthy material. Om het zaakje aan te drukken. De pauzeknop is speelt niet in ons voortje. Maar is nooit. Als je zo'n webcam, alleen van Skype of een FaceTime. en dat dat dan zo blijft hangen. is dat ook altijd op de minst elegante momenten. Like ja, of als je, je bid in iets, als je aan het eten hè. je Je altijd zo de deze en de die. Maar daartussen de ja. Ja, ja En de, dat is de foto die altijd, ze dan trekken. Altijd. Ja, ik denk die, ja. En great. dat zien we nu. Maar de toon ja. blijft blij. Ja. ja, die is nog wel high. Ja, mijn ogen zijn wel zo precies wel... Het was ook vroeg, hè. Het was vroeg. Ik ja. ja, I was to make love to you, but then I, I got high. ai. Oeh, <laughs> Er gaat iets gebeuren want de handjes van de stiff. <laughs> Het staan niet meer op de billetjes. Ja. Dus hij gaat uh, ja, ingrijpen. Wat <laughs> <Die laughs> er nu op de billen van Sofie leggen <laughs> ja, Dat is een, oh, andere, wat, film. Uh, <laughs> een andere film. <laughs> zo'n montagefout. Ja, ja zo. Woepsie. <laughs> was dat toch voor een uit? Zo, uh, zo die. Voor ja. <laughs> 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 collega's. <laughs> Kijk uit. Oh <laughs> uh, man, ja, ja. ja, Als je zo'n jogskin hebt, je zo één, dat er zo één frame in zit. Mm -hmm. Zo'n grapje van de montage. Ja, zo. ja, ja. Goh of een boodschap van de duivel je hebt ook van die films zo... subliminal ja. messaging zo so al die uh... films die zo in tweeduizend eruit komen Arnold Schwarzenegger wat was dat zo gaat zo Gabriel Byrne uit een film en wat is dat End of Days End of with Days ja ja dat Gabriel Byrne de duivel is yeah. maar gaat er zo een ander ook stigma met, uh... met Patricia uh... Arquette nee ja. ik weet niet meer dat heb je goed gezien Zwart, we moeten we moeten zo... way back <laughs> in way the way dark back. ages of cinema <laughs> We gaan terug naar onze eigen ons eigen meesterwerk Andries ja. uh, hier, Oei oei. Voilà. oei, oei. Ja. dit is de recap denk ik door hun ja, ja. en hier zijn wij nog altijd uh... vind die camera bestandpunt Kom, wel oké okay. we ja. wel maar wel hier oh oh hier hier <laughs> wou half erop Hier, klimmen. Zo. Dat heb ik van TikTok geleerd. Dat is wel goed. Jij ze wel een goede schuurder tegen de Notto? Ja, 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 TikTok. Hè. TikTok hè. Ook wel schudden. Zijn Nottoken waren krap in beweging? Wat wel goed was, was vanaf het moment dat Sofie uitstapte, zei die, Dan zijn de rollen voorbij. Hè. Dan zijn we ineens terug onszelf. Ja. Ik vond het wel een drastische omschakeling <laughs> ja. eigenlijk. Hè. Ik zat zo met het nog in character. Ik heb nog wel het doorgaan. Ja. Ik vind ook eigenlijk dat wij geen mondmasker moesten dragen. Ah ja, man. Dat was Dat was oude oude gedacht, outdoor. Als ik wil drinken. Oh ja, juist. Dat is ook heel belangrijk. De, de, onze... leu de leugens die we verkocht <laughs> hebben. Uh... Ja. <laughs> ja, ja. Nee, nee, de boodschap. Ah, oh, wel, ja. De, ja de boodschap, Hier Sorry. draait het eigenlijk allemaal om. Ja. Ik zou niet helemaal hetzelfde als een Andries. Ja. Mm -hmm. Alles zijn voetballers. Hè. Ja. Altijd het kruisbeschermen. beschermen. Ik zit niet eens, ik daar iets groter aan schaam, maar ik zit daar precies al echt veel groter als schaam. Ja, maar je ik zit ook al ik heel klein. Hè? Maar zie, hoe klein zijn Die gaan man. Ja, maar ik, ik draag normaal buffalo's. Maar, ah ja, maar ik zo op de stoep en ga zo half op de ja, maar straat. Die is niet veel kleiner als mij, zo. ik. Zijn ook een kleiner. Ja, ja. Die is, je alle twee ziet staan. Dat zijn die frekken. De, de Big Boys staan sowieso aan de buitenkant. Ja, ja, dat, dat zijn die frekken. Dat is echt uh, duidelijk. Ja. Het is nou, ook nou, wel een. Je uh, 76 of 75 denk ik denk ik. Ja. Ja. Of, ja. nog minder. Ik 1,77. een Het is officieel. een ik heb mij laten meten. Ik zit een meter zeven. 70. Awesome. Goed, dan, dan, doe ik er ook, dan doe ik er bij mij ook vijf centimeter bij. <laughs> zeg, de, de toon is ook wel... Al... Ik weet ik ook op Tinder, by the way. Mm -hmm. De toon de is ook al very buff. Ook buffer dan... TV mocht toch buffer, hè? Ja, dikker, wilde zeggen. Nee, buffer. In zijn mag geval wel. Zeggen, wel ja, dikker, in mijn niet. geval niet. Oh, nee. ja, ja, in mijn ja. geval zie je dus hoe dat, dat, dat leren Frakske zeggen. Niet te veel niet meer, hè. Ja. vriend. Of... Uh, <laughs> ja, ja. Het is de laatste keer geweest. <laughs> Je gaat ja. mij moeten retiren in de kas. Ja, ja. ja maar Dat is nou ook wel een heel brede vrak dat je kon mm, Sowieso. Dat is wel. Die, is zo, die hangt ook zo paasklok-gewijs. Paasklok. We willen een paasklok, <laughs> paasklok. Ja, een ja, ja, een paasklok uh, graag. Ik ah, ja. vind wel dat je je benen er dan ook naar zit. Dat je <laughs> ja, niet ja. dit van, jo, jo, Het dat wel in van. Wel, zijn he, ja, maar dan in balans. Wij Ik denk wel dat iemand die zo set dressing of styling doet van de betere film, dat dat pikt. Dat hij piekt. Dat die een paar opmerkingen heeft gezien. <laughs> <laughs> dat hij zegt. Elke ja, er zitten wel wat. Vooral dat geel van je notto er nog eens achter. Ja. Ja, dus ja, nou, ja er wordt uh, aardig wat afgevloekt met rare gele en groene <laughs> kleuren hier. Uh, wel nu, cool. Dat oranje dat er nog zo'n intrede maakt aan de linkerzijde. Ja. <laughs> Subtiel. Die zet gewoon erin. Ik ja, niet op tafel. Goh hè. Kun je hey, hey, een taxinummer opnemen? 03366666. Oké, okay. maar de is hier ook fantastisch fout geschreven. 3-8-3-8-3-8 is er ook geen, denk ik. Dus altijd zo. Ja, het is, altijd, soeet, ja, het is, is soeet, altijd. Toen hoe moest het dan wel zijn? Aan het op de goedemiddag, goeiemiddag, Ik Ken allemaal. Ken <laughs> allemaal. Zullen we nou verkeerd? Ja, ja, ja. het is niet met CK. Maar dat is niet erg, want iedereen schrijft dat met CK. Ik had dat in mijn inleiding ook met CK Ja, omschreven. maar dat is een klassieke fout. Is, Iedereen die Het is, is gewoon het? alleen de K. Okay. En, en van is eigenlijk mijn hoofdletter. Ah, ja, Oké, okay, dus was er was al eigenlijk van bijna van, nou, niks juist. Ja, behalve tonen, dat is wel ja, Had je dat fout geschreven? Ik dus dacht dat het een 2-1 was. Ton van, van Eckert. <laughs> Zou <laughs> nog kunnen, hoor. ja. Ik ja. vind dat we het ook even moeten stilstaan bij dat de wind ook wel impact heeft gehad op haar koep. <laughs> <laughs> Zeker. En vooral dat hij een boom van achter ook weer naadloos inblendt in ja, ja, de rest van je haar. Dat is precies ja, een deel van mijn capsule, ja, ja. Ja, ja. En Een afro. Eigenlijk hier een. Ja, was ja. wel schoon. Wel schoon gaat wel de beste one-liner, vond ik ik, Toon. Altijd. Gij ja. die er het droogste uitgegooid. Kurk, droog uiteraard, maar wel heel funny. Vond ik Wat ik. heb jij weer gezegd, Toon? Ja, ik, ik doe, doe, ik geen, doe geen drugs. En ik doe geen drugs. Of ja, maar dat was echt op een keigoede manier uh, gezegd. Je moet het je eens opzetten. Dankjewel. Ik ga niet met mm een touw een taxi en het -hmm. dat ik En ik doe geen drugs. Jong en thuis. Ah ja, de Dam. Ja. heb Alcohol mag, maar wel met mate. Ja, boys. Dat is zo so boys man. Oh, te goed. Hè? Maar het, het lachje was dat jij dat wij eerst moest zeggen, wij drinken niet op zo'n en dat we ja. dan even in overleg hebben gezegd, ja, maar wacht, ja, ja. dat is niet. Nee. Daar gaan we op gepakt. Er ja. ja. gaan we op gepakt. <laughs> <Ja>, dat <tom> gaat sowieso. Ik ken Ik ken niet, ik drink niet ik maar echt Maar tournee Mineral, ga je nou ook niet, Toon? Nou, ja, maar een maandje. Uhm. Mm het -hmm. kan ah, jongens hier een. in. gaat terug vaten. Het is wel goed dat zo'n tournee Mineral zo in de kortste maand van het jaar is. Dat is denk ik. De bedoeling. De bedoeling. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, er was ook zo'n ding in Amerika over Black History Month, ja, ja, dat ja, die dat je ook februari. februari krijgen. Dat je zo zegt: geeft hij dan toch op zijn minst juli of, of augustus of zo. Dat je 31 dagen hebt, maar dat was dan ook zo de kortste maand van het jaar. Ja, 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 ja. Wel funny. Ja, wat, wat je het ook in, in Amerika de sober October. Dat weet ik, dat doen ze er ook he. Dus ja. dat is dan toch iets langer of zo. 30. Dagen. Ja, ja. Dat soort dingen met knokkels. Januari, ja, 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 ja. Ja, ja. juni. Dus. En, en, 31. Ja. Je, je, je ja, sorry, ik ben nog even dus ontbekomen uh, ont, uh, van dit. Dat is een prachtige ja, foto. Het zou een mooie foto zijn, maar ik heb er een stil van proberen te maken. Maar die is, is cute kwaliteit Maar dat zou, kom op, jongens. Mm -hmm. Deze dus die krijgen wij verkocht, hè? Mensen kopen die. Vooral die lichtjes, manjakkalig, gestoorde blik in mijn ogen. Waar ik niet <laughs> helemaal van uitzet wat ik was going for there. Ja, het is ja, uh, de Inner Jeffrey Dahmer is daar zeer aanwezig. Ja. en jij hebt zo'n boxcarrière van 15 jaar achter de rug <tast> uh, Angel. <tast> en gel. ik weet ja, al en, niet meer wat. En, en dan dan 15 dan dan, dagen dan, ja. en 3 is die zotte oomkel die er ook bij is, weet je. Bijt, <tast> ja, van, hey, ja, ja. Ja, jij jij jij. De zet hem. <tast> ja, en dan, dan... Ja, de toon is een nieuwe vriend zo, die, die, zo van de zus of zo, die, die, die doet maar wat mee. En precies. die de eerste foto mee met ja, de familie mag ja, doen. Ja, exact. Het is allemaal een zal ik je dat ook maar doen. Dan 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 maar doen. Ja. ja, zo wenen is dat precies. En de toon, dat is ook in het leven een vertegenwoordiger. Van wat? Ja, zo vaag. Haarproducten. Slechte verzekeringen zeg ah, de ja. badkamer of zo ja, Alex gaat ze wel is. echt heel heel maniacal, heel, echt. heel psycho zo ja ik snap het ook niet helemaal waar dat ik verend gaan was daar en, en Andries gaat gaat uh, alles al gezien hè? zo echt ja. een layback zo ja, maar ja. Nee. Dat is al de zoveelste foto dat ik moet pakken vandaag Ja, ik liet vooral mijn frakken he. al het werk doen. Ja, we nee, je stipje, surfplank. Ik je je zie ook wel dat de, de iets oudere Gerde handschoenen draagt. En wat dus de... Ja, de jeugd. De zeg jeugd, het jeugd eigenlijk niet, hè. Nee. Valt er wel ook wel op, vind ja. ik. Ja. Ja, ja. Je ja, hebt ja, ja. Ja. wel een potje op, hè. Ja, ja, ik ben niet helemaal kool. Cool. Ja, Alex, ga, ga je leren handschoenen doen? En een leren dat, een zal, wel sharp. Zijn. dat sharp. zal wel zijn. Ja, de leren frak, dat is toch iets raar, hè? dat dat eigenlijk warm is. Ja, dur... dat is maar dat is zo'n dikke jas, dat is zo'n yes, perfecto. Dat is zo'n klassieke rockersfest, uh, waar ze ook altijd geadverteerd worden aan mensen. Ja, de fans of dingen, hoe heet hem? Uh, um, allee, Marlon Brando in the Wild Ones en zo. Dat, ah, ja, dat, dat zijn die, kla ja. die klassieke frakken. Dus um, <laughs> Ja, dat is, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat is een hele warme jas. Ja. Dat is ook een hele dikke frak. We hebben die nooit eens besproken in de podcast. Dat, dat ging over een uitgave waar je sowieso echt veel geld aan had. Twee afleveringen geleden. Dat was die jas. Die was veel te duur, maar die hadden wel voor heel je leven. Dat merk je en als je op, dat op tv wel. komt, dan is die jas natuurlijk. Dat mag het dan niet niet kosten, zeg ik. Gelijk deze clip. <laughs> <laughs> Wat dat gekost meteen? Geen idee. Waarschijnlijk veel meer dan je denkt. Maar ja. ik moet wel zeggen, ik vond het wel een keileuke leuke dag. Want voor de luisteraars, wij hebben dat allemaal voor niet gedaan. Hè? Mm -hmm. Want dan gaan die we weer denken dat we soms veel, veel hebben moeten betalen. Maar dat is niet zo. Nee, maar dat is echt dat programma. Maar dat programma is ook echt dat. Ja, ja. Dat, dat is wel op, op één op VRT. Maar je voelt dat ook. Dat, is, dat hangt eigenlijk een beetje nog niet van de vrijwilligers en de favors. Nee, mm -hmm. Dat is echt nog plezant. Ja. Ja. En ja. wat goed heet dat er nou? Dat is waar. Ja. En, en ook vooral omdat dat, ja, Maar zou ja... dat nog iets uithalen? Kijk uit. man. Echt een oprechte vraag. Ja, ik denk niet dat er veel mensen deze live hebben gezien. Je bereikt sowieso al geen mensen, denk ik. Daar begin het al mee. Jawel, mensen die kijken om een bepaald uur. Op welk. Was dat Ik denk dat niemand. 1 op zes uur dan. heeft er toch veel volk gezien, denk ik. Wie kijkt eruit naar kijk uit? Ja, maar dat passeert. Dat is misschien eigenlijk een tactiek. Dat is er in ieder De vraag die je moet stellen is: was er een of andere gast die zo'n joint opsteken was en dan zo. Oh, ah, nee. ja, nee. Oh, dat, gaan we <laughs> niet doen. dat gaan we toch niet doen. Ja, da, dat. Weet heet. je dat... Zo, ha, Doen die eigenlijk iets? Dat vraag maar, ik me maar nee, Ja, maar bij, uh... bij die pestvideo's heb ik het ook vaak. Hè? Van ja, maakt dat soms niet erger? Ja. Nou, erger denk ik niet. Ja, ik weet dat niet. Soms geeft ze van die kitnet. Uh... Mm -hmm. Wat moet ik doen? Ik hoorde dat niet goed. Ah, sorry. In ah, ja. ah, ja, dat, dat moet hier. herinneren. Ze hebben van die kidnap-toestanden hey, uh, tegen pesten. Dat is allemaal supergoed. Ik steun dat absoluut. Maar. Ik denk niet dat je gepest wordt op school en, en hey, er is zo'n dan, dan dansje of, of whatever, een muziekje, en je zegt dan: hey, dat moet je dan kracht geven of zoiets. Of, of zo, je zegt van: dat, ja, ik kon dat liedje nu eens doen, dat die pesters... zoiets van: oh, ja, nee, nee, dan niet. Nu begrijp ik het. Die mannen, die, ja, dit, dat is k maar ik denk niet dat dat. Ik denk dat dat gewoon in zijn algemeen is, want dat dat nog eens in het collectief geheugen zit, en dat daadwerkelijk is, wat maar, je te zien krijgt. Er is, maar één ding dat ik kan tegenhouden is, is dat gewoon iedereen begrijpt dat dat ja, niet kan. Mm -hmm. en dat je gewoon ingrijpt, maar dat doen heel weinig mensen, hè? ik bedoel wie gaat er ingrijpen als er iemand gepest wordt dan denkt al snel van, oh ik ben kijk ik ben het niet zijn Ben jij ooit slachtoffer van pesten geweest in een middelbare periode? Bij, bij mij was dat eigenlijk, dat klinkt naar heel graaf, maar bij mij was dat quasi onmogelijk want als hij iets probeerde, mijn tactiek was eigenlijk altijd, ik ben een paar keer van school veranderd en dan proberen ze wel, links en rechts, en je moet eigenlijk zo snel mogelijk uh, ja, laten zien dat je verbaal sterk zijn En laat ze direct gerust. Mm -hmm. Zo was dat bij mij. Dus ik heb ooit eens een gast gehad die dat zo de eerste of de tweede les wel eens geprobeerd heeft. En heb ik die daar zo'n soort van comeback gegeven. Uh, want het was, dat was zo de grave gast, die was blijven zitten in al die in toestand. Mm -hmm. En ik heb die daar, ja, les 1, 2 of 3, I don't know. Zo even publiekelijk zo even een comeback gegeven. En dan had hij zoiets van: ah ja, ah ja, nee, dat is precies te moeilijk. Laat maar al. Mm -hmm. de, de, de Verbaal kon ik in mijn eigen altijd al. Uh, ja, mijn mannetje staan. Dus nee, ik niet al goed. En gaat het dan? Nee. Zag af en toe, ik was een mega pester. Ja, maar ik. Ja, ik denk. Uh. dat ik... Nee, 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 maar dat is, nee, dat is echt stom. Maar ik denk echt in de lagere school. Dat ik misschien wel iemand gepest heb. Ja, ik denk dat wel. Uh -huh. Maar ik, dat klinkt nou heel voos, Want als ik er nu op druk ik denk ik zo van, wat de fuck voor een kutklane worden. Ja, maar. Jammer echt. Maar op die moment. Beseft je dat niet of zo? Mm -hmm. ja. Nu, echt, echt eraf. Hè, je dat... Wat deed er dan bijvoorbeeld? Wat deed er dan bijvoorbeeld? Oh ja, dat was zo. Ik weet dat niet meer hoe nee, maar, nee, joh, joh, dat zo lachen he? of zo. Of, of mm -hmm. zo uh... ja. ja, opmerkingen gegeven over een bepaalde het ja, moest een bril of zo hè, vroeger. Hè. Een bril of uh, een brug of, of, of uh, niet de juiste kleren. De, die kleine mannen, iedereen is klein geweest. Hè, jong? ja dat was zijn verschrikkelijk. Hè. Mm. Dat is echt, dat Kinderen is... zijn hard voor elkaar. Hè. Ja, en dat is direct van: ah oh, ja, gij slachtoffers slachtoffer, zijn, ik ik het niet. Dat heeft ja. iedereen precies. Ja. Zo werkt dat wel heel vaak. Hè. En je merkt zelfs als, als je zo de. De onderkant van de ladder, bij wijze van spreken, die voor een of andere reden in nog iemand vindt dat daar nog onder zit, ja, ja. Ja, ja. dan heeft je zelf ook de neiging om dat dan ook nog eens te gaan doen. Zo. Terwijl dat bij u overkomt. Dat is een heel raar ding, pesten. Ik heb dat wel meegemaakt, maar ik heb dat ook al verteld. Hè? Maar ja. uh, daar heb ik dan opgelost met karate. Ja. Niks dan een goede trap tegen uw gezicht, u niet meteen van gedachten doet veranderen. Dus zinvol geweld bestaat wel, dames en heren. Maar dan stoppen die ook niet altijd. Maar tot zover. Soms. Dan als stoppen die ook direct. Over... Is dat niet? Dan stoppen die ook meestal. Dan is het direct gedaan. Dan stoppen. Maar dan dat zou een goede preventiecampagne zijn voor Kitnet. Dat hij gewoon zeggen: sta hij gewoon op zijn bekjes. En alles is opgelost. Ik weet dat het pedagogisch niet verantwoord maar er zit wel een waarheid in. Nou, je kunt ook wel ja, zeggen, wel... ofzo... <laughs> Ik zie gewoon altijd nog die foto aan het zien. Mm -hmm. De pestbrigade, of we sturen deze vier op jou af. Oh my god, <laughs> verschrikkelijk. Dan komen die eens goed met jou praten. Oh, verschrikkelijk. Ja, we hebben wel een hele sociale werker vibe ook wel hierop. Ja. En jij zit dan zo de ruige de sociale werken. Ja, ja, die ene dat denkt dat hem graag is vooral. Ja. Die zo binnenkomt en zo. Ik heb vroeger ooit nog eens een concert van Pereljam gedaan. En dat was goed <laughs> hoor. Ik heb ook in een situatie gezeten. Oh, een, een DSO, zo Van die mensen die ja. altijd in die situatie zitten. Ja, ja mijn ja, ken, ken dat. Mm -hmm. Ik was vroeger ook zo. Ik heb mijn eigen draad gewerkt. Zo dat zo. Mm -hmm. Ik kan ook zo play drukken, want er komt nog uh, we hebben nog recht op 22 seconden. En dan komen we, we eruit tussen. Waar gaat he? daar nog uitkomen dan? Oh, even zo, zo even kadreren. Ik. Oh. Bas. Nee. Ah, Ah ja, dan krijg je nog een uitleg. En wij moesten dan zo een gesprek met elkaar voeren in de nacht. <laughs> rabarber, rabarber, rabarber. <laughs> Ipsum lorm. Uh <laughs> je hebt de, de nechten uh, een walla walla. Ken je dat? dat ja, ik heb dat ooit eens uh, gehoord in een of andere documentaire. En dat is als je een, een scène hebt in, in bijvoorbeeld een, uh, uh, een rechtszaak of zo. En je hebt zo de advocaat die zo een, een stukje. Bewijs op tafel gooit dat ineens alles verandert of voor het publiek van onder de indruk is, dan zou nou het schijnt als dan ineens al het publiek onder de zo Walla 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 beginnen die te zeggen. Maar als je dat hoort in de achtergrond, klinkt dat als voor mensen die tegen elkaar beginnen te praten. Nog heel veel van de dingen was gewoon dat die walla 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 tegen elkaar zeggen. In hoboken is dat. Wola. I'm not shitting you. Walla walla walla. Walla walla. Goed beeld. <laughs> in een Nou, Dat is ook goed. In soort film. Uh -huh. Ja, ik vind het niet wel lachen. Nou, er zitten wel wat details in. Want hoe, hoe, hoe dikwijls zijn wij ook niet doorgekregen. Moet recht, want wij stonden meestal rechts te sjouwen. En dan moesten wij zo meer opzij. Mm. Ja. Nou, we mm. moeten dikwijls in beeld gelopen. Hoe minder dat wij. Dat minder dat dat wij in beeld zijn, hoe beter. Dat is natuurlijk wel. Als je niet uw eigen trailer hebt, Ja, dan gebeurt dat natuurlijk. Ja, ja wat dan ik me net? Ik zit het daar in de rechtergrond. Ja, dat ik En het was er goed warm. Dat grijze. Ja. Is dat, is, dat is goed voorzien. Dat... Ja. Ja, ja. Ik ben al blij dat het geen witte camionet was. Als wij door met vier starten, dan kreeg je ook weer een ander idee. <laughs> ja, ja. En hier, hier zijn we terug bij gifgroen. <laughs> ja, gifgroen en alle socials, hè? Ja, ik stel hey, voor ja. dat de mensen die het nu zien hun snel gaan abonneren, hè? Ik voilà, en zo'n zo groot Big Brother oog in de achtergrond van We are watching you. Kijk, Kijk, Kijk uit, hè? Ah, Kijk uit. Zit overal, ja, het zit overal. Nou, vandaar... goed, toch even zien wie dat hier eigenlijk allemaal uh, ons opdracht gegeven, hè? Mm -hmm. Vlaanderen. Verbeelding werkt. Ja, dat was het zeker. Mm -hmm. Je had wel wat verbeelding nodig <laughs> om u in te beelden dat wij goede acteurs waren. Brusselse mobiliteit, gewestelijke overheidsdienst Brussel. Ja, er moet, we moeten ook wel doen vier platte Antwerpenaren om een Brusselaar te overtuigen dat hem uh, braaf moet zijn. Dat vind ik ook. Uh. Dat, is, dat, is, dat is de beste manier om die wie in Vlaanderen te overtuigen dat ze braaf moeten zijn eigenlijk. En dan uh, de federale politie, waar ik altijd van vond dat dat een zeer vreemde logo is dat die hebben. Want maar dat ziet er meer uit op? als een gasbedrijf vind ik. Mm -hmm. Daar ja, heb ik altijd gat ermee. Dat blijkt een hand te moeten voorstellen. Ja, of een vlam. Een en, vlam. Ja, maar een dat vlam eruit, ja, maar dat is, dat is toch dat is een ja. gasbedrijf, Dan? Ja. Nee, die komen ja. de gas fixen. Dat is of niet zo, de... petrochemie of zo. Ja, zodat we. Ja. En dan VS, en... VSV: ah, ja. iedereen mee voor veilig verkeer. De hand van de wet. De hand van de wet. Ja. Dat was een soort. hey, hand. Maar ik zeg, wat is nee. dat dan is dat? Dan? Ja, nee. Ik, 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 zo, heb ik dat toch? Ik heb dat gevraagd aan de politie van: w -w wat is dat teken? Want ik vind dat een heel raar teken. Zei, dat is een hand dat eigenlijk zo um, ja, het zin zei van het is zo wat zwaaien. En ik had zoiets, dat lijkt ook dan wel meer op Stap Dat ook Zo gevoeld zo. Er zat toch ook iets lichtjes dwingend in de hand dan. Maar ik vond het ook <laughs> niet zo overduidelijk een hand. Ik vind het ook altijd meer een vlam eigenlijk. Ja, ik denk dat die grafisch designer niet echt carrière neemt. Ja, nogthans, het valt wel op, hè? Geen ja, het ik, wel. Ja, direct. dat is waar, dat is waar. Het feit dat je er nu over praat, misschien? Ja, ja dus waarschijnlijk is dat, is dat goed gedaan of zo. Ja. Maar ja, maar ik denk dat, dat onze stagiair Marijke dat veel beter zou kunnen. Hè? Zeker. <laughs> die zou dat <laughs> veel beter kunnen. <laughs> Marijke, welk zou, wat zou uw logo zijn voor de federale politie? Ja, Een zei... vlam. Ja. <laughs> Ja, het handje maar beter dan wel. Of zo. Ah, ja, het handje maar beter. Een Antwerpshandje ja, eigenlijk. Altijd ja, ja, beter, hè? De betekenis erachter en het gedicht is goed, maar uh, mm -hmm. de uitvoering kan beter. Oh, voilà, dat is die, uh, die jeugdigheid, hè? Het een beetje gelijk de politie in het algemeen. die <laughs> <laughs> Het idee erachter is goed, <laughs> maar ja. Het was in ieder geval een fijne middag. Ja, mm -hmm. En uh, shout-out naar uh, Sophie. Sophie, Zeker. merci. Fantastische merci nog. madame. Merci denken, ze was nog. weer ver weer weg, ze weer, uh, ja, naar, naar waar ging die nu weer? Nou, ja, ze is al terug, maar ze hebben. Uh, ja. Nepal. Ja, ja maar ja. De, die al zoveel beklommen dat hij dan zo zegt: die beklimt dan zo'n andere 8000er. Want er, er liggen er een aantal naast elkaar. Maar dan, flink, dan is er weer een andere ding. Maar wel schoon, want als je ze op Instagram volgt, zeker doen, dat zijn wel altijd. Goede 8000er bekken. is een meter. Ja, mm -hmm. 8000 meter. Ja, dan even in stijl. We, daar liggen, wij, ja, ja, wij, is daar we hebben er dus twee trappen gedaan, we liggen er te puffen. Hè. Dat is niet normaal. Ja, ja maar. Of <laughs> echt zoveel. En, en echt zo de volle twee, twee, drie wel. minuten hè, puffen. Hè, dat is niet van. Ah, ja, ja. En nee. dat is dan met de volle 21% zuurstof. Hè, dus dat is, uh... ja. En we hebben geen corona En we hebben geen corona gehad. Allee, of, ik weet niet, uh, nee, dus niet. Allemaal nee. niet. Dus nee. wij zouden redelijk in shape moeten zitten. nachtjes. Dus, nou, ik wil niet mee met z'n Ik zal wel graag zijn, wij met vier dan ja, expeditie of een hey. an Everest. Dat's de show. is de show. En dan zo die foto, die foto met die damekes ja, 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 ja. op de top van de Everest. Zo. <laughs> Voila. En dan zo, ja, oh, toch uh, 700 likes in de plaats. <laughs> <laughs> zo, zo in de plaats van de pot op, de top op. Ja, hey. Hey. ja maar is het? Ee. Kunnen we misschien iets pitchen hebben? Maar het zou wel zin, man. We moeten dat doen. De <laughs> top op. Als ik het naam met iemand zou doen. Top of the pops, <laughs> of alleen zo. Gaan oh, we daar best ik, ik, zou het in ieder geval toch met iemand doen. Ik weet waarover we dat. Jij had wel een hele goeie. Bergbeklimmer Frak. Uh, dat is een feit. <laughs> dus, <tot> Allee, We nou, kunnen starten Volgens he? mij beklimt je Frak alleen die berg ook al. <tot> we, zullen, we zullen beginnen met de Lilse berry. Nee, die, die Frak die staat er weer een top al te wachten waarschijnlijk. Hey, die is. Ja. Je wilt al met selfies achter de rug. Ja. Ja. vliegt naar boven. Ja. Pff, het komt om binnen en wat minder plaat. <laughs> 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 zeg het dan maar nou? nou, Zeg het <laughs> dan ja, gezicht, je gezicht. <lacht> 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 Ja, niet. <laughs> Ja, ah, man. Het hier een ja. beetje absurd te worden. Ja, dat is zeker. Zalig. Dat is zeker waar. Nou, Ga ge... ik met een frak houd, Is er nog niet gevallen? Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Dat ja, is... Of had je kunnen nu? Dat is een moment gedaan. Dus moment uh... is weg. Ja. <laughs> moment <laughs> is weg. Maar toch heen. doen, hè? Toch dat vind, ja, ik, ja, dat ja. vind ik het ja. belangrijkste van ja, allemaal. Ja, ja. Moment is weg, toch doen. <laughs> dat is ook misschien een goede voor, uh, voor, voor zo'n ja. soort. Uh, ja, wat is dat? Zo'n grafschrift of zo. N? Moment is weg, toch doen. Alsjeblieft. Niet slecht. Jullie, uh, de laatste keer dat je al een hier zat, hè, twee jaar geleden nu intussen, hadden jullie gezegd: Oh man, als we, als we iets zouden kunnen doen, dan is het van deze ons job maken. En dat we daarmee bezig moeten zijn. Of we werken, ik hoor het al nog zeggen, voor een soort productiemaatschappij of iets kunnen doen. Ja, je werkt nu voor Zodiac. Hè. Dat is wel redelijk cool. Ja. ja, ondertussen Benny J. Ja, dat heet, heet. ondertussen Benny J. Ma, dat is veranderd. Oh, hoe Ma, heet dat nu? Benny J Belgium. Benny J? Ja. God damn it. Dat is overgekocht door. Dat ja, gaan met de Nederlandse toestanden, oh, zo, dat was zo, uh, Europees, voor kort Zodiac inderdaad, en nu Bene Ja, nee, super hè? Uh, Ja, uh, mm -hmm. dat was inderdaad onze droom. En dat is inderdaad leuk dat dat dan hier gedocumenteerd werd. Dat je dan nog zoiets kunt zien van, hé, hey, zie, toen stonden we nog tussen haakjes nergens. Mm -hmm. En nu zitten we daar. Uh, ook uh, big shout-out naar Andries, die er toch wel een rol heeft in gespeeld, sowieso. Mm -hmm. uh, ja, zeker. Hier en en Warad, die in drie en waar dat hier overal rollen in speelt. Ja, ja, ja. Tentakels gaan ver. Dat uh, so, uh, is een, een beetje de specter van... Uh... Nee, man. <laughs> die heeft toch wel de deur geopend, moeten we niet een nozel do over doen. Dus uh, ja, dank u. Uh... <laughs> dank u wel, Andries. Maar deze hebben voor u een cadeautje. <laughs> dus ja, we zijn, collega's, we, zijn collega's, we zijn collega's. Ja, we zijn niet collega's. Ja, we, zijn niet collega's. Ja. We, ja. Dus... we zijn een beetje het eiland. We zijn ja, een... ja, 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 was ja, een... ja. Dus de, de creative desk. Ja. Grappen als met vriendelijke groenten worden dan uiteraard wel eens. Oh, tot volgend jaar. Oh my god. Of alles tot... alles goed? Alles is feil, hè? Als <laughs> <Zo, zo> die... <laughs> je, terug... je terugkomt van vakantie, uw west. Go. Mokker, hè? Alleen zo ds die... <laughs> wordt daar wel eens. Uh... Ja, wij, wij kunnen we echt lang mee. Tot Danny. Tot Danny. Of, Danny. of, Danny. of uh, mannen. Bij leven en welzijn. Tot morgen, hè. Bij leven ja. en welzijn. Ja. Alles ja. goed? Oh, mm. Ik weet het niet. Alles is vuil. Hé. Dat vind <laughs> ik verschrikkelijk. Je mm -hmm. zegt gewoon ja en god gaat <laughs> nee, ja Nee, ja. nee. Voilà, um... En hoe is dat eigenlijk, daar werken, een office job? Is dat cool? <coughs> ja, ja. moet dingen, tijdens creatief, eigenlijk. Ja. Je moet dingen bedenken. Ja. En... Ja, ja. Ja, ja, je moet oftewel eigen concepten of uh, bestaande concepten die we dan. Uh, ja, we moeten copy en improve noemen dat dan. Um, mm -hmm. In principe is dat gewoon een verlengde van wat we al deden, maar nu op een ja, gestructureerdere manier. Ja. We hebben dat altijd al gedaan. Hè. We, maar toen deden we dat op een bank in Boulard Park, uh, ja. tussen onze uren. Ja. Hè, van oké, okay, hoe kunnen we dat aanpakken? En nu zitten we daar gewoon. Ja, in een kantoor of enfin, een bureau. Mm -hmm. Dat hetzelfde te doen. Dus in principe waren we wel uh, ja, voorbereid voor wat er ging komen. Maar je, je, je pikt ook ik weet niet veel op. Hey, er zijn niet veel gasten met tonnen ervaring. Waar je ja, stelen met de ogen. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook heel plezant. Dat je kunt zien. Maar, ja, die doet dat zo. Die zo. Ja, is, dat, is dat wel niet dat je zo tof vindt? Want er is wel echt een generatie nu. Uh, Gell, uh, The Average Rob. Uh, zo van die mensen die. Uh, average Rob zegt het ook zelf. Maar, uh, de tijd dat ze de, on de online mannen mm -hmm. worden eindelijk serieus genomen en uh, ay, het weer eigenlijk ook wel een beetje tijd mm -hmm. Voelde dat ook wel zo ja anders zouden ze ons die kans niet geven we hebben wel er is wel we hebben voorstellen gekregen op voorhand maar ik heb ook altijd uh, of we hebben altijd zo tegen elkaar koud ja moet wel het juiste zijn of zo ik heb altijd van ja zo een of ander obscuur productiehuis en dan denk oh, je daar is niks aan Mm. Dus, die, die, dus um, ja, we zijn wel trots dat een groot productiehuis ons die kans nu geeft. En inderdaad, is dat uh, ja, mooi. Hè? En ik heb altijd geweten dat, dat het moest er ooit van moest komen. Dat kon niet anders. Omdat ik, het, het, um, wat ik hoorde op de straat van mensen, ik dacht dat kan toch niet anders dat we ooit eens die kans gaan krijgen van iemand die dat ook ziet. Van oh, die mannen die kunnen wel iets. Mm. En bij deze. Ja. Dus dat, ja, dat, er is nu heel veel talent dat eigenlijk op zijn eigen iets kan doen. Vroeger moest je ja, uh, een, 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 echt een pad volgen, hè. Jij moest uh, een examen doen bij de VRT. Je moest dit doen. Nu, je kunt gewoon vanuit je slaapkamer of vanuit uh, een zolderkamer als deze kun gewoon een, uh, een podcast beginnen die dan succesvol is, waardoor dat jij aan, dat andere stappen mogelijk worden. Ja. Al, al wat wij doen, was 20 jaar geleden onmogelijk. Onmogelijk. Ja. Want het dat is gewoon heel, echt, veel meer talent komt nu voilà. mm -hmm. het is allemaal als een trekje. Ik je dat we. Hey, we ain't seen nothing yet. Dat echt uh, ja, binnen vijf jaar of zo. Dat gewoon een wissel van, van de wacht is. En dat, dat het, eigenlijk het, alles wat, 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 wat dat dan relevant is. is dat, dat op een of andere manier zijn wortel zit in DIY online? Dat dat puur economisch, ja. Want als je ziet bijvoorbeeld wat een tv-productie kost, of wat een filmpje van Average Rob kost, dat zal niet, ik weet niet wat dat kost, maar dat gaat niet, zeg maar niet 50.000 euro per aflevering zijn, denk ik. Dus ik denk dat dat gewoon ook, ja, als adverteerders zich daarop gaan, gaan richten en daar ook veel meer bereik mee halen dan misschien een tv-format. Uh, 500.000 euro gekocht, dat dat economisch ook gewoon een beetje, denk ik, hè. Mm -hmm. Ja, maar er zijn altijd wel zo dingen als Netflix en zo. ja, van die ja, series. ja dat weet ik, bedoel, ik maar... gewoon niet... Allee, We kijken allemaal heel graag naar mooi gemaakte series. Dus dat gaat altijd blijven, zo. dat ben ik zeker van. Dus dat denk ik niet helemaal. Het is gewoon nu, wat ik denk dat de, de kracht is van die nieuwe generatie, of die nieuwe technologie, is gewoon, het volk kiest. Dus er zijn tien... 10 zeg maar content creators, Maar het volk zegt, ja, wij vinden die wel de tofste. En vroeger werd dat meer opgedrongen. Van ja, we hebben nu een nieuwe persoon en die gaat nu mee. Ja, ik vind die niet. Maar nu, ja, mm -hmm. dat het volk kiest gewoon wie ze leuk vinden. Zo simpel is het. Want je kunt nu, vroeger, hè, als er een gast kwam en je wordt tv ontzien. Ja, ik zal dan morgen nog die gast zien zeker. Nu zeg je, fuck die gast. Dat vind ik een toffe. Bam. En ja, als, als heel veel getallen dat doen en aantallen. Ja, dan is het duidelijk dat het volk... ...graag nog die kerel of die vrouw zie. Maar het volk mm -hmm. dus, kies nu toch ook nog... kiest nu toch ook al een beetje, toch? Nee, vroeger was dat anders. Nou, maar ik, ik, dat ik zal bijvoorbeeld zeggen bij de... Uh, de, de, de ik zeg, ...misschien ben ik lul, hè, ...de sportredactie... ...ja, Frank Raas is daar... inderdaad tijd gekozen door... Uh, ...Jan Wouters, hè, een examencommissie... Jij wordt een man, jij gaat dat doen... ...dat is nu niet meer. Nu, het is misschien een slecht voorbeeld, hè, maar nu die de bestuurkoos dan van jij gaat dat worden, jij gaat dat, maar nu kun je bijvoorbeeld zeggen als er nu een gast is een sport, Miet, Miet, het goede voorbeeld, die mannen zijn ook die kenden die niet ervoor, Sam en Evert, kenden die niet, mm. maar nu zijn dat ja, toonaangevende gasten in de sportwereld, hè, voetbal, mm. die zijn toch niet gekozen door iemand of die zijn toch niet, ah, oh, die hebben geen examen gedaan, maar de mensen luisteren er graag naar, kijken er graag naar, en dat bedoel ik. Nou, er worden ook geen alternatieve media. Hè. De media voilà. die er was, was de media. En wat je zag, was wat dat je zag. Voilà, dat bedoel dus, ik dus Dus Al, de rest, ja, ja, al de rest bestond Louter en alleen in de marge ofzo. Maar en zelfs dan. Hè, want waar zouden ze dan tegenkomen? terwijl ja nu er natuurlijk zo'n enorm aanbod in elke vorm van, van sociale media dat je dat je wel kunt kiezen wat je kijkt ja, gewoon als die, de eerste een keer dat je hier zat mm -hmm. wat er dan online was en nu dat is altijd ja, natuurlijk ja. Ja, ja, ja. Dus dat is ja. zeker met die corona dat is maar ja als dat een nieuwe media worden. dan natuurlijk dat moet je eigenlijk ook altijd een beetje voor uh, wapenen niet noodzakelijk maar gewoon al ja, weten dat dat zo is als binnen een aantal jaar dit allemaal mainstream wordt, dan is het de mainstream natuurlijk. Ja, ja. En dan, moet er dan, dan gaat er wel weer iets anders gebeuren ja, ja, ja. na een dat is ook, tijd. Dat is ook nodig, is ook <laughs> nodig om de mainstream een shot te geven. Hè. Dat ah, is ja. eigenlijk wat, wat het is. maar ik ga straks ook vragen? Zo de, typisch, de dingen krijg je ook, ook wat sketchjes aan het doen en zo. Um, uh, de abdel Padel of zo, heel populair figuur of zo. Uh, van, waar, van waar komt hij eigenlijk? Ja. Of, uh, of wie is dat? Abdel Padel is eigenlijk een mix tussen um, de gasten waar ik vroeger mee ben opgegroeid. Hè? Dus uh, zeer allochtoons, uh, de, de, de straat Marokkaan mm -hmm. en een Johnny. Ja. Dat is eigenlijk een uh, beetje wat dat in mijn hoofd zit. En uh, de oorsprong van Abdel Padel is eigenlijk. Uh, sommige mensen weten dat. Ik, uh, voordat ik bij uh, Benny werkte heb ik heel lang in de Garincha gewerkt een uh, sportcomplex waar ik kunt voetballen en padellen. En heel veel, uh, heel veel allochtonen komen daar uh, in Janincha uh, voetballen. En op een bepaald moment is die padel ook heel uh, populair geworden. En ik vond het altijd heel grappig om dan zoiets te denken: van, ja, maar wat, wat als zoiets een typische Marokkaan, zo'n straat, uh, die we dan zien in Mokro-mafia of whatever, ja. wat als die zou padellen of zo, echt zo Vlaamse dingen uh, zou doen? Mm -hmm. En zo is Abdel Padel eigenlijk gewoon ontstaan van ja. In principe, wat ik deed, constant in, in werelden zetten dat je niet thuis hoort. Ja. Dat, je zo, dat contrast is altijd grappig. Ja, dat. ja omdat dat als een zaalvoetballer was is dat typisch. Maar als je die dat aan ziet doen. Voilà, ja. zo'n zo. sport die ook zo gedaan wordt door. Allee, het, het kon ook niet een grotere hype zijn bij dat iedereen rondom je. Ja, ik ben nu aan het spaten. verschrikkelijk. Amai. En dat je dan zo'n zo gesta hoort zeggen. Ja. Is dat natuurlijk inderdaad altijd mega funny. Maar jij wel. Wat ik wel cool aan u vind, is niet alleen uw houding en hoe dat je tacteert, maar ook uw accent is wel spot-on. Want dat is. Dat is ja. een ander, ik, ben, ik ben ooit eens aangesproken uh, door, een, door een, een Marokkaanse antwerpenaar. Hé, heel funny die het tegen mij zei. Ja, Alex, als jij Marokkanen na doet, dat is de andere generatie. Hé? Dat zijn zo. Ah, onze, ja, ja. Onze, dat zijn de. Onze, onze ouders. Ja, ja, hè? Maar, en, ja, ja hem, maar wij spreken eigenlijk niet meer zo. En dat is keihard waar, hè. Die, die, ah, ja. die doen... Dus, dus ik merk ook dat ik in mijn shows... Als ik nu iets doe, doe ik, ik probeer ik die niet meer na te doen, ja, ja. maar zeg ik dat gewoon alsof dat ik dat zou zeggen. Ja, 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 ja. Omdat ik weet van... Dat kan ik niet, maar jij kunt dat wel. Jij dat perfect... Hoe dat, hoe dat die, ja, die, ja, ja. die straattaal klinkt, is echt dat. Ja, ja, ja. ja. En dat is anders dan... Hè, de gasten waar ik mee op, opgroeide, was echt jonge, ah, woela, moeder, ja, ja. Waar mee, ja, jongen. Ah, moeder, was met jongen? Maar dat is niet meer. Nee, dat is duidelijk. Dat, dan dat, veranderd. dat voelde, dat voelde ik dat dat, dat is. Ik ja. doe gewoon ook waar ik mee ben opgegroeid. Mm -hmm. Ik heb heel, heel lang strafvoetbal gedaan, zaalvoetbal. Nu in die zeg. ik ben altijd... Ik enorm veel in contact gekomen. Ik heb ook heel veel vrienden van de andere origine. En nou, je hoort gewoon veel. Hè? Je hoort veel en je pikt wat op. Eh, bedoel, het gebeurt wel meermaals dat ik in de garintje staan. Dat ik bijvoorbeeld die hoor en ik schrijf dat gewoon op. Hè? Oh, perfect voor Abdel Padel. Bam. Dan schrijf ik zoiets op. En dan denk ik van oh ja lach je maar. Uh... Is op een of andere manier veel van de stuff dat in nu dialogen zit. uit het leven gegrepen? Tuurlijk. Ja. Ik heb niks zelf uitgevonden. Hè? Ja. Ah, doe sneller als slak. Denk jij dat ik dat ga voorzien, je nee, dat kan voorzien of ik dat nog eens? Ah, doe sneller als slak. Dat is maar die mannen zijn ook altijd zo de essentie. Bijvoorbeeld in een voetballer die, zo wat, uh, die, die niet echt uh, soep, soepel is, dan is dat direct... Zeg jij van hout of fa? Zeg jij van hout of fa? Ja, ik vind ja. dat goed. Maar dat ja. Dan je dan een sukkel of zo. En dan <laughs> zeg <die>, ah, <laughs> je, ah, ze jij van hout of fa. <laughs> dat is niet dat cool. Die gaan <laughs> altijd nog de essentie in de ja. hou ik van, van die stijl. Ja. Ja en dan ja, al die accenten, die uh, die accent ja, je dat gewoon op hè. Ik want je krijgt echt... er wel goede reactie op, hè? niet alleen mensen dat funny vinden maar ook van, van mensen die, die uh, waarschijnlijk weten deze is gewoon over mij deze is gewoon over <laughs> mij ja en dat is uh, ja, 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 eigenlijk enkel maar uh, of toch heel veel positieve reacties en, en ik denk ook wel een beetje een unieke uh, situatie dat je zowel iets mee uh, al uh, dat je zo, zowel de allochtoonse gemeenschap Echt kunt pleasen, maar ook de, 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 de autochtonse. En dat heb ik nog niet meegemaakt. Je ziet altijd zo met een bepaald filmpje, om een voorbeeld te geven, Gianni, de choreograaf, dat is heel autochtonisch. Wie erop reageert, je ziet echt dat zijn de, de Belgen, zal ik dan zeggen, die gaan ook ook zijn Belgen. I know. Mm -hmm. Maar uh, bij Abdelpadal is dat mega gemixt. En je ziet dat ook. En, en, en ik krijg ook heel veel complimenten op straat van die mannen. Nu, als je komt rood licht staan. En er stopt een, uh, een golf net van mij. Moet ik geen schrik niet meer hebben? En ja. ja. dan is dat rompeknopen. Rom Hé hey, Abdel! You. En dan, dat is goed, hè. dat schoon? Dat, ja. Zo van die dingen. Ja, maar ja, Abdel Padel is vuil. Maar hij is geen loser. Hè. Ja, nee, nee, nee. nee, nee ja. Hij is gewoon vuil. Ja. Hij is, ja, een loser niet. Nee. Dus ja, hij vindt iedereen een loser eigenlijk. Ja. Hij ja. vindt iedereen een loser. Maar is dat ook een manier om zo. Uh, want ergens vind ik het ook niet raar dat dat ook weer vanuit het kurkdroog ding vertrekt. Omdat er ook weer een soort. Het is dus ook weer een excuus om zo ja. de eigen frustraties nou, ja, soms zo wat, wat in te geven en het mm -hmm. hem te laten zeggen Tuurlijk, daar die dient komt de een type voor. Ja, tuurlijk. Die komt met zoveel weg. Mm -hmm. Abdel Abdel komt met zoveel weg. Als ik de dingen zou zeggen uh, als Angel, mm -hmm. oh, nee dan, dan, dan krijg je weer uh, berichten en wat weet ik allemaal. Alle, we kennen het allemaal. Mm -hmm. En bij Abdel is hij ha heb ik het toch morgen gezien. Ja. Ja. ik wil niet zeggen dat ik alles meen weet zeggen absoluut niet kun hè, de, de maniacalen, de blik de mix ja, ja. mee ook altijd kwaad ja so altijd, altijd kwaad, altijd, altijd kwaad. <laughs> ja, ja. en als ze niet kwaad is is ze denken over wanneer het hem kwaad wordt <laughs> ja, ja. want dan is zo die blik zo die een spiedende blik dat hem even... opkomt, ja, ja. Ja, zo, ja. Komt, is het altijd, dan begin ja. de <laughs> <laughs> god, 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 god is helemaal zimmers dat wat zijn dat weer de zimmers Ligt dat nog eens uit ja zimmers zijn eigenlijk dat is nou. Echt flauwerik, ja. Zimmers. Ja. Maar dat, dat wordt voor zoveel gebruikt. Bijvoorbeeld, uh, ik zal zeggen hey, in de klas: de, de, de leerkracht is vergeten dat het een test is. Ja, mijn vrouw, het is een test. Ah, zwijg, Zimmer. Dat, dat, dat wordt voor heel veel gebruikt. Maar in principe is dat eigenlijk. Ja, in Turks is dat ibne. Dat weet ik ook nog. Ja, dat is, dat is zo vergelijkbaar met ze, maar zo. ibne Oh, ja. Zo, ach, wat is mij, jongen, janet <laughs> dat, dat is echt letterlijk dat. Dat is zo de, de ouderwetse. Ja, zo, ze is niet zo'n voze. Ja. Vlauwe, uh, ja, ze weet. Uh... Ja. ja, echt wel cool. Als je uh... dat opneemt, uh, is dat dan, uh, uh, wat dat je niet tweeën doet, ga je het alleen bijvoorbeeld. Is dat dan echt uh, camera op uh, selfie mode of is dat. Ja. ja. Kies ik een achtergrondje waar je hem dan ziet? Door uh, aan de kersttafel. Uh, ja, maar dat vind, ik, dat, vind ik, de kersttafel. Ik, dat vind ik ook echt goed. Dat vind ik ook echt aan de, de tegenwoordige technologie. Uh -huh. en vroeger moest je echt naar daar gaan. Daar, ja, dat is de uh, abdel, padel aan de kersttafel. Uh -huh. Nu kijk ik gewoon in de greenscreen. En ik moet zelfs geen greenscreen hebben achter mij. Dat is, uh -huh. dat is ingebouwd in Instagram en TikTok en whatever. En je gewoon een foto kan uploaden en je zit aan de kersttafel. Dat is super nice. Ik, uh, iets funny gelezen in de gazette van de week. Er was TikToker, lokt vrouwen naar, en naar Amerikaans boerengat met een video van de Alpen. Ja, maar wat... ik heb die titel ook gelezen. Ik heb niet geklikt, maar ik denk was. Ja, ik had dat ook. Ik zag dat gewoon voorbij komen. En ik dacht, ja, dat, dat klinkt, klinkt goed deze in ieder geval. Wat is daar gebeurd? Ja, dat is heel weird. Ja, zo'n vrouw die dat dan zo. Ja, hier, vallen. Voilà. Ja, ja. Er staat een video met beelden van de Zwitserse Alpen gaat de wereld rond. Niet omdat het gebergte zo mooi zou zijn, maar wel omdat een TikToker het als de plaats Gastonia opplakte. Stad in Amerikaanse stad North Carolina heeft volgens de burgemeester veel troeven, maar bergen zijn er daar geen van. Toch was Olivia Garcia uit Florida zo weg van de beelden dat ze tijdens een reis door North en South Carolina omweg wilde maken. <laughs> Die is er gewoon in een gereed. Ja. Voor de bergen te ons. <laughs> dat is wel Dat kaak, komt, dat komt er ook. Veel problemen van een tijd komen er toch ook samen in één video of zo. Hè? Ja. ja. Oh, deze is wel echt heel graaf. Ja. Gastonia, North Carolina. Daar ik nog nooit <laughs> van het gehoord eigenlijk. Ik nee. ben er ooit geweest in North Carolina. Zeggen, niet lelijk, niet lelijk North Carolina is mooi, maar Bergen inderdaad Dat was met, met die uh, Born From Pain-tour, ja. of wat heb jij daar gezegd? Ja, daar komen, met, right. dat was niet van... Uh, nee. Ik heb me uh, vijf dagen verlof, dit jaar... Daar gaan we naartoe. Uh, nee, daar niet voor. Ja, je ziet er wel Bergen, hè, een stukje... Ja, het, ziet er... het ziet er ook wel heel hard niet Amerika uit, die beelden. Dat vind ik ook heel grappig. Maar ik moet nou wel eerlijk zeggen, we kunnen ermee lachen, maar ja, in een andere context of zo, ik weet niet of dat ik... Dat je hey, dat het altijd... Ja, dat ik, dat nee, zou tuurlijk niet. Kunnen hè? Tuurlijk Als dat, al, als dat in de Rocky Mountains is, zo zou dan zouden we, we ze... toch zoveel beelden van ons. Ik bedoel, meestal in oh. uw eigen land weten dat. Hè? Zeker België in uw land. Ja. Maar dan nog kunnen stukken van België laten zien. Als jij zegt dat o, dat gezenders is, dan trap ik er ook in. Als ja, dus ja, ik niet is... zou weten wat dat is. Maar is, is uh, qua oppervlakte Europa en Amerika vergelijkbaar? Of is Amerika veel groter? Purpier oppervlakte. groter. Pu puur Amerika Amerika groter. Ja. groter. Ja. Dan Europa? Ja. 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 Sure. <laughs> ik bedoel. Ja. Uh -huh. Weet jij wat er in, in, in Oekraïne allemaal is? Hey, we, we kunnen altijd wel lachen met die Amerikanen, maar <coughs> ja. Ik weet zelfs niet wat er in oost beken allemaal is. We oh nee, man. Al. <laughs> ja. Wij doen altijd op een graaf, maar, maar we hebben een klein land en dan kunnen wij er wel een beetje van. Uh -huh. maar ja, weet maar eens alles van, 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 ja. van, van, van dat continent. Hè? Uh -huh. Maar we weten nog van Florida nu dat er in, in Washington het gebeuren is. Ja, oké, okay, de grote lijnen, wat we nou, dat oh, ligt ja, ook zo ver uit elkaar bij ons. Het enige is dat die zijn allemaal, die zijn allemaal ver, verenigd door een taal, hè, wat dat dat wij wel, niet hebben. Wel. Maar als, ge, als wij dat niet zouden hebben, ja, er zijn kei veel plekken die even ver uit elkaar liggen. Daar, ja, hè. Als je in LA rondredt, dat, dat is het zotste van allemaal. Dan zitten twee uur in de auto en je zit nog altijd in LA. Ja, ja. Kun je dat voorstellen? Want bij ons is dat al lang allemaal. Dan zit je al in, uh, in Brussels uh, South. Ja, maar dan, ja, dat, dat, dat is een soort drive voor die mannen. Hè? Ja, ja. Oh, ik, moet, ik moet een uur en een half naar het werk. Oh ja, ja maar die komen oh, ook naar eh? Europa en dan doen die hier een en dan gaan die van land naar land. Hè? Ja. Dat die dat gewoon zijn. Hè? Of Canada, waar dat uh, ja. uw buurman soms op anderhalf uur van u kan wonen. Dat is echt ja. helemaal zot. Er zeggen zo. nog iets over, over de, de, de Garincha. Um, niet te veel reclame bro. Niet te veel reclame voor de <laughs> Maar zoiets, uh, ik vond het altijd wel boeiend, zeker als je erover vertelt en zo, dat hij zegt. Uh, er zit ook wel iets kracht aan, aan, zo, aan zo een plek waar mensen, mensen van alle allooi samenkomen. Mm -hmm. Omdat je ziet dat het is zaalvoetbal, maar het is ook padel. Op zich is dat wel, uh, als je er zo gelijk rondloopt als ja, een echte job dan. Het is bijna, hey, De, de, de comedy-treasures dat daar gewoon al passeren, gewoon door dat feit. Ik bedoel, het zou een, het zou een sitcom kunnen zijn, hè? In principe wel. Nee, ik bedoel ja. superstore. Super Garincha. Ja, 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 ah, nee. ja, in principe wel. Ja, en het leuke eraan is gewoon, ja, zo fucking cliché. Sport verbindt. Dat is zo. Cliche, verbind, dat is zo ja, je ziet daar alle nationaliteiten het tegen elkaar opnemen of uh, voor elkaar opnemen, whatever. En, en ja, eens dat, dat in dit geval eens dat dat balken begint te rollen, dat interesseert mij niet. Dat de Suleiman dat aan een Senegalees is. Mm -hmm. En dat is, maar dat heeft niet typisch Garincha, maar dat is, ja, dat is gewoon, dat heeft te maken met sport. Dat is, dat is, op dat moment is iedereen even gewoon ploegmakker. Ja, met een gemeenschappelijk doel. Ja, ja dus een gemeenschappelijk dus doel. doel. Door, Wij ja. willen hier winnen tegen die andere gasten en klaar. Hè? Mm -hmm. Dat. En uh, ja, Padel en, de, 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 het contrast kan niet groter zijn dan uh, Verle die voor de tweede keer komt padellen. <laughs> Dat is ook een een kei naam. Verle. <laughs> Verle komt padellen. Mm -hmm. En Hassan, die eigenlijk achter zijn hoek op de kiel woont. en die een, oh die, die een uh, redelijk agressief komt voetballen. Of zo, uh, omdat hij hem kei-graag wil winnen. Je hebt al gepadeld eigenlijk? Ja, 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 Is dat ik plezant? Ja. Uh, ff, ik, ik word dat beu. Ik, uh, mm -hmm. ik, uh, het is ook al aan geleden. Ik heb dat vooral in de dingen gedaan in de, de lockdown. dat je niks anders kon doen. Heb ik heel mm -hmm. veel. Uh, enfin, veel een paar keer gepadeld en ik word daar allemaal een tijdje wel beu, dat is zo, uh, geef mij mijn voetbal, dat is echt mijn uh, first love Ik kan dat een uurtje doen Bij mij was dat music ah, First <laughs> my first Rest in peace John, dat zou wel zijn uh, Dus ja, die is, is goed voor maar ik kan eigen, als ik iets niet super graag doe, kan ik mijn eigen er ook niet in, in verliezen ofzo Want je al twee voetbal zeker hé? Spelen ja. al samen ja, hè? ja, ja. Moet we moeten Straks gaan, gaan, gaan een shot Wie gaat er aan? Wie gaat er aan? ja Hopelijk. Dat, dat, ah, zo. Ja, Spor, sporting Nederland. Neer sporting Nederland in Wilrijk. Dat uh, oh, is, de... is een grote verplaatsing. Dat is met de bus, jongens. Vorige week of twee weken geleden was het in Bornum. Dat was een beetje een Europees. <laughs> 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 nee, was nou. wat was spelde al Heel goed. Nee, nee, maar welke, welke lichting? O, hoe noemen we dat op loog? Barcelona. Barcelona. Dat is te goed. <laughs> dat is te goed. goed. Dus, uh, dus, uh, maar dat is de maar dan weet je niet eens wat voor ploeg dat is ja. ook Ja. 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 Bar, salon, vriendenclubs Antwerpen. Oh, is dat? Zaalvoetbal of uh, of gewoon ja, op veld. veld op veld? Ja. Oké, okay, cool. Is je? dat Jullie ja. tegen de Klamper soms. Ja. Ja. Klopt. Scoren mm -hmm. Score misschien ook eens voor. 5 0 ook wel. Uh, ja, uh, goed ja. gedaan mannetjes. Uh, wie wat wat voor positie speelde wel? Uh, respectievelijk linkerflank en ik ben een uh, centrale middenvelder. Maar hier om half ja, okay. vijf moet je spelen. Uh -huh. Ja. Uh -huh. Ah, ja, wat, okay. Ach, het gaat. Augustus ging al ja. Ik <laughs> El kun je beter onnemen vragen want. Want ik ben blesseerd en ik niet gelukkig worden van mij op het veld zijn een vriend. Nee, oh, ja, kan wel vertellen. My, maar... Ik denk Goed dat iedereen... wel eigenlijk. Anders wel, <laughs> ja, ja. Iedereen ieder gelukkig gewoon. Nou, ja, ik, ja uh... dat misschien wel, hè, misschien wel. Maar dan kon ik het toch moeten nemen van ander troeven dan van mijn <laughs> ja. voetbalspel. Maar dan zou ik ook, ik ook ik even zeggen, ik wil allez, het zijn fantastische namen. Is zo welkom niet. De Deurnse Turners. De Deurne is voetbal spelen tegen de Deurnse Turners. Ja, dat is toch. Dat krijg je toch niet. als je dat schrijft in sitcom, dat is dan zeggen ze... Dat is te gemokt. Dat ja. is te gemokt. Dan zeggen ze dat is te gemokt. Voor de moeilijke weekend, we moeten tegen de water <laughs> De Kloosterstraat ook niet te onderschatten. Ja, Kloosterstraat, hè, dat is mooi. Die doen ook wat in antiek en brokant naast ja. het podium. Zeg maar, ik zie al 5-0 staan. Was dat een echt 5 potten gemokt tegen De Klamper? De Klamper hebben uh, we toen 5-0 gewonnen. Ja. En de, de week daarna, echt... Verliezen wij 5-0? Weliswaar. Maar dat, dat was wel voor forfait, ja. ja. Maar aan de Deunisse Tour, heeft ook klop gekregen, zeg ik. Wij, de Deurnense Turners, scherp je, dat is een derby. Hè. Wij spelen op hetzelfde veld als de Deurnense Turners. De Draken of Laan. Ah, ja, daar. dat is allemaal Deurnense Turners, daar de rechter. Daar, ja. wij. Ik daar het, speelde ik al dan of Dus ja, gullen ze, ze eigenlijk niet de keuningen in hun eigen huis? Uh, dit jaar nee. niet, hè? Dit jaar niemand. Ik denk verloren en gelijk. Je kreeg al dan de slechtere kleedkamers, of is er dan een soort hiërarchie? Er zijn of? geen goede kleedkamers daar. Dus ah, ja. uh, uh, dat uh, maakt echt niet. Cholera uh, en mm. de pest. Met uh, uh, dat salvoetbal? Nee, dat is veldvoetbal. Oh, uh, echt veld nog? Zalverbal ge... ben ik al even mee gestart. Je hebt gaan doen, of zo. Hè? Ja. Dat wat is dat daar? Taekwondo uh, ja, ofzo? Ik weet ik... het niet meer. Ik weet het niet meer wat dat daar ja, is. Ja, vaak inderdaad horde kinderen die er uh, aan het vechten zijn. Ja, 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 ja. ja. De Deuners Amber. De turners. Amber. Amber, Amber. Gewoon, Amber. Zo, ja, wij, we kiezen gewoon een vrouwennaam. Ja. We Amber. Of de Houtbeurs. Dat <laughs> is De Houtbeurs. <laughs> ja, het is wel een... Uh... Houtbeurs speelt een x rode Duivel, by the way. Oh, serieus? Ja. Toch een kleine uh, fediver trivia. Wie dat? Gilles Schwertz. Okay. Is, dat, dan... is dat van de donkere jaren van de Dalton? Dat is wel van de donkere jaren. De... Van de, mathematisch ken het nog. Ja. Van die, <laughs> dat zijn die jaren. Robert was Als uh, in... Italië verliest met 8-0 van San Marino <laughs> ja, en wij winnen met ja. 18-1 tegen 1... Brazilië, dan, 5, dan, ja. dan, uh, dan, dan zijn we erbij, jongens. Ja. Dan, 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 <laughs> dan moeten we daarna nog eens... <laughs> dan, zitten, dan zitten we in de kwartfinale. Dan kunnen we een parage ja. spelen. <laughs> ja, die. Uh, ja, ja. Uh, uh, ja, Gilles Ah, uh, oh, Dat was een goede periode. Ik vond het altijd wel tof, ik herinner me ook nog wel zo aan kikvoetbalden. Dat is, dat is een heel cool fenomeen, hè? zo de, de ex-goeie speler die je dan zo een beetje ont is maar en die je dan zo tegenkomt. Ja. Maar meestal, maar dat, zijn dat, dat is niet hazaar, natuurlijk, maar je kent die allemaal wel. En dat zijn dan zo van die mensen die met dan van zo'n waarschijnlijk een gigantische pins of zo. Ja. Die, moeten, die lopen niet meer, want dat kunnen die niet. Maar die als dan een bal in de goud, die ligt nog altijd dood had hij een trap geeft, zijn altijd juist, en die stappen zo wat rond. En die komen zo... Ja, nog een beetje verdienen zeker? Of wat is dat dan? Ja, maar het is gewoon op dat niveau... Ik je me Ronnie Prins, ooit hij is tegengeschot. Ronnie Prins. Beerschot. Zegt maar niks. Ronnie Prins, ja. is, die weten gewoon wat ze moeten doen. En dat is al veel op dat niveau, snap je? dat ik maar die kunnen... Ja, die stappen juist, die, die geven een dauwkeurveur als ze. Die, die hebben zo van die kleine dingetjes. Het dat, dat, dat. tegenovergestelde zou echt dramatisch zijn. Hè? Stel dat je tegen uh, Gilles Zwerts speelt. en die is niet goed. Dat kan niet. Hè? Dat is onmogelijk op dat niveau. Dat is... nee. die, die, die kan daar tot zijn 50 spelen. en die gaat ons allemaal inderdaad uh, rustig uh, in het zak zetten. Mm -hmm. Voilà, inderdaad. Uh, Gilles Zwerts. Uh, <laughs> Momenteel, uh, denk ik, uh, coach bij Antwerpen, als ik uh, me niet vergis. No, wat? En uh, ja, je zei van hè, Zwert zien aan de slag als jeugdcoach. Ja, ja, sorry. Antwerp FC. Ja. Dan ja, blijft hij wat wel bezig zeker. Uh. Mm -hmm. En uiteraard uh, kreeg Toon het aan de stok met Shields Werds. Ik kan ze niet Toon, vertel ik, ze gaan een, ze, Ja, want uh, ik had zoiets over jullie twee gelezen, zo, een interview. En ik vond dat wel funny, ik dat wel eens bovenhalen. Oei. Van u werd, uh, Angel zei over u, Toon, dat jij een slechte verliezer is. Ja. Absoluut. En jij zei over oh, ja. hem dat hij een doemdenker was. Ja, dat is nog dus altijd misschien we dat de is, even, dat is nog uh, de Tauris even over hebben, Misschien Toon. Hoe aardig zit hij op het veld? <laughs> Ja. Is het is wel gebeterd. Maar ik niet ja. Die blik Ja, ja, nee, ja, er is. Er is ja. Maar dan ziet dat er niet uit, God, hè? Nee, natuurlijk. maar zo dat God, dat God oud worden het. als jij wilt. Mm. Dat kan verbeteren. Maar het is er nog niet maar, Sorry, go mm -hmm. on. Mm -hmm. Ja, nee, ik kan niet tegen mij verliezen. Nee, nee. Maar ik heb daar ook. Ja. Wat het, 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 je achteraf zegt, dat was me een all-time low van mijn eigen laten kennen. Uh, goh, dat heb ik niet echt, denk ik. Maar ik ben wel zo'n gast die je uit een match kunt houden door zo. Voos tegen te doen. Allee, zo zeden dat. Ik, ik laat maar nagaan, zo. Soms vangen al van die stoeme dingen. En ze zijn er dan niet altijd mee bezig. Dat is die mensen hadden tijd van ja, gast, negeert dan gewoon, speelt naar gewoon een match. <laughs> en dan ja. Dat is... wat, wat vind je het ergste? Want, want ik, ik ben ook een notware, zeer slechte verliezer. Uh, <laughs> Wat is het ergste, Dat je niet aan het winnen bent? Of dat iemand commentaar geeft op het feit dat je niet aan het winnen bent? Als je commentaar geeft op het feit dat je niet aan het dan word ik helemaal. Dan, uh, dan, oh, dan, oh, dan gooi ik het niet ja, goed, hè? Ja, dat he? is moeilijk. Dan, ja, ja. Dan, dan, ja. ja, en ik laat soms, verlies ik soms Mijn beheersing dan soms, en de uitzicht op. Allee, die, ik... Wat is dat dan, gruwelijke takkels? Nee, 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 dat, nee, dan, dat is niet, meer dan, frustratie en roepen tegen iedereen. En ja, maar dat is, dat is dan van. vooral omdat je ja, een arme zwaaien en een dus kop laten lagen en een doen. Ja. Maar dat is uiteindelijk eigenlijk omdat je zo kwaad bent, weigeren op ja. je ook Natuurlijk. ergens, maar je durft dat, dat niet toegeven ja. op dat moment, omdat je zoiets van... Dat is, een schade, een ego, ja. dat is puur een ego-kwestie vaak, ja, ja. toch denk ik. Ja. Dus, ja. Omdat je jezelf verliezen en je wilt dat, je aanvaardt dat niet. Alleen al, maar, al, dat is... Dat is, ja, dat Mijn all-time low was een uh, badmintonraket tegen iemand <laughs> en zijn kop gegooid. Ja, zover ja. was het toen gegaan. De de okay. Alleen terug in net of waar? En ik had ze weten, ja, het deze is gewoon niet net. Uh. Zijn vriend. Maar vooral het oh. beste was ook uh, dat dat dan in een tuin was van vrienden, waar daar familie bij was. En dat is echt zo uit de hand gelopen dat ik het er ook zijn afgetrapt. Maar zo, razend, razend kwaad. <laughs> maar ja, maar doe je dat dan zelf? Wat Stel, jij je zijn met die badminton? Doe dat dan zelf van. Ja, maar je maalt weer net al oh, vaak? nee, ik zit eigenlijk. Is, dan is een ik, ben, ik, ben een, ik ben een betere, een een betere, een betere winnaar Binaar, dan ja, een verliezer. Ik zal altijd eerder proberen van, van niet te arrogant te worden als ik aan het winnen ja, ja. ben. Hoewel dat ik moet toegeven dat ik dat soms ook niet helemaal kan wegstellen. Ik ben Eigenlijk nee, ook wel een beetje ja, een een Ja, want dan zit ja, ik. ben A, eigenlijk wel een lul. Wat denk ik hierna aan het zeggen? Ik mij toen. een elke keer ik een lul. Hadden wij zo van die FIFA-avonden? Ja, die kennis En dan, 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 kwam, dan kwam er een gast. Dat is altijd dezelfde gast. We gingen altijd samen FIFA spelen, maar wij wisten op Verend. Dat dus, we niet. we gaan gewoon aan Bres maken. Ja. Die was eigenlijk zo hetzelfde als Kiek. ik stond aan vuren en zo. Ha, ha, en dan werd die kwaad. En dan stond die ervoor. En, en dan ik dat altijd. Ik had dat online. Veer. Online, dat is nog ah. weer ik. Online, daar denk ik een paar keer collega geweest. Maar dan met onbekenden, of? Ja, omdat je. Meestal als je online. Het was zo'n spel dat ik wel redelijk goed kon. En dan gooi je online. Totdat je een Chinees tegenkomt. Een Koreaans. Ja, ja, ja. Maar dat is niet ja, altijd ja, ja. online. Ja, een Koreaans ja. kutkind van 13 jaar. dat... Jalea, dat Took lag. out my entire platoon in 3 seconds. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> en, en, vooral, en vooral dat je helemaal. deze begint te doen. Hè, dat, dan weet je dat je laagst. Ja, Dat is dat internet. Hè. Ah, ja. Die, die, die hebben een beter internet. Hè. Ah, die geven aan de verbindingen. Hè. Ah, ik ja. reageer niet. Rap Excuses? Excuses. Ja. Ja, het is, dat is ook vooral dingen. Maar ik heb dat minder in ploegverband. Dus als ik zou uh, tennissen tegen iemand, word ik ook razend omdat dat mijn schuld is. Ik zijn ja. ja. En In een ploegverband, ja, je kunt er minder een dag hebben, maar dan kun je, je kunt bijvoorbeeld zeggen: hé, Ik heb er minder een dag op voetbal, maar ik kon nog wat werken. Ik wat storen. Of, je kunt dan altijd nog wel wat wegsteken. Of zo. Je kunt een slechte dag hebben, dat gaat allemaal. Maar als je een slechte dag hebt met tennis, is zijn wel veel erger dan een slechte dag in het voetbal, vind nou, ik. Ik vond het altijd wel leuk, dat vond ik plezant, om voetbal in een ploeg te spelen, dat was zo... Um, ja, er zat die brotherhood van... Ah, ja. Want ik speelde ook in een ploeg, ik was niet, zeker niet zo nergens, maar we hadden altijd een beetje rel. Nou, niet knokken of zo maar we waren echt dat was een beetje klootzakkenploeg. Gaan een Johnny wordt hè, broer? Ja. <laughs> ik heb maar momenten gehad. Ga ze goed bij de Duitse tunes passen. Nee, maar dat is wel fun als je zo. Alessandro is je... zijn vader theater, dus hij <laughs> wordt een beetje een man van twee werelden. Voilà. Dat is mooi. Maar dat is wel cool als je met een voetbalploeg zit. dat misschien ook wel. Dat is wel tegen de wereld. Die anderen moeten er dus, dus, Ja, liefst. Ja, ja, ja sowieso een connectie. Maar waarom dat je dat minder erg vindt dat je verliest. Oh, maar ik vind je... dat juist erger om te verliezen met een ploeg dan ja? alleen. En ja, natuurlijk. Omdat waarom? Je... Hmm. Allee. Vanavij, bedoel, zo als ik alleen tennis en ik verlies, ja, weet je, dat, dat, dat vind ik dan niet zo erg. Maar in de ploog, omdat dan iedereen dat gezien heeft, zichzelf en ik dan. Ja, ik vind het erger om een ploog in de steek te laten of zo, dan mezelf. dat ga ik wel, ja, ik snap dat. Op een of andere manier. Vond ik een goeie van, was zo een of andere coach uh, van ijshockey. Ja, toen ook zei van ja, mijn teamsport als ijshockey, hoe ziet dat daar nu je zei, plan B is altijd vechten. Hè. Ja. <laughs> maar wel, het feit was bij, bij ijshockeyers dat als het er even misloopt en gaan die handschoenen het en dan beginnen die, die te, er allemaal te, te aan. Hè. Dat vind ik altijd wel zo, zo onwaarschijnlijk om die, om die Ach, zo, sport. Een goed een documentaire, maar ik ben de naam vergeten, Andries, ga je me waarschijnlijk kunnen helpen over zo'n ijshockeyploeg, gezien in Amerika, dat is zo'n een of andere maffiabaas. Ik denk in New Jersey. Als dus een of andere maffiabaas zijn zoon wilde, uh, ja, die wou ijshockey uh, spelen. Yeah. De dus New York Thrashers of zoiets? Ijshockey Thrashers, uh, New Jersey. Sorry, ik zei New York. New Jersey mm -hmm. is het. Uh. Mm -hmm. um, en uh, dat gaat er eigenlijk ook over. Die koos gewoon op basis van wie kende hier de meeste motten het telen. Ja. Yeah. Ieder geval. Voilà. Yeah. Untold crime and penalty. Galante, ja, voilà. De Danbury Thrashers, volgens mij. Yeah. Dat is zo, zie dat zijn zo, alleen ja die werden ook gehaald door iedereen in dat, in dat verbond. Ja. Uh, maar ik vond dat een heel toffe. Dat was ze zeggen eigenlijk dat uh, de um, volgens mij de sopranos daar eigenlijk zo wat op gebaseerd is, omdat dat ook New jerseys en van die toestanden, ja. dat dat zo. Uh, en die gast die die zoon, noemt ook Junior, junior, <laughs> we zijn we terug bij Jules Swerts. Ja ja. Dus junior. Er is, junior. Er zijn uh, ja de Anthony Junior toch? Ja ja. Ja, 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 ja voilà, dus 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 Er zijn zo wat de, Anthony. Ja, zijn, ja. <laughs> Carmella. Carmella. <laughs> Je guys are more a goal. Dat is toch het beste. Uh... Dus maar die zijn niet als zo in tweede klas begonnen of zoiets en zoiets was en dan ja, die werden dan uh, verbannen uit dat verbond en we weet niet allemaal. Dat was zo'n een mega illegale gast. Maar yeah. dat was echt zo die, die wou eigenlijk ja, dat beboeden niet hoe ho, ho spelen aan het keer knakken. Ja, yeah. dat is wel goed. Ik wil dat wel zien. Ik zijn er wel mee dat ja, is, uh, er... Een ding, dat is een reeks dat eigenlijk over iets met sport. Zo, uh, uh, ik zal zeggen, uh, sportsmanship gone bad. Dat is met Juventus ook en zo is dat niet? Dat? Dat kan, dat je vindt. Ja, dus erbij. Dus er is ook bijvoorbeeld zo'n college uh, een, 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 een aflevering over uh, college basketbal. Mm -hmm. Dat er eigenlijk zo heel veel uh, weddenschappen uh, de ronde deden. Dat ze eigenlijk in het begin niet dachten: dat zijn mogasten. Je speelt wat college uh, basketbal. Je verdient dan niet veel. Maar dan begonnen er zo zware uh, uh, zeeunier-toestanden te gebeuren. En dat is in diezelfde reeks. Maar oh, ik, weet, right. ik, weet de, ik weet de naam niet meer. Wel jammer. Maar deze vond ik de beste aflevering: The ik Danbury Trashers. Heb je er ook zo een van? Uh... Was dan weer die, dat, dat befaamde incident in basketbal? Ik denk dat dat met de Pacers was of zo. Die zo kwaad werden op het publiek. En dan in het publiek gelopen zijn. En zo wat volk beginnen in hier Dat oh, was stijl Een uh, beetje die <laughs> stijl. Maar het coole daaraan was dat uh, dat ding. Hij had ook een stukje over Bill Burr. Oh, ja. He, dat je zegt: Je hebt zo'n fans die dat dan zo wat zat zijn. En beginnen te roepen door atletische mensen: ja. Hey, why don't you come up here? <laughs> en je zei. En they came up there, En dat is wat er dan gebeurt. <laughs> ja, ja. Oh, nee, ja five Pacers, seven fans charged in brawl. Die zijn er zo opgevlogen en die zijn echt... Ja, verwoest waarschijnlijk. En dan je. zegt ook zelf: I think it's awesome when professional athletes beat up fat, out of shape fans. Maar dat is echt wel. Ja, cool. Dat, cool. Is wel dat is wel cool. heel funny. Malice at the Palace, ja. Yeah. Dat is, it, uh, in is wel het. dat ik jaar in... spreken we eigenlijk? De Pacers tegen de Pistons was er. Yeah. Dat is een ja. heel bekend gegeven. Dan denk ik, zoals juist, gestopt met basket te zien. No. Dan is hij dus gestopt. Ja. Eind jaren 90 ja. heb ik nog meegepikt. Maar, maar in die de... tijd weer ook al meer. Ge... Hey, nu is het allemaal veel braver. Hè? Maar toen. Uh... Ja. Wel af en, toe, af en toe is het nog wel eens. Hè? Zo, in, uh... Die, uh, in die documentaire, The Last Dance, Dat wist niet. Die Detroit-knokkers. Die waren ja, nu nou. aan basketten. Ja, daarvoor ook. Al, nu hadden we wel zo andere dingen. Zo, dat ik ook wel. Dat ik zo, uh, ja, Morant, de nieuwe superster. Mm -hmm. <laughs> en, en die had ook likes dat, zo... dat was geen probleem. Maar dat was zo een, kin... die, was zo een kinke, die speelde tegen Golden State. State Warriors. En dat was zo, een kinnekje in Memphis, dat dan zo een shirtje van uh, uh, Golden State aan had. Yeah. En dus wel waarom te doen, je moet dat maar eens opzoeken. Zo. Die je dan ook zo, je liet dat ook wel merken. En daar was ook yeah. humor in, want je behandelde die, leek like, een volwassen fan. Ja, ja, ja. Maar dat is een, een, wel een goede feel good uh, story. Mensen, je moet dat maar eens opzoeken, want het dag na nog, is dat allemaal goed gemaakt. Maar dat was wel zo, ik vind het altijd funny als zo, een volwassene, een kleine. Behandeld <laughs> als een volwassene. <laughs> Daar moet ik, ik altijd al lachen. Ja. Oh, cool. En hoe heet hij, gast? Ja. Ja Morant is fantastisch. Ja Morant, oké. Okay. En cool. Dat is de, ik zijn, ik de nieuwe. Ik zit niet zo hard niet mee met basketball. Promising. Uh, echt? Ik Die ook, ook niet. Absoluut niet. Nooit geweest. Allee, ja, wel ja, zo een beetje in de jaren negentig, omdat dat dan de, de, was dat cool iedereen zo, was. Dat dan ja, ook. Ja, dat was met Michael Jordan Space en de Space Jam, maar uh, nee. Dit is ja. een ja, dat is fantastische, fantastische basket. de man van toen, jongen gast hier. En die gaat zo een kleine. Zie, zie zie Ja. Zie. <laughs> 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 zie zie. <laughs> Zegt hij, zo En wat had hij dan? Stair down. Die wilde je high five en je doet dat niet. Ja, 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 oh, ja, ja, omdat hij ja, ja. in een Golden State. En die zei erachter: Je moet niet in mijn huis mee een Golden State Warrior ding zitten. Als je zelf uit Memphis komt om dan maar te komen high five. Life ah, lesson. Ja, ja, ja. Moet ja, 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 ja. Oh, niet <laughs> zes of zo. Ah, ja. <laughs> maar een dag nadien, true story, is dat wel goed gekomen. Toen die, was je die kleiner, was er zo een soort uh, mm. trading. En dan is allemaal goed gekomen. Maar dat is gewoon. The heat of the moment. Dat hè? Is wel zeker, ja, maar dat is, als excuus gebruikt maar maar ik Dat wel. vind ik cool. Dat is geen schandaal. Dat is gewoon... Nee, nee, nee. nee, nee. Jo, en dat is ook wel eens oké. Okay, dat zo. is grappig, zie je. wat dat ook is? Dat, is toch, dat blijft ja, toch goed? Maar dat is toch ook Ey. iets dat je in sport een beetje nodig hebt, niet? Ja, ja. Je, moet, je moet toch ook wat figuren hebben die het af en toe wat uithangen. Want anders is dat toch allemaal beren saai. Ja, ja. Als dat je allemaal dat. zo gemediatraindt en je zegt allemaal alleen maar de juiste dingen. Dat is toch de beste manier om je eigen zo ongelooflijk middelmatig te maken Is dat maar geen zin. Het zijn ook altijd de mannen die je herinnert, hè? of toch heel vaak. He? Paul nou, Gascoigne. Kom, voilà. oh, ja, ik, niks, er is niet er veel is, van voetbal, Paul Gascoigne Er is zo'n zo geweldige foto, die je moet je opzoeken. En Drieske, ik heb hem misschien nog al gezien, maar er is een foto van Vinnie Jones en Paul Gascoigne. Oh, ja. Dat Vinnie Jones die bij zijn ballen pakt. <laughs> Deze ik ook wil zien. Dat is dat ook is een, echt... een nieuwe klassieker. Sorry. Dan, 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 nee, is, nee, geen probleem. Dat is uh, Trey Young van de uh, Atlanta Hawks. Ja. Die in uh, Madison Square Garden de Knicks op zijn eentje kapot speelt. <laughs> De, er is allemaal niks aan die haalt die, en die geeft je deze blik. Ja, 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 ja dat is juist. <laughs> dat is ook ja, die uh, viralige... die, ken, die ken ik, die dat heb is, ik is gezien. Nee, ja, ja, ja. Zo, maar die wilde je dood, maar dat is echt een kop van... Ja, ja. Lol. <laughs> ice, <Lol>. ice cold. <laughs> ice cold. Maar wat was je, Paul Gascoigne? <laughs> ja, dat is Paul, Paul Gascoigne en Vinnie Jones. Als je dat intikt, dan denk god de negen vindt het in die foto wel hebben. Maar dat is zo. Vinnie Jones stal Gascoigne te verdedigen, maar die pakt je die ah, ja, los ja. bij zijn ballen. Maar dat is echt eer. <laughs> en ook die kop van Vinnie <laughs> ja. Jones gezien die niet is aan het knijpen. Hè. Ja, 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 ja. Dat is echt zo, uur jongens. Ja. ja, dat is echt zo fout allemaal, man. Wat een heerlijke vriend, Vinnie die, Jones. Die, die guys gewoon had ook niet verwacht. Nee, Zodat nee. Meent hij oh, nee, meen nee. Deze nou? en het beste is ook, uh, Vinnie Jones heeft nog altijd het record, denk ik, uh, in de British uh, Football League van het snelste van het veld gestuurd te zijn ooit. En dat kart. is iets van een vier seconden of zo, denk Sorry, ik. Hè? Dat hij was juist op het veld en het was al zo ver. Ja, dat is. Onwaarschijnlijk. Wat oh, een, figuur, wat ja, een kerel, man. Wat een kerel. Ja, dat kon hem in onnodig. Maar Vinnie ja. Jones, wat een kop. Wat een, ik vond hem een toffe acteur. Ik zag dat een goede acteur, dat weet ik niet meer. Maar... Die no, maar die is niet zo leuk in wat dat hem doet, in ieder geval. Lock, stock in two Smoking Barrels, dat blijft toch fantastisch. Ja, en daarna zijn er zo heel veel van die um, spin-offs-achtige. Dat was dat een soort tendens van de, ja, uh, ja. de harde Engelse comedy maffia shit. En dan toch zo die, die voetbalfilm. En dat is ook met Jason Statham denk ik. Uh, oh, nee, ben was... like Beckham? Nee. Nee, <laughs> nee. Mean Machine. Mean, mean Machine. Mean Machine. En, mean Machine. En, en Jason, Jason, dat is in die gevangenis. En ja. Jason Statham is zo de nergste zo. Ja. hebben ze allemaal schrik van. Ja, dat is een, een remake van The Longest Yard of Mean Machine. Dat heeft twee namen. En dat is eigenlijk origineel een film over American football en dat is met Bert Reynolds origineel, maar deze is een, een, een remake, een Engelse met voetbal dan. Hmm. en die is zo'n moment dat uh, het, het figuur van Jason Statham is, zo uh, de, dat is de keeper, maar dat is zo'n gestoorde zot die zo. in komt hij buiten en die begint zo van die karate katas te doen en dan zegt er ene, ja ik wil He killed, was in de he killed eight people with his bare hands. En een ander zo, so, yeah, that's some nasty shit, that karate. And he, oh, that's before we learned karate. <laughs> no. Monk, monk, monk. Dat was, dat was en dat is ook elke keer, als je zo, je hebt zo dat momenten dat, die, dat je Indiërs een kop gaat, dan wordt zo het beeld zwart-wit. Oh, ja, ja. Dus dan zie je die zo staan en er komt iemand op hem afgelopen en ineens werd dat beeld zwart-wit. En dan mokte iedereen op het veld kapot. Maar dat gebeurt altijd alleen in die zijn, hè, kop. Ja, ja, ja. En die doet ook de meest onwaarschijnlijke dingen. Hè, zo ineens met een bal beginnen lopen, los naar het midden van het veld. Maar niemand daar heeft daar iets tegen te zeggen. Oh, en, nou. Dat was ook een vent, Burt Reynolds. Burt Reynolds. Uh, Borstar is snorre, man. <laughs> dat waren de tijden. Bring it back. Voilà. <laughs> Je moet wel hier stemmen, hè? Ik heb geen van beiden. Dus ja. Ze gaat een uh, Japans spreekwoord. Uh... Uh, ik ben al glad. Ja? <laughs> Ja, Mr. Ja, er... snoo <güls2> <tys2> Heb <hums> je dat nooit moeten scheren? Borsthaar? Nood? Oh ah, ja, of hier, no? <laughs> zo, ja. Uh, Niet veel, nee, mm -hmm. nee. Heel weinig. Maar nergens, hè. Mega op mijn ja, Van een Spaanse roots is dat wel. Meestal ja. is dat toch Kashmir all over the place. Ja, maar. Uh, <laughs> nee. nee? Ja, ja, ja. Dus uh, mijn broer is, uh, maar, dat is. Het is echt gewoon echt verdeeld. Mijn broer is uh, extreem Spaans. En ik ben echt wel ja, heel soft. Ik heb, ik heb geen. Hè, kijk, ik heb niks, voor de luisteraars, Kijk maar, kijk maar. Moet je broer uh, echt een vacht of hè? Uh, mijn broer kan zeker. Kan, dat kan in Grieks, uh. <laughs> <laughs> namen een zijn. We nemen hem wel eens zorba in de familie. <laughs> Ja, we gaan zwemmen, zeggen we wel, doen we frak uit. ja, nee. Nee. Ja, die net veel meer dat Spaans, whatever. Ik niet. Wat is dat trouwens in de Kurk Droogfilmpjes over met dat jong meisje? Dat is uw nichtje, hè? Ja, dat is inderdaad mijn nicht. Dat is de dochter van mijn broer waar ik het nu over had. En is dat ook wel zo, gewoon een vraag? Doe die doet hij? Heet die deur van. Dat er iets in zit. Ja, het is zoiets. Wanneer doen we eens een filmpje? Want tegenwoordig, ja. tegenwoordig horen we wel zo dat jonge mensen allemaal... Die willen allemaal bekend worden, hè. Of is ze N no of is nee, nog wat te jong? Ja, te jong, denk ik. Uh, en bij haar is dat meer van... Hey, wanneer we doen we nou eens een filmpje? In, in, in dezelfde zin als... Wanneer gaan we nog eens uh, naar het park of zo? Die wil gewoon vooral met mij iets doen. Ja. Hm. Dat, vooral maakt dat niet uit, denk ik, momenteel. Dat dat zo... Die, die, die vindt dat gewoon leuk, die, want die, die weet... Hey, ah ja, de onkel die doet filmpjes en, en lalala. Dat is wel leuk om dat dan samen met u te doen. Want vroeger bijvoorbeeld was dat altijd dat die vliegen deed, wij dan, altijd, en dan moest je die oppakken. Dat deed hij dan op dezelfde manier als nu. Filmpje maken, zegt hij dan. Ah ja, oké, okay, let's go. Hè. Dus dat is niet, dat is gewoon... die vindt dat gewoon leuk om samen iets met mij te doen, denk ik. Mm. Dat is niet van, oh, die zit allemaal te denken van, ja, dan zing ik de graafste van het lagere school. Nee, dat niet. Want hoe oud is hij? Negen jaar. Ah ja, okay. Negen ja. jaar. Nee, daar is uh, momenteel nog niet mee bezig want die, die die vind dat ook raar dat die soms herkend wordt en is dat zo? Ja, wat de mensen niet weten, het is eigenlijk uh, antwerpse les met uw nichtje. Hè? Ja, inderdaad, is uh, voor beginners uh, met mijn nichtje, die dan. Uh, ja. Geef nog eens een voorbeeld, zo van een goeie. Oh, een goede, zo rap. Uh, uh, voetpad, uh, lantoor. Lantoor, lantoor of me, nu zeggen ze meer trotwaar. Trotwaar. Trotwaar, ja. maar echt Antwerps is Lantoor. Dat heb, ik, dat heb ik zelfs nog nooit ja, niet dat gehoord. Dat is echt heel oud. Dus Lantoor. Ja, landtoer. Er gaat er nog zo. Van die oude klassiekers. Oh, echt oud. Oh my God. Uh, zo snel. Uh, pop, pop, pop. Ja, de dingen. Een Camerias, Pingwaar. Dat gaan we allemaal de wel kennen. Pingwaar. Ja. Ping uh, ja, uh, een debardeur. De een Debardeur. De ik ben ontdekt onder een Chambrang. Wat dat? Het, uh, chambrang. A, just, allemaal, wat dat was. En echt het echte Nederlands woord, want dat ken ik niet. De, de, de Chambrang. De de, de, de deurstijl? De, de deurstijl hè? Ja. ja, deurstijl. Of de. Aréchain ja. uh, Hé, hey, wat is die <laughs> dat? Dat is ook te goed, hè? Ja, Aréchain We hebben dat toch eens een, een, een dag gehad ja. oh, dat wij met tweeën werden. Dan moest ik zo hard lachen ja. met dat. Gelijk, gelijk. Dat is ook zo'n ding dat je een Antwerpenaar hoort zeggen. En dat is de beste manier om dat te zeggen. dat is dat hier voor een clown. <laughs> ja, 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 ja. Een clown. Een clown. Dat is zo ik, goed, hè? Niemand he? anders kan dat zo goed zeggen. Nee, nee. En nog een woord dat we goed vonden: scharen. Schaar, ja, die was er Die zijn we pakken in schaar. <laughs> ja. Ja. Ja, die was er ontscherpt. Licht er nooit in grabbelen. <laughs> ja, dat, dat waren ja, nog een paar dingen. Dat is, ja, ja, dat maakt alles direct beter. Hè. Ja. Voor ons. Antwerps is in ieder geval. Dat wel smakelijke dingen in zijn accent. Zeker het NG gegeven oké? Ja. Mengs, een angst. Nee, 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 daar nee. moet ik ook altijd mee lachen. De, vooral de frank ja, andenboom woorden En ook. een zin kan daar een woord worden. Hmm. Hmm. Zo zijn we toen begonnen. We hebben wij olie? Hebben wij olie? En Wallalen? Dat wordt één woord. hè. En waialen. En Wallalen? Ja, Schei er waar. nu toch mee uit. Schiet er nou mee uit. Schiet er nou mee uit. Ja, aan Allee, zo. ja dat, is, dat wordt één woord en dat vind ik echt goed. Ja, ik toch zo die in, wij zijn in Antwerp, we say. Mm. Dat is ook zo'n Instagram-account. Er is dus altijd ook een paar goede bazen. Nou, I think ja, it's beautiful. Dus ik ook al een paar keer echt goed mee lachen. Ze. Nou, ja. uh. In Antwerp, we don't say bad hair day. We say, Kim doe doe red op mijn account. And I think that's beautiful. That's dus we dus hadden er ook zo bij dat je denkt: dat zegt dicht niemand, maar het zou wel kunnen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Nee, ja, ik vind dat je krijgt ook ja, dat, dat, dat je zo, ja, een, een, wat kracht, hè. Zo, een, een, een dialect. Hè. Ja. En Antwerpen het tweede is ook een. Uh, dat is een beetje een gemeen dialect. Hè. Dat is hetgeen dat daar tof Toffel is, vind ik. Zo, je hebt zo meer, hè, omdat je dat ook vaak, ik, ik, je hebt dat bijvoorbeeld met Gent, wat ook een heel apart dialect is, maar, maar wat je wel hebt is zo, zo je hoort gents en je hoort mensen met hoge stem spreken. Ja ja, zo, ja, ja. je associeert dat ik niet. In Antwerpen zijn. ja zeg zoetje, zeg liefke, zo dat, en hey, pirke, wat zeg hij nu? En en bij ons is dat nou, hij drinkt dat is normaal. Dat is Je, een, direct een, een direct Je got er een tokwaren. Je goot direct ik ja. beneden ja. dat direct... <laughs> Maar dat is raar hè, dat ja, sommige ja. Dat, dat sommige van die dingen dat op Braziliaans zitten uh, Portugees heet dat ook hè? Zo ja. zeker Braziliaans. Ja, ja. Brazilianen die zo Portugees spreken, die kunnen ook soms naar een hoog balde ja ik de denk ik dat dat gewoon precies een hoger timbre ja, of zo. Ja, ja dat is zo. Dat is zo ziel, zo, oh, zo... En zo, maar zoveel te hoog... Terwijl dat denk, je mensen kapot maakt. een uh, je, ja. je slaagt je naar mijn kop eraf. Maar je babbelt alsof dat, dat zo de. Dat ja, je ja. de denkt, uh, een teken. Of wat moet je ja, ja. hebben? En Nog een kan Nog iets. Uh, ja, inderdaad. Ja, maar, maar Antwerpen is echt niet leven. Dat is echt. Uh, dat, dat is ook we, geen liefaccent. accent. Dat nee. is geen. Ik snap <laughs> dat, ja. je snapt dat ja. ook wel. zo Limburg is ook altijd lief en vrolijk. En waar dat is altijd, altijd bewolkt, bewolkte. Altijd bewolkt. Ja en ook zo de toevoeging van letters zoals met die eh, vindt wenkt. Kloten wordt dan galode. Kustman galode. Ja. <laughs> dat vind ik je Wat wat doet die a daar ineens? Maar dat is goed. Ja. Welkom a. Galode. Ja. Kustman kust jongen. Ik je dat echt goed. Ja, dat is echt <laughs> De, de beste vind ik ook zo van die dingen gelijk, een Mare Kool. Ja. Mare kool. Ja, ja, zo. Dat ik echt denk: wat, waar. waar hè? Zo, ja, ja. De, de, er is altijd zo'n manier om dingen uit te spreken. Dat ik echt. Ja, dat ik, ik moet er toch altijd mee lachen. Nou, dat blijft goed. Ja. En dat is ja, je kunt een, dezelfde zin in Nederlands uitspreken en in Antwerps. In Antwerps gewoon 9 van de tien grappiger zijn. Mm -hmm. Ik weet niet of die andere mensen een andere provincie <laughs> dat ook hebben, hè? Hoogstwaarschijnlijk. Ja, de, 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 ik denk dat de meningen erover verdeeld zijn. Nee, niet uh, bij ons, maar over hun uh, uh, eigen uh, 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 dialect bedoel ik. Dat weet ik niet. Ik uh. vermoed van wel, hoor. Als oh. je oh. bij de nungt slopt, kriden zo vloeien. <laughs> maar je merkt dat, dat er, echt, er wordt ook veel zo series en zo tegenwoordig dat is, allemaal in dialecten. Mm -hmm. Dat wordt niet meer gedaan in. Nee, ah, en... vind, jij, vind jij een goede evolutie? Ja. Dat is veel natureller. Hè? Ja, ik vind dat ook. Maar heb ja. je ooit al iemand kwaad worden in het A in? Als je dat nog één keer doet, dan wordt dat hand. niet? Ja. Stel, stel dan aan matroeskas voor het in het ja. in. Dat kan toch niet? Ja. Eet nou alsjeblieft je omelet op. Nee. <laughs> Leg je omelet. Leg je hoofd ernaast. Nee. Lijden we kaper niet. Ja, terwijl... <laughs> ja maar dat is. <laughs> ja, ja. <laughs> terwijl... Ik wel, dat is zo, Terwijl man. ik wel zo. wel mee ouder worden, bijvoorbeeld. Um, Presentaties of, of nieuws oh, of, of radio of zo, dat ik dat wel, maar misschien zou ik dat zelf nou ook ontmoeten. Broeksies voor misschien? Ja, nou, niet per se maar dat ik denk wel de waarde ervan nu veel harder apprecieer. In, als het in ficties is, snap ik het. Als het niet past bij het personage, dan is het raar. Je moet nog altijd kunnen of zo. Hè? Maar ik vind in wel tof, ik in ja, ja. nieuws of zo, vind je dat wel tof dat dat Officieel een verhaal is ja, van, ja, van iedereen. Ja. is. Ja, dat ja, vind ik wel leuk. Dat ja, ik snap, moet blijven. Ik snap ja. dat ook wel, dat dat, dat dat ook meer en meer, ja, dat, dat dat terug wel wat gevraagd wordt. Je wel voor iedereen, maar dat is ja, overal, ook. Ja. Okay. Bedoel, als je zo in Engeland of zo, eh, BBC of dat soort dingen, dan als je, als je het nieuws zet, dan is het nog altijd het, This Is BBC News, die mooie stem, en als je dan gaat kijken, naar we're in the Big Brother house, en dan je dus, weet <laughs> wat de fuck, wat voor een accent is dat. Maar dat is inderdaad wel, het geeft iets, uh, hoe zeg je dat? Het verbindt iets, iets officieel ook. En het verbindt. Dat gevoel van die mensen weten waarover dat ze bezig zijn, dat, ja. ik, dat klinkt, dat deed dat ook een beetje. En ook Bij mij iedereen ik... verstaat dat, hè? Ja, bedoel, wel, dat West bedoel West ik. Ja, ja. Als je het gaat niet eens in het West-Vlaams doen, daar verstaan wij aan de helft niet van. Ja, Antwerp, Antwerp, ja. platt Antwerps verstaan ja. die waarschijnlijk de helft niet van. Dus nee, ja. nee, nee, ik het verbindt op een ja. of andere ja. manier. Ja. En het is vooral zo, op dat moment wordt er gesproken voor iedereen. Het mag niet het accent nee. iets zijn waardoor we. Of de essentie geraken ofzo. Ja. Nee, want het is... Uh... ik altijd intelligenter over, hè. Mm. Ja, maar dat vind, ik dat, ook, dat vind ik ook altijd minder is. Maar pst, pst, pst. Waarom is dat ook, hè? Maar, maar, waarom is dat? Ja. ja. Het, maar, het is, ik, vind tof, ik vind dat vooral tijdens en op dat vlak dat meer en begint te worden. Niet of. Niet algemeen Nederlands of dialect. Ja. Maar gewoon, mm -hmm. soms moet het algemeen Nederlands zijn. Maar inderdaad, in fictie is dat inderdaad... Hoewel, als je zo vroeger langs de kaden of zo zag, hoe dat elke politieagent... Uh, Algemeen Nederlands Nederland oh, Witte kerken en zo was dat ook voor heb precies. Dat ook allemaal zo dat is dan zo. Ah, ja, uh, was een gedoe uh, he, de, ge, de ge en de ge in de gij dat was al. En Witte mm -hmm. die kerken onder zee dan? Ja. Iedereen spreekt daar gigantisch. Oh, in. kan niet hè? Het is gewoon geloofwaardig. Zo spreken ze wel alles, denk ik, behalve a Met Ja, wel ja, in Antwerpen, en dan zouden ze er allemaal mooi a praten. Dat zou er zijn toch? Wij komen wat dames van plezier ophalen bij jou in Polen. Ik zou zeggen: Hemel, ik dacht dat je het nooit ging vragen. Ik heb hier een barende aanbieding, jongens. Een rosharige. Een rosharige. Neem ze mee naar de achterkamer. Zij heeft wel wat kwaliteiten hoor. Lig je dolfrakje maar in de separé. Allee, de séparé is ook een goeie woord, hè? Ja, dat is separé. echt te goed, hè. Ik denk niet dat ik ergens al gewist heb dat het echt een séparé was. Ik wel. Oh. Ja, dat, was, uh, dat is <laughs> een goede, een goede, hey, de definitie van een echte séparé. Dat is echt een 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 Een, een bietje, maar dat is iets, iets raar, ja, want wat ik, wat, ik, wat ik, het heb meegemaakt, dat was op de leien en dat was een. een, een uh, hoe oh, noemde dat officieel? Jongen? Een Ja. Uh... Dus dat is letterlijk, <laughs> waar meisjes aan de toog zitten, die ja. eigenlijk eenzame mannen. Hè, ja. zo wat Koepke. Koepke. Ja. Die zitten erbij in en, en die, en die en zij tracteren die dan heel de hele tijd. En in de hoop dat er dan misschien nog wel eens iets gebeurt. Ja. Nadat dat dan. Hè, en dat gebeurt dan in de separé, wat een kamerkje is, dat is wat apart is. En, uh, ja, ik kon mij moeten uitleggen wat ik aan toen was. Hè, ja. Maar ik kon proberen zo kort als mogelijk te gaan. Een goede maat van ons, eh, Stefan van den Broeke, de, de grootste danzig fan van de wereld. Die had een hele goede maat. En de gast, de Deurne. En die en zijn tante gingen zo'n baar open doen. En die hadden ons uitgenodigd voor de opening. Ah, ja. En wij zaten er met twee. we dachten, ja, dat is lang geleden. Hè, want wij waren alle twee in de twintig. En, en zo van, ja, gaan we dat nou doen of niet? En het, was zo, het idee was. Wat hadden we anders vanavond gedaan? Ja, ja. Dus je gaat er naartoe, je komt er binnen en je komt. Ja, dat is, dat is ook een, een baar mee buiten, echt zo'n lamp. Neffen, het was echt alles erop en ja, ja, ja. Dus je wandelt er binnen en je ziet er en er waren ook een, een, paar, 80's? een paar meisjes aan het werk. Nee, dat is niet de 80s, dat is uh, de, de jaren 90. Was dat, ergens, de 90's. Ja. En, um, en ja. Je ziet die dan, en was dan ook zo. Wat ook heel funny was, was dan die, die tante van die motten. Die, die, die stond dan achter de bar De madame. De madame. Ja. En dan was er, een man was er ook. En je zei: De deze man is weer aan het werk. Je ziet, deze is gewoon, deze gaan, hè. Zodat als ze naar de separij moet, dan hebben we weer wat extra verdeend. Zodat. Oh my God. En die zei ook tegen ons, omdat het die avond. Uh, de opening was, zei die tegen ons de legendarische zin: ligt dolle frakken maar in de Separé. <laughs> ja. En dat was de allereerste keer dat ik ooit had gehoord van de Separé. Maar dat was dus wel voor Matrouskas. Dus als dat daar gezegd werd, dan dacht ik: ik weet wat dat, dat is. Ja, ja, ja. Maar dan zit toch in alleen, dan is dat niet iedereen in het gezelschap dat mee is, of zo, denk ik. De eerste keer dat je dat hoorde. Dan dus, uh... nee, hebt je een idee wat dat is, maar. Ja, 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 dat, ja dat, sowieso, dat is ook zo, die woorden. Ja, of, ja. Je weet wel. Het valt er weinig tot de verbeelding over. Ja, zo. de facturen ja. liggen door niet. Nee. Oh. Ja, ja. Nee, dat is waar dat nee. de boekhouding ligt. Nee. Zalig. Cabardouche. Cabardouche, dat is ook een goeie. Moet Moet okay. ah, dat is De niet Kabardouche. Blijft goed, hè? De erotische, <laughs> de erotische sector blijft goed. Ik heb altijd zoiets. Sekswerkers. Maar gaat je gaat altijd iets willen doen? hip en trend, Welk? je gaat altijd iets willen doen? Ah wel, zo die erotica beursen, dat moet je een OnlyFans? Oh, ah, sorry. Een OnlyFans, hoe komt dat je dat nog niet hebt? Ja, hoe zegt hoe dat komt dat dan je jij dat nog niet hebt? Ja. Uh, ik bedoel hé, hey, hallo? Kruk droog, OnlyFans. Wij hebben geen fans hé ja, al. daar begint het al mee, denk ik. Dat is een raar <laughs> OnlyFans! Raar... Ik vind dat wel een raar gegeven eigenlijk, OnlyFans, en tegelijk is dat ook weer zo... Ik vind het raar hoe dat erop gereageerd wordt. Dat is, zo, dat is Ik maar al zo lachen, zo... Ah, ik heb er één Ik heb er één Maar yeah. <laughs> ja. ik, ik heb er vijf. raken als we onzin ons zeggen zijn, doe maar weg een pact over, hè. Ja, dat zou man. wel zijn. Dus man, man, dat had al zin. lang <laughs> bezig moet moeten <laughs> zijn. Man, wow. oh Nee, OnlyFans, dat is toch zo... Ik vind maar dat is, dat eigenlijk is eigenlijk altijd seksueel? Nee, dat is het juist, maar dat is wel... Ja, eigenlijk is dat ook een beetje een soort Patreon-systeem, hè. opa, zijn hand even opzetten. Nee, ik heb gehoord van OnlyFans, maar wat is dat eigenlijk? In het... In de volks, wat je nu iedereen zegt, is dat bijvoorbeeld een vrouw, mm -hmm. weet, dat is een voorbeeld zou ik kunnen van een, een universiteit, vrouw? een vrouwelijke sporter die uh, die heeft. Uh, maar die zegt als je 10 euro, 10 dollar per maand krijgt, dan krijg je het. de exclusieve foto's ja. en daar zijn en kreeg je ja, een beetje een naam kregen, maar er ook wel sporters waren, dat je dan toch al wel eens naakt, ja, dat ging de, of je kreeg mm -hmm. een extra chat. Maar ondertussen is dat eigenlijk ook gewoon een soort systeem geworden. waarbij dat je extra content krijgt. wat je ook mag zijn. Mm -hmm. wat waar het Patreon systeem eigenlijk ook op gebaseerd is. maar je betaalt daar wel voor. Ja. Maar dat, op een van de redenen is dat waarschijnlijk succesvol geworden. in de meer ja, erotischere. porno. Maar, dat is het. Ja, mm -hmm. maar nu is dat eigenlijk al breder. Maar dat heeft wel een naam. Als, je, als, als jij morgen zegt. ik heb een OnlyFans. Ja, dan is het niet. de mensen denken. en hij nice lezen het Nietje of zo. Dan is dat wel. Ja. Ja. Ik wil hier. Uh, ik wil hier is this a dagger which I see before me? Mag je het wel naakt lezen bijvoorbeeld? Dat ook iets, ja, Shakespeare wel. hè. Ja. Ik ben meer een Shakespeare-man dan Nietzsche, maar. Oh. Nee, nee, cool, oké, okay. ja, nee, ik, ik, ik nou, uiteraard had ik er al van gehoord, maar ik wist nooit exact wat het was. Dus oh, exclusieve content is. die ja. je niet op Instagram ja. of ergens anders kwijt kunt. Dat is een, een tal ja, van van ja, Instagram. Ja. Bij, ah, no. Dat is een Britse website, klaar, Ik kom er hier weer goed af, want ik heb duidelijk nog geen account. Sign up, to <laughs> Ja, <your favorite laughs> ja de, Even snel hebben een Google geschiedenis uh, geïntegreerd. Ja, 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 uh, ja dat hebt. zou goed <laughs> zijn. Hè, dat is zo ingewikkeld. <laughs> zeg je er wel tikken, in, jongen? Nee, ja. Hé, hey, mijn Google-geschiedenis, dat moet je inderdaad voor oppassen. Want ik had zo. Ik, heb dat, ik, heb dat, ik weet niet of je dat ik ooit had gezegd. Een, know, ik, ja, ik heb, toen hebben we die live uh, met de Erik van Lloyd deed. Mm -hmm. Ja, mijn Google-geschiedenis. Ja, die is niet altijd fraai. Nou, oh, maar dat is nooit, hè. van nee. die rare dingen beginnen nee. op te zoeken. maar ja. je weet als we wel live gaan. Mm -hmm. Ja, dan is mijn scherm zeven meter op. Uh, 8 meter of zo. Ja, daar hebben we toch ook een beetje uh, mee gelachen toen op dat moment. Want ja, maar ja. er stonden wel wat zoek op, maar ja, ja. dat je denkt. Uh... Ja, maar ja, toen neem ik er al wel. Dus ik begint dat met een intro en ineens zie ik vaak en ik zie dat ook, maar ik kon wel. Dat was nog niet op, op het grote scherm. Ik ja. had zo zoiets afgesproken. En dan neem ik echt zo tijdens die, die eerste minuten gewoon zo verwijderen. Wacht nog niet nog niet iets zeggen dat ik moet opzoeken, nog niet zeggen dat ik moet opzoeken. Denk ik er toen. Eerste denk misschien dat je op die video wel kunt zien, maar de eerste twee minuten was mijn enige rechterhand toen. weet ik nog wat dat zat. Gewoon puur voor de jol als dat niet eens op dat groot scherm verschijnt Ja, daar zat niets niks strafbaar bij, maar zo wel iets dat je zegt. chicks on black dicks. Ja, zo van die dingen dat je denkt alles wat ooit is gezegd is geweest, alles dat je zit opgezocht, amai. Ja, Google-geschiedenis, dat moet privé blijven. Mm -hmm. En dat is niet uh, uh, een atoom, alleen, dat de componenten van een kneedbom zoeken, hè? daar zit hij niet in, maar als je dat ziet, mm -hmm. dan denk je wel, ja, ofwel heb ik een uiteenlopende job, ofwel uh, heb ik soms toch rare gedachten. <laughs> ah, ja, ja. Ja, ik had net, uh, we toch uh, over de neurotische sector bezig zijn, ah, Nee, dat is nou wel iets anders, maar ik had net een tijd Oei. ook zo filmpjes gemokt, eh, Temptation Island en dingen daar rond. Uh, misschien heb je die vraag al ooit gehad, dat zou me niet verbazen, maar uh, is dat iets dat je ooit je eigen zou zien doen? Oh, nee. Meedoen? Ja, of misschien crew eh, filmen of zo, ah, daar, ja. daarbij zijn, om te zien hoe dat, dat er rondtoe gaat. Ja, nee, nee, dat denk nee. ik wel. Nee. Dat, dat, is, dat is al de betere kant van het vooral Maar echt ja. meedoen, joh, dat is kansloos. Hè? Meedoen ja, nee. is niet goed. Het probleem, het probleem is, wij hebben een collega ja. die daar effectief aan meegewerkt ja. heeft en we hangen, We gaan ze een naam niet zeggen, nee, nee. maar we hangen om die zijn lippen als je ja. begint. Alleen het probleem is, dat is niet dat dat echt strafbare stof is. Maar dat is ook niet dat dat, dat dat eigenlijk fout allemaal is, wat er allemaal werkt. Want op zich is dat eigenlijk allemaal wel savazen maar dat zijn zo'n goede verhalen. Mm -hmm. Dat is, maar. Terzijde we. We, we, zitten... we, we. Kan kan me we wel nou, voorstellen. De, de zei het hem niet. Ik weet niet of ik dat kan zeggen. Ik kon er ook niet zeggen, maar dat hem dan zo, uh, dat hem dat vooral, jij wordt erbij dat hem. Dan uh... ja, mag je niet al zeggen, met het nou niet zeggen. Nee, oké, okay, nee. nou, dat is waar. In denk. ieder geval, het, het is. Want <laughs> la, uh, het was eigenlijk. Al... <laughs> ja, ik het toch zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> uh, Meedoen niet, maar uh, als je er ooit mee, denk ik, als crew ga of zo, dan hadden we wel, dan heb je wel een, dan heb je verhalen bij, zei Alex. Wat hem wel zei, denk ik, is dat het vroeger wel wilder was als nu. Alleen dat vroeger toch. Ja, die wisten niet veel. Die wisten hè? niet veel. He, dat, dat, ja. dat, dat toch ook een andere generatie is. Dat hem dat ook wel merkte. van uh, ja. die... Dat zijn ook uh, meer aware van, ja, 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 ja. van het feit dat die overal te zien Inderdaad. Voilà, ja. Toen, well, well, Toen well. inderdaad. Zou jij er ooit aan hebben, Alex? Nee, ze zijn dus zot. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik bedoel, ik, ik euh, ze hebben mij ooit eens gevraagd. Destijds, in het begin van Big Brother, van daar zo'n celebrity afdeling is van mee te doen. Ja, 600, ze hebben mij veel van die dingen gevraagd. Hè. Maar ik heb er consequent altijd nee op gezegd. Omdat ik het gevoel had van, God nooit niet goed komen of zo. Je hebt nooit dat gevoel. Ze hebben wel nooit maar... iets met BV's gedaan met Temptation Island of zo. Dat niet. Want dat gewoon natuurlijk een beetje tegen. Toen het... ze al op de VTM vloer Alle andere is al. Toen <laughs> ja. ze bij ja. um... the, the Voice, in Holland. The Voice in Holland. Wat voor een shit show is dat man. God, damn it. Oh, wat ik een denk... ellende. Amai. Wat een ellende. Als ze toen dat begonnen te doen, hebben ze ook wel gedaan. Je putte precies geen bodem. En eigenlijk is dat, is dat bij al, sommige dingen. Is dat, hè, ik bedoel, natuurlijk, voor, voor iemand als Marco Borsato, hè, dat dan een populaire zanger is, en zo, dat is altijd niet leuk om net te horen van iemand dat je kent. Of waar je wel van je kent je niet persoonlijk, maar dat je gewoon. Hè, je kent je zo lang als figuur. Maar ik vind dat vooral heel erg, omdat ik zo. Ik, ik kende die, ik heb die eens ontmoet in Nederland, Ali B. Hè, want dat is ook een, die heeft ook cabaret-shows gedaan. Zowel comedian en dat is ook een rapper en van alles en nog wat. En dat is zo. Dat, ik vind dat vooral heel spijtig voor die en Als je ziet hoeveel positief dat hij eigenlijk met zijn eigen mee had. Hè, hoeveel dingen dat hij in heeft gedaan. die zo heel verbindend werkten naar mensen toe. En dan kreeg je dat en dat haalt dat zo allemaal onderuit. Hè. En dat is, zo, dat is echt. Was je vriendelijk? Dat is een lieve gast, ja. Ik, ik, vond, ik heb die ene keer gezien, hè. dus ik kan er niet veel over zeggen, maar dat was een lieve kerel. ik had er totaal niks mee van wat een vervelende vindt is daar of zo. Maar dat was gewoon, ja, dat is zoiets waar je van denkt: dat is altijd zo jammer. Dat precies al dat werk dat je gedaan hebt om tot taart te geraken, dat je dat dan onderuit haalt door zo, ja, wat klootzakkerige shit te doen naar vrouwen toe. Dan zit dat wel. En dat wel terecht natuurlijk. Ja, ja, ik bedoel. Verkrachting gooit veel van de tafel af, zeggen ze altijd bij mij thuis. Maar, ja, maar dat is wel, ja, het is echt zo. Fuck. Ja, <laughs> maar dat is. Ik snap niet goed waarom hij dat, dat nodig heeft. Als hey, je dan bijvoorbeeld zegt: hey, Ali Benen, een rapper, een succesvolle uh, personality, manager, uh, geld genoeg. Mm -hmm. En dan moet je toch nog stagiaires of, of kandidaten gewoon semi-dwingen. Maar ik denk dan dat bij mij, Ja, maar van, Rijken, zie je op de moralien. <laughs> <laughs> En ik ben maar eigenlijk wel van de loser zelf, eigenlijk. ja, ik vind dat ook altijd raar. ik heb dat ook niet. ja, maar dan heet, je, heet dat, dat niet uh, genoeg? nee, oh, ja, nee, maar nee, dan, maar nee, dan, nee, dan nee. Er wel deur dat, dat dat inderdaad. is dat niet een ja, voilà. Ja, daar ja, heeft niks ja. meer te maken mee dat je, Dan nooit voldoening, hè? Mm -hmm. daar komen we op neer. ja, en ook een, oh, een, ook tristie, een soort, ook een soort gevoel nee. denk ik dat het heel lang was, hè, tot, tot voor de voorbije jaren, tot tot het begin van me too, denk ik dat dat ook wel. Een soort, we komen overal mee weggevoel was. Dat, dat, dat doe ik dat vooral. Je, ja. zo, het maakt allemaal niet uit. En als je, als je bekend bent, of dan, dan, dan lukt dat allemaal wel, of zo, zo dat dan. En dat ja. is nu natuurlijk niet meer waar. Nee. En dat zal dan maar goed zijn, ook zeker niet. Uh, je moet altijd ja, afwachten, maar, het moet je afwachten, afwachten. Maar ja, het is wel. Ja. Allee, wat er nu ligt en zo is. Uh, hoe zal ik zeggen? Dat uh, biedt weinig perspectieven ja. tot sympathie. Ja, je zo? hoopt natuurlijk. Ja. Ja, je, je kunt nog altijd zeggen. We gaan hem niet veroordelen totdat het officieel is. Hè, want dat vind ik ook dat je ook een beetje moet doen. Je moet nog wel ja. wat. We zijn nogal heel rap. Om uh, presumption of innocence ja. geven we wel heel rap op tegen. Ja, maar dat vind ik eigenlijk het, het grootste probleem. Ah, nee, uh -huh. dat, nee, het is niet het grootste probleem. Uiteraard, wat die doen is niet goed. Uh -huh. Maar een ander gevolg is dat er echt wel iets is gelijk trialed by media. Uh -huh. En dat mensen gewoon onder schendpaal worden genageld. voordat er eigenlijk een uitspraak is gedaan. wat eigenlijk. Ja, ja een maar dat zult... gaat tegen het, het principe van de rechtsstaat. Want je bent onschuldig ja. dat u. Juist ik... omgekeerd toch? Ze ja. is schuldig totdat ze zeggen maar... dat het niet waar is. Het ja. is dus ook natuurlijk zo dat, dat, dat omgekeerd was het ook heel moeilijk lang om als stagiair bijvoorbeeld ook een geloofwaardige te krijgen naar een rechtszaak. Dus in dat opzicht. Zit er wel, zit er ook, ook wel wat waarde in, maar er stond wel iets anders, want dit is sowieso. Iets, ja, maar dat eh, hoeft geen of-of te zijn, ja. dat kan een in-in zijn. Ja, 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 denk ik. zeker, maar, ja. omdat, maar dat het ding is dat we rap nog aan van: ja, trial by media, zo, ja, dat is waar, dat is, al, dat is ook zo, nu is er dit bij. Mm -hmm. of zo. Nee, maar ik vond wel, ik stond in de morgen een paar weken geleden een interessant interviewreeks en dat ging eigenlijk de tol van de room was het maar het was niet zo diep of zo het was niet zo het ging niet over deze zaak of zo maar wat het is om, om bekend te zijn en de nadeel het was zo goedele leakers denk uh, Jeroen Meus en wie zat er nog bij en dat waren toffe dingen allez, toffe interessante dingen dat erin stonden niks wereldschokkend maar bijvoorbeeld bij Jeroen Meus was dat wel zo van ja, je gevoelde van eigenlijk de conclusie was is, ja ik zwijg gewoon veel tegenwoordig omdat je zoiets dit of vaak wordt je mening gevraagd of iets dat ik zeg, joh, wat, doe mijn mening er eigenlijk zo enorm hard toe. Waar, maar als ik ze zeg, dan heb ik zoveel dat ik denk, is het dat allemaal wel waard? Je voelt ook wel, want dat is ook een gast, dat gevoel heeft wel een rechtvaardigheidsgevoel, maar die zal ook wel af en toe zijn eigen ergens smijten. Maar de, de, de shit dat je krijgt, gewoon, dan is het soms beter dat je zegt, Warren mm -hmm. Beatty, zo, hey, hey ja. bye. Ja. En bij goed was dat eigenlijk ook wel toffe dingen te lezen van... Het was, ik vond dat heel oprecht. Die zat er ook bezig. Ja, die had enorm veel voordelen. Hè, mm -hmm. Op alle vlakken. Maar dat is ook wel zo. Pooh, als je ouder wordt. En hebt dat allemaal al. Ik vond dat tof. Je moet dat eens opzoeken. Dat, is... dat was een serene manier van. Maar wat ik mij ook altijd afvraag. Is. Stel. Dat ga ik waarschijnlijk niet zo zeggen. Maar stel dat in Ali B. nu effectief. toch niks heeft gedaan. Mm. Hey, en dan wordt er nachts. Ja, oké. Okay, hij heeft niks gedaan. Niks verkeerd. Die gaat toch. Voor altijd die gast blijven, hmm. denk ik dan? Gaat dat echt aan nee, ja, ze van. Als ben? je dat echt kunt bewijzen, volgens mij niet. Als je echt kunt zeggen: ja. nee, ik ben niet de gast. Gewoon rap, Het zal altijd een, een asteriskje zijn in zijn een wiki of zo. Ja, maar sowieso. ik denk wel dat je nog een ja, beetje nou, wel, ver, kom, Je, je wel, moet een wel een beetje vertrouwen hebben. Dat ook, in dit geval Diemboos, die een Tim Hoffman of zo, die zijn reputatie staat ook op het spel. Als dat echt niks is. Ja, dan is dit programma ook gedaan. Hè? Mm -hmm. Allee, de, 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 als dat via zoiets komt, die is een reputatie is, is, is ook enorm. Hè? Als je een soort onderzoeksprogramma uh, moet maken, als dan blijkt dat deze gewoon allemaal nul is, wat niet kan, ja, dan is dat, een, dat, uh, pro uh, dat programma ook een serieuze knauw. Uh, he? uh, je je ja. hebt dat voorbeeld van die een, de Braziliaanse stervoetballer Neymar, mm -hmm. die een, is op een bepaald moment ook uh, beschuldigd van een verkrachting. Uh, maar die op een of andere manier had hij dat opgenomen. Nee, maar zelf, om zichzelf eigenlijk te uh, beschermen. Dat, leven. Oh, dat, is, dat is niet chills. Hè? Uh -huh. En dan, ja, uh, hey, oh, en blablabla, bla, bla, heel de media. En die komt naar buiten komen met, ja, maar nee. Of, of niet verkrachter, ik denk uh, slaan, denk ik. Uh, we slaan in verwondingen, zoiets. En uh, die komt dan naar buiten komen, ja, die hey, mannen, deze is er echt gebeurd. Dat je echt zegt die griet eigenlijk, sorry, die vrouw, die dan eigenlijk onttuigen was. Baf, 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 kom, slaag, maar slaag, baf, baf, baf. Wat is dat hier allemaal? Dus eigenlijk. Maar hij nee, heeft er niks van overgehouden. Hè. Voilà, om even een antwoord ja. te geven. Da, dan, als je dat kunt bewijzen, maar ja, dan begin je het. Hè. Hoe bewijzen dat? Op tape, dat is nog nee. altijd goed. Maar dan, dan zitten niet die, die, die kerel de verkrachter of de slager. je kunt zeggen: Nee, nee, maar, zie, zo zijn de nee, feiten klaar. Tot die uitspraak, hè, dat, het gerecht ja, 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 ja. is niet superlang. Ze zetten wel misschien twee jaar. Voor iedereen een persoon non een verkrachter ja, ja. en dit en dat, en stel... of je het naar buiten. Nee, jou, stel echt... dat je dat echt niks hebt gedaan, dat moet verschrikkelijk zijn. Ja, ja, ik zie dat sowieso. Ja, ja. nee, 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 dat nee, is wel ik... een probleem, vind ik. Dat, 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 ja, maar dat, dat is de angst dat eronder ligt. Hè? Dat, hè, als je dat, dat soort beschuldigingen hoort, het eerste dat ik altijd denk is: ja, ik hoop dat het waar is. Want als het niet waar is, ja. Ja. dan is, die, dan ja, is dat nee. echt verschrikkelijk. Nee. Alleen, ik hoop voor hem dat het niet waar is, natuurlijk. Maar ik wil gewoon zeggen: hè, maar dat is een. Ja, dat is echt iets. Uh... Ja, dat is zo raar, hè, man. Heel, die... Heel, de... Heel dat gedoe van hoe dat je daarop moet reageren. En... Want mensen zijn ook meteen kwaad kwaadig gezegd. Ja, wie zegt dat hem het gedaan heeft? Dat weet hij niet. Ja. Dan is dat precies ook van. oh jij daar weer typisch ja, 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 ja. de kant kiest van. En dan denk ik, maar, jij kiest ook typisch direct de kant van. En jij weet het eigenlijk ook niet. Oh, nee, 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 zo, nee. Dat is wel waar het op neerkomt, hè? Ja. bij Guy van Sande, die dat officieel aangeklaagd in bericht is. Ja. Iemand als. Harvey Weinstein, noem het maar op. Mensen die daar letterlijk veroordeeld zijn, ja, die hebben echt gewoon ofwel gedaan, ofwel. Hey, er, hoe cares, maar gebeurd, officieel ja. is dat zo. Ja, ja. En daar kun je niks niet meer over zeggen, vind ik. Maar. Vanaf het moment dat dan een hoop speculeren in de krant is. Of een, <kwijnt> hey, je weet wel, een onderzoek dat komt ook niet van nergens. Dat is hetzelfde gelijk met Bart de Powder liepen ook al jarenlang onderzoeken naar voordat het dan naar buiten gekomen is. Ja. Ja, dus je, dus je moet wel een je beetje. Moet, je moet, weet je waarom dat je al vertrouwen moet erin gaan beginnen krijgen? Omdat het anders onleefbaar wordt. Oh ja, maar dat, maar dat is dus dat een is wat ik. Wat ik zo, uh, je moet, dat, op ik, de deur het Je gezegd, maar het, het is toch wel iets. Maar het bang om je te zeggen, denk ik, wat ook weer al toch de laatste jaren heel actueel is, gaat ook gekalmeerd worden. Want ja, je gaat, mensen hebben die niks meer gaan zeggen, maar op een duur gaat dat toch weer terugkomen. Je zegt dat, inderdaad, internet uh, of whatever, uh, social media, gigantische. Uh, revolutie geweest, uh -huh. begon onze draai er wel in vinden, Dat duurde even, hè? Dat zijn uh, we ook nog niet zo lang mensen bezig. Mensen ge... gaan ook. Oh. Je voelt dat nu al als er iemand iets controversieel zegt, het, 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 het zogezegde... hij mag niet meer dit of zij mag niet meer dit, hè, Whoopi Goldberg of zo, je voelt dat is allemaal. <pretended> maar je voelt ook. What? Ja maar, ja maar die zit nee, in in zit die in een stormje ja 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 die zit ja. in een storm en wat, ook... mocht die, wat mocht hij een, een paar weken thuisblijven of nee, een paar weken we thuisblijven al thuis dus je voelt ook en dat is, dat is nog altijd een ernstig dat alleen... is de view hè dat programma ja. met die vijf vrouwen ja, die dat ja, zo op vijf of vrouwen, maar je voelt al wel dat ja. daar dat dat, 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 is, allee, dat is vooral wat, wat had die gedaan dat die had de holocaust die had de holocaust eigenlijk uh, die had eigenlijk het, het rassen gegeven het de holocaust ge, getrokken ja, hoe zat dat nou weer je had eigenlijk ja. gezegd dat, uh, uh, dat dat niks met ras te maken had uh -huh. maar, dat maar dat dat, 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 had had dat eigenlijk te gewoon te witte hebben, mensen onder elkaar waren maar dat niet dingen terwijl ja het, dat dat dus eigenlijk niet over een systematisch uit allee, die die impliceerde door dat het, het toevallig uitroei. allemaal joden ja. Dat is een genocide, hè. Ja, ja. Dat is wat ja. dat Dat dacht. was een domme uitspraak, ja. Maar die had wel... Dat was een heel domme uitspraak, Maar die had natuurlijk excuses aangeboden, wel direct. Maar ja, dat Just was... Juist dat een volk ja, waar uh, zwarte mensen van moeten toegeven, die me het misschien nog aardiger gehad ja. in de geschiedenis. Ja. Ja. De jood kan zeggen, hold my beer, I'm on my way. Ja. <laughs> maar die is dan twee weken op beschorsing. schorsing. Allee, maar je voelt al wel dat dat... dat, 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 dat ja Dat zal vooral wel zwaar geweest zijn, maar die, 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 je kunt dat niet blijven trekken. Hey, dat, mm -hmm. de, die aandacht wordt stelselmatig een beetje. Ja, plus, je, allee, niet voor het een of het ander. Hè, of of dat je het er nu mee eens bent of niet, dat doet er allemaal niet toe. Maar je moet toch ook al wel van tijd tot tijd, die zijn achterlijke uitspraak doen. En dan zeg je: oeps, ja, ja, maar... zo, dat hoeft ook niet. Hè, en dat voelde nee. natuurlijk wel. Zo, ze kunnen niet meer mensen voor eeuwig in de gevangenis gaan zetten voor een uitspraak die niet helemaal just is. Oh nee, want we, dat wordt je, ook een beetje belachelijk. Als je dan zo een, een man ja. of een vrouw in zijn bloot bovenlijf ziet, die is wat, wat dikker is of whatever, en dan zeg je: nobody is perfect, whatever. Ja, ja dat deed hij met uitspraken ook. Hè. Soms floept hij het uit. Dat ja. een al wat dommer als tander. Maar zoals gezegd, ja, we zijn allemaal mensen uiteindelijk. Dat je kunt inderdaad zeggen: Oh, oh shit, maar ja, dat had ik niet moeten zeggen. Ja. Damn. Dingen ook weer. <tot> sorry. <tot> Sven Neza. Sven Neza. Ja, die mongool, is ontradelijk ja. een Mongool. En, mm -hmm. Maar die bedoelde gewoon: ja, die is heel slecht. Ja, dat is heel slecht. Hij heeft zich dan wel geëxcuseerd. Maar ik vond dat eerlijk gezegd. Want dat was dan op Twitter. de reacties: dat voelde dat ging. Mensen die nog altijd doen. Dat die nooit niks fout Dat je moet opgehangen worden. Maar dat ook al. Mensen, ik heb zelf een gehandicapt kind. Uh, tof dat je weer excuses hebt aangeboden is gewoon hij. Ja, ja, ah, ja, ik, vind, ik vind ook vooral, ja, vind ja, vooral het, uh, het, het expres verkeerd willen verstaan wat dat een bedoelt ja. ook ja. altijd heel grappig. Dat ja, ik, denk, ja, ja. Als ik, zeg, ja. wanneer een Mongool, dan zeg ik niet, kijk, een jongen met Down syndroom, dan zeg ik, nee. wel een debiel. Hè. Ja. Dan zeg ja. Dat, hè? Ja, ja, maar dat is ja, dat... het same deel, ja. een debiel, ah, bedoel je daar iemand mee met mentale achterstand? En zo? Nee, en dat witte ga je goed genoeg. Oh, ja, voilà, This is making ook, a ne? point to ja. make a point. En wat is dat? Taal controleren totdat je alles onder controle ja. hebt. En dat moet je niet doen. Dat moet ook niet aan toegeven. 1984. Ik vind dat niemand daar sorry <laughs> voor moet zeggen. Echt niet. Ik vind dat echt nonsens. Omdat ik weet van. Als je letterlijk een, iets zegt over mensen met Down syndroom. of je doet dat. en dan wordt iemand kwaad. ja, oké, okay, dan moet er natuurlijk op de blaren gaan zitten. Maar als jij een uitspraak gebruikt. waar iedereen van weet wat hij dat dat wilt zeggen. maar we gaan nu ineens doen alsof ja, dat we de absoluut. taal niet meer begrijpen. dan denk ik, oh really. Dan, ja, dat vind ik echt flauwekul. Ben. Ja, dat is wat ernaar bezig is. De... Hè. Ja. En in sommige gevallen is dat, is dat, heb ik er ook meer begrip voor dan in andere gevallen. Ja. Maar dat is wat dan komen we terug op. op, op ja, dat bedoel ik. Jij ja, bent nog iemand dat dan toch nog eens gedacht zegt. Maar dan snap ik ook wel dat er ook mensen zijn mee Met, 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 job ook met, een met een platformen, met die zoiets. <laughs> <laughs> weet wat ik vind? Die stories, wat zijn die nog waard? Niks. Want Senaas is al. Ik kan het niet zeggen ik zal online zeggen mijn excuses en je zal dat misschien ook wel menen van maar tegelijk is dat ook vooral twintig jaar geleden had je dat niet gedaan nee nee nee, nee. en dan was nee. dat niet een betere mens geweest of een slechtere mens geweest het is uh, maar ja. het is fijna gewoon sowieso iets van Jezus, en ik zal het maar doen want anders morgen mm -hmm. nee maar misschien was hij ook het, het probleem is misschien was hij ook oprecht, het is oprecht dus maar je weet het niet meer mm. en dat het is ja maar er gaan er veel vallen hè want op de duur je kent dat spelletje Allee... Is altijd, je mag alles zeggen maar een bepaald woord mogen niet zeggen. Ja, dat woord, eens, uh. dat woord begint ineens hier. Ah. Voldemort. Ja, ja Dat is wat dat is hè. Dat woord krijgt ook tien keer meer kracht door het feit dat je dat ja. niet mag zeggen dan dat dat zou zijn als je dat gewoon laat vallen. Hè. Ja. Dat is het ding. Dat is, dat is altijd het, 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 Dat is natuurlijk een afweging ten opzichte van. Moeten na, hè? De, de, een van de beste termen is wel het N-woord, denk ik. Dat ja. is het beste voorbeeld ervan. Dat je zegt: Moet het na per se zeggen, omdat je het zo gezegd niet meer mag zeggen? Is dat alleen maar boertig of is dat iets hè, dat, je, dat je echt rekening moet houden? dat vind ik inderdaad een hele moeilijke. Dat is niet iets waar je zo van kunt zeggen. Dan zou ik eigenlijk al bijna ben, opteren: zeg het allemaal niet meer. Zo, hè? Dat niemand het nog doet. Lot het gewoon dan maar weg zijn en. en dat is toch een woord dat nooit God verbinden, dat God alleen verdelen. Dus dan ja. denk ik, doe het dat niet. Maar dat, bedoelt, dat is zo'n woord waarvan je voelt. Oké, er is storm -over is, maar nu begint hij zijn plek te hebben. Ja, en, He, is, en, is, en daar en, zit hey. ook iets achter dat je hey, snapt. Uh, uh, ja. Dat is niet voilà. iets waar je van zegt. Hè, dat, dat, ik kan mij goed voorstellen dat, dat je zwart bent en iemand zegt dat tegen u je, en je, hey, fuck, dat, dat hoor ik niet graag. Vind ja. ik iets helemaal anders. Dan dat je zegt: Oh, man, die redt gelijk een mongool. Dan, heb je dus weet, ja, dan zeg je dat niet. Die rijdt als ik het ja. met downs in de Maar ik, ik denk toch, als je dan. Ik, ik, denk, ik snap wat je wilt zeggen, maar ik denk toch ook dat het uiteindelijk ook die richting zal gaan. En de reden dat dat trager gaat, is omdat die een bevolkingsgroep kleiner is, minder machtig is. Mm -hmm. He, dat is ook waar dat over gaat. Zodat de William ook altijd over bezig is, over gehandicapte mensen. Dat zijn eigenlijk dezelfde dingen, maar onze lobby is ja. gewoon minder ja. goed. Dus, ik weet het niet. Ik denk dat dat de laatste nog niet over is Want die van de Joden is ook beter dan die van zwarte mensen, dat is ook heel duidelijk. Ja, ja. Zeker in, de, zeker in Amerika. Die hebben uh... direct zoiets op, 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 op dat iedereen denkt, ah ja, juist. Maar ja, ga, je gaat natuurlijk, wat je wel gaat krijgen is, en dat is, vind ik kiek, veel erger, je gaat, ja, op, je, mensen gaan allemaal op hun woorden beginnen letten en dat zorgt voor saaiere content. Mm -hmm. En dat is gewoon jammer. We gaan dat, zorgt, dat zorgt ook voor het inperken van gedachten. We moeten ja. er, moet er mee ja, ja. passen. Ik vind dat dat veel gevaarlijker is dan nu dat ideeën erover gaat. Maar ga zit ook een veurvechter ervan, dat is ook wat je verstaat. Nee, het nee, mag gewoon uh, stiekemer worden volgens mij. Dus mensen gaan op een tuuk, de toekomst als er camera's zijn. Ja. Maar in de living, geloof mij, uh, in, elke, in elke woonkamer worden de dingen gezegd. Daar ja. ja, ja. ben ik echt ja. zeker van overtuigd. Welk een groot probleem is denk ik. Uh, Vanaf dat je iets zegt, wordt het direct in een vakje gezet. Hè. Je wordt direct uh, mm -hmm. gezegd: ja, Ik denk dat er misschien een probleem is met migratie. Oh, ze zijn dan Vlaams belangrijk, Racist? dit en dat. En, en mensen durven niet meer met elkaar in discussie gaan, omdat mm -hmm. die niks meer durven zeggen. Omdat, en, ja, omdat discussie ook je... online is, hè? want als dat in tekst ja, zou zijn, zou dat allemaal niet zo zijn. Als werken, je dialoog ja. doodslaagt, dan is ja, dat is wat ja, het, Maar kunnen, nogmaals, maar vooruit, wat je, maar Angel altijd zegt, en uh, jij zegt ook al: Ja, maar niet iedereen. Hè. Nee, nee. Ik bedoel, ah, het, no. het is niet. je zijn, zijn niet de mindere. De meeste mensen hebben ook altijd die De gewoon wat opletten, tander wat dit. En we, uiteindelijk zijn we wat hoekam maar je hoort maar, maar onder, de roepers. We, we, we zijn ook maar onbelangrijke no. uh, uh, microbekjes die rondkruipen. En uh, vooral onszelf heel belangrijk vinden. Maar uiteindelijk. Uh, allee, oh. Ja, maar je moet nooit je onderschatten wat een vervelende minderheid kan ja. betekenen op ja, ja. cultureel eh, ja, ja. En, 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 en media en alles vlak. Ja, maar, het is, maar dat is natuurlijk weer beter. Want, want de grote stille meerderheid, daar redden niks om. Nee, daar redden niks, maar er redden er er niks wel, om. Maar je hebt wel alternatievere platformen. Hè? Ja, dat is sowieso waar. En dat is een, een enorm verschil. Niks, ja. niks kan nog... Eigenlijk ja, ja. kan er niks niet meer weggekregen worden. Dat gaat niet meer. Cancelen is moeilijker. Dat gaat ja. niet meer. Dat is, dat, 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 op een jaar tijd is dat al duidelijk. Je krijgt dat niet meer. Dan gaat dat ergens anders zitten en ja. mensen die volgen, volgen. Hè. dat gaat Eigenlijk op het einde van de dag wordt aan de post dat je niet geiren ziet mm -hmm. en een post dat je wel geiren zag. Mm -hmm. ah ja, vroeger had ik dat ook uh... Allee, in, in mijn ouderlijk huis, mocht het ook niet op elk, uh... mm -hmm. elk tv-station staan. Hè. Ik had er nog eentje gevonden ah. dat ik zo de overdrijving van de maand vond. vond ik een hele mooie, omdat we graag in hyperbolen spreken tegenwoordig. Jezus werd gekruisigd. Nu proberen ze Novak Djokovic op dezelfde manier te kruisigen. vond ik gewoon een grave zin. En waar stond dat? Ja, dat stond ergens in de krant. Ik weet niet meer wat dat was. Maar ik las dat en ik dacht echt zo... Ah ja, tuurlijk. Dat is, uh, want dat is zo bij hetzelfde. Ja... Ah. <laughs> Ik vond het vooral erg dat ik de woordspeling no vax, Djokovic niet had gevonden. No vax, no ja, vax, Djokovic. Wow, no vax. Djokovic. Ik die hadden fucking fuck, ja, goed. doe me. Damn. Ik zeg iemand met zo'n uh, ja. karton. zo, no vax, joke, weet ik, ah, dat is goed Had ah, ik ook kunnen. Shit, doe shit. shit. Ja, dat is een dat je het laat doen. Kaloe, Kaloe het. <laughs> ja, dat <laughs> vond ik een hele goeie. En, maar nu is hij gewoon van de people, hè? Want die man met dat bord, hij ook niet geclaimd. Hè. Ja, ja, dat is waar, ja. Mm. Dat is waar, ja. Mm -hmm. Novak Djokovic. Novak Djokovic. Ja, die is, is, is zo wat zelden als die, die mensen op die anti-vax-betogingen met een jodenster en zo. Ja, dat vond dat ik ook. Is dat, vond ik dat is nou de eerste keer in, mogen, in heel mijn leven dat ik neffe, neffe Michael Freilich had kunnen gaan zitten met een arm over die schuim en zie je: ik snap hoe dat je wagen ja. Dat ja. was de eerste keer ik weet, dat ik zei: na gaan we er samen niet in drinken, uh, Michael? Want daar, uh, daar, dat vond ik ook. Maar het gevoel, het gevoel voor drama ja. is tegenwoordig ook wel ja. echt ongeveer. Uh, ja, ja. ja. Dus, dat is echt zo. Oh man. Zoveel aandacht, over... hè? Wij mogen daar. een café niet binnen, dat is hetzelfde als de Holocaust. Ja. <laughs> <laughs> wat? Je zitten ja, wat, is... ge, ge, wat stappen over. Is, ja, ja, ja. ja er, Wacht. Zitten, er zitten een paar dingen tussen. <laughs> paar ja. tussen ja. Denk, dat is ook al zo. Misschien moeten we toch eens naar Auschwitz mee, allemaal. Misschien, ja, dat, ja, of, misschien ja, moeten we het horeca leven in Auschwitz. Ik begin daar eens breendank. Ja, 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 inderdaad. begin ja, daar eens mee breendank. Ja, hoe ver is Hoe ver is waar. ja, Ja, zwart. Het goed, donker weer, man. het is een roast. Fuck it. Uh, <laughs> nee, nee Lotte moet donker worden oh. met Dat is Goed, we hebben een Doomdink bij. Ah, ja, weet, ja, het, nee. het glas is altijd half vol. Angel Redondo naast <laughs> ja, ons. Uh, ik dat weet kan het. altijd gebeuren. Maar het is zo. Het edelhert uit de Masked Singer blijkt Mr. Eurovision oh. Oh, oh Johnny Logan te zijn ja. geweest. Ja, ja. Allee? Ik moet zeggen, ik volg dat programma niet super hard. je maar... Maar... wilde het nice eens over een ander boeg gooien? Dan is deze het wel. De Masked Singer, <laughs> je moet het wel aangeven. Mensen vinden ook een sport van hem te zeggen dat ze het niet gaan zien <laughs> maar toch weet iedereen wie dat erin zet. Ja, zo... ja, ja, maar dat is altijd de komende. Ja, maar geef je 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 ja. het toch ook? Dat is voor niemand een standpunt van ons belang, maar die hadden toch een derde van de stemmen. <laughs> ja, dus hetzelfde. <laughs> maar nee, ja, ik, nee, ik heb net toevallig Haalim, één aflevering ja. gezien. Toevallig, omdat de zus van mijn vriendin was toen bij ons en die wou dat zien. Uh -huh. dan heb ik dat meegekeken? Ik snap het wel zo. Ja? ja en wat is daar eigenlijk? Cool, want ik heb het dus niet zoeken, gezien. Volgens mij het zoeken. zoeken. Ja. Ja, hoe hoe dan niet? Ja, ik ja, wil weten wie dat is. is en die dacht zo van ik. Dat is de shiny floor en dat is allemaal zo een uh, spectaculair en heel. Je, je, nou iedereen is kabla. Dat is zo niet echt maar Dat irriteert mij wel. Ja, dat irriteert me mm -hmm. ook. De jury zo. Ja, maar op de deur zijn de meenton zonder dat je het beseft. Je moet het eens zien met een zevenjarige. Dan is de deur hoe goed dat dat programma is. Ja, dat is gewoon dat een, is iets Koreaans nee. ook geloof ja. ik, hè? niet origineel. Ja. Ja. Maar als je dan met, met je dochtertje zien of zo, dan is het door. Dat is dat programma. Ja. Dat is allemaal de ja. gezin kan meedoen. Ja, en ook gewoon ja. de watercooler taken. Wie denkt jij dat die papegaai is? Wie denkt jij dat een din is? En dan begint dat ook. Denk dat die papa. mensen willen gewoon niet hebben om over te lopen. Dat een Eric van Logas er ook in. Ja. Er zijn al redelijk eh, wat mensen naar mij gekomen van volgens mij zit hij ga en ik zat er zo en dan denk ik heb ik altijd een eigen zeggen... Ik ga het niet zeggen. We ja, kunnen blijven ja, maar, maar speculeren. Is, zo. Maar, 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 maar wat je daarna zegt, is ja. ook dat programma. Dat is dat, hè. Want ja. die, die mensen die erin zaten, hebben dezelfde gesprekken. Hè. De, als je erin zit, doe je dat ook zo. Die Die in Amerika gehoord? Uh, daar zat Rudy Giuliani erin. Ja, maar ja. Dat, dat was oh, ook geen, uh... dat was geen succes, want twee <laughs> van de juryleden zijn het afgetrapt. Uh, Robin Tick en Ken Jong hadden dus ze weten: fuck you. En die waren weg. Robin, Robin ja, Maar die kwamen daarna wel terug. Dat vond ik dan weer een beetje jammer. Dat ik denk, ah mannekes, come on. Houd dat, dan, dat dan niet een aflevering vol? Waarschijnlijk die... had Robin Tick ondertussen ineens een mis gekregen van dat persbureau. Hé hey, Robin, waar we niet van ook nog altijd dingen liggen? <laughs> <"She's> <laughs> <a> good girl. <laughs> uh, you I know know you see you want it. Want in Giuliani, was het met Trump Trump was dat niet zo? Ja, dat, was, vroeger, dat, was, vroeger, dat was, een was een burgemeester van, van New, York. New York geweest en tijdens 9-11. Waar had hij dan eigenlijk, omdat Rudy Giuliani is heel, alleen voor verschillende dingen. Controversieel. Dat is de man die uh, New York heeft uh, op, uh, opgekuist. opgekuist. He? Van de maffia klaar. die nee, letterlijk heel: uh, het, het feit dat, dat, dat um, hoe heet het, Times Square nu Disneyland is en niet op strippers en dealers. Ja. Dat die heel veel met die uh, dat was de man van de zero tolerance aanpak nee. en daar was hij even heel onpopulair mee, maar dan is hij tijdens uh, 9/11 in geval heel populair ah. geworden mm. omdat daar bleek dat hem dan zo de New Yorker een hart onder de riem stak, maar daarna is hij ook advocaat geworden van Donald Trump, denk Trump ik. En dat heeft hem natuurlijk weer al terug een pak minder populair gemaakt. Dus er waren zo twee mensen zo kijk twee juryleden waren het kijk kwaad afgetrapt omdat hem uh, uh, ja, de man van de masked singer was. Okay. <laughs> Vond ik wel funny. Nou ja. Moest wel lachen, maar dat vind ik dan weer al mee. Amerikanen, ja, de, want dingen heeft daar ook ingezeten, gezeten. Hè? Sarah Palin. Hmm. Ook niet echt bepaald onbesproken nee. hè, van de Tea Party en zo. Dus, dus je denkt, ja, dat zijn toch andere celebrities dan dat er bij ons onder zit. Ja. Johnny dat Logan is, was toch ook wel al dat je denkt, oh, alleen. Ja. Misschien ja. doet Tom van Gereken mee of zo. Dat Stel de vuur, Maar zijn. hoe funny zou dat zijn? Ja. Ik zou er toch even mee lachen. Ja, ja. ja, ja dat zouden toch zou keihard kei kei zou kei mee lachen? Maar dat vind ik ook alleen maar funny als je. Ja, een kop het een bruin het gelijk. Wij. Hè? Ja, ja. Nee? Dat, dat, dat begint ook, ja, ook soms meer en meer te, te beseffen. Van, ik ben ik redelijk goed mee mee onrechts. Ik snap waar de woede van komt, maar ik denk altijd: ik kon daar niet heel mijn woede al spenderen. Want u weet, wat kom ik nog tegen vandaag? Dat kwaad worden, dat zou wel zijn. Ja, heel die levensstijl van heel de tijd overal onrichting te zien en er ook heel de tijd kei kwaad op te zien, dat is toch wel een redelijk gelukkig leven ja. op zwaar in de Amai. weg. Je kunt ja, het is vermoeiend zijn. is denk dat ja, je ook niemand beter mocht met een hele dag alleen maar daar kwaad op te zien. Zo niemand rondom u. Ja, niemand... die niet? Mensen zitten ook online omdat ze nergens anders kunnen no, zitten, ja. natuurlijk. Ja. In hun onderbroek zo. Nee, maar dat is toch? Je kunt zeggen als van Grieken erin zit dan zeg, ja, dat je zegt, moet alweer weer een politicus in zitten, dan zeker dat. Ik, alle begrippen. En dan die partij en dit of dat, maar dan zou ik, dan is het toch, uh, mm -hmm. Wat gaan we doen, ze <laughs> Zo. Ja, boeit, maar, maar dat boeit uh, ook allemaal niet, inderdaad. Niet, niet lang genoeg, niet meer. Oh. Nee, niet lang genoeg. Niet. Dat maar het... uh, Johnny Logan, hij was oud geworden, vond ik wel. Ik had hem niet, ik had hem niet gezien, ik heb alleen gelezen. Nee, maar ik heb de foto gezien. Ah, oké, okay. Nou, die drie keer eigenlijk wacht, twee keer met zijn eigen liedje. En één keer met een liedje, me liedje dat hem now, geschreven is. Dat is dat hè. And just another year. Of what's another year, of zoiets. So yeah. What's another year. year. Alleen die en, uh, hold dat was me een now. eerste. Ah, ja. En Hold Me Now was een tweede. Maar dan heeft hij, denk ik, ook nog eens het Euro-song gewonnen. Misschien zelfs als meer schrijver als, als schrijver van, ja, van, ja. Van, van iemand anders. Ja. Het is wel Mr. Eurovision, want hij heeft het meeste gewonnen van iedereen, eh, heb ik de indruk. Hij ah is... ja, je ziet het, ja. Ik heb die niet herkend. Die was ook heel fantastisch, dat hij zo... Hij had, de, de tweede keer met die Hold Me Now, dat hij won, dan was hij schijten bezopen. Ah ja. Hij nee, is, mijn... uh, is een Irishman uh, en hij had zoveel te veel gedronken. En dan uh, moest hij zo'n speech doen omdat <laughs> hij gewonnen had. En die was wat overemotioneel maar die was zo: I'd like to thank my mother. <laughs> en, maar dat ging zo volledig dat je voelde: Lotte, je maar al rap ze gewoon zingen. Yeah. Voor allee, dat hij in niet nog andere dingen begint te zeggen. <laughs> Wel, ik, ik ken die uh, mens niet. Nee, nooit niet nee. van gehoord. Johnny Logan. Die naam, vaak moet ik zeggen. Ja, dat heeft Wanneer natuurlijk. is misschien ook wel een beetje een leeftijd, ja, het is, zoals jaren tachtig ook weer. Onder oh, ja. jou okay. ja, is al 87 jaar. is lang, al. lang ja. geleden, hè, man. Toen was ik nog niet op deze wereld. Maar het is, ga zij wel mee met heel veel van die veel ouder dingen dan hoe oud dat jij Een zet, ouder he? broer, ik denk dat ja. dat helpt: een ouder broer hebben. Mm -hmm. Dus heel, heel snel uh, ja, van alles zien. En, uh, maar ook niet meer alles, hè, maar met alles, met filmen en, en muziek een beetje. Maar mm -hmm. ja, onze paard vroeger veel uh, platen en zo. En, ja. Yeah. Kijk je dat zelf niet aan? Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hier, hè. Zo heel veel dingen En dan, ja, is, ah, oh, En zo denk ik, zo, vetse domino. Ja. Leren kennener, hij, dat was in de jaren 50. Ja. De Prehistorie Story met Guy de Pre. Oma, ik, het, letterlijk, hè? I found my trail. Yep. Hoe <shof> <Brilliant>. <câmera> <How, Good>. <Georgy> was de Prehistorie? Blueberry. Blueberry. Yeah, dat is goed, ja. <alternating> dus dan, zo van die, die dingen in die, die cd's. En dan zeg ik: hey, Fats Domino, grappige ja. naam. Als ik 10 jaar of zo, oh, grappige naam, dan zet je dat op. En dan zeg hey, ik: dat is leuk. Zo heb ik heel veel leren kennen wel. En ook, als je, van, ik vind altijd dat je van iets houdt, dat je bijvoorbeeld met, met video bezig bent, of, of, of je bent met muziek bezig, dan ja, moet je ook altijd even naar achter zien, vind ik. Van ja, wie zijn er de pioniers, wat deed die vroeger, wat, waar kun je gaan van stelen? Dat, zo vind ik dat, dat altijd belangrijk, nu ja, even wat waarschijnlijk ja, doen, Ja, maar ik, ik vind dat toch wel belangrijk. Ik ga het even doen alsof dat, toch, dus mee, dat er toch meer in zit, of wat? Nou, op een vlakke zin, ik van ingenieur Nee, nee dat, ja, dat is gewoon, nee, dat heeft met interesse te maken. Dat is met voetbal ook, dat, dat ik dingen weet. Dat, dat nu niet van de jaren zeventig en zo, maar van ja, sommige dingen dat ik dan. Dat was een goede boek. Pushcass. Uh, uh, Fresh uh. uh, Hongarije, absoluut. Da ja, dat is omdat je gewoon geïnteresseerd bent in dat thema. Meer is dan want voor de rest weet ik ook niks. He, in the year 25, 25. Dus, uh, joh, If a man, man is still alive. <laughs> een oude broer. Veel film is dat vooral door een oude broer te hebben. Die dan, uh, dacht, uh, 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 je ziet een zevenjarige lichter al een kickboxer te zien, ja, dan, dan pikt hij wel iets mee. Ja, JCVD. En dan kreeg hij ja, de, de Jean-Claude, ah, Tof, hoor. komt die, maar nooit Die de wil ik hier in. ooit iets eens, eens krijgen, man. Ik weet niet waarom, maar die moet ik hier ja, ding, is ook, uh, ding de ook... ik denk iets krijgen. De legend van de de, de, de Rob, de Average Rob, die ja, ja. dacht je elke zes minuten of zo. Die wilde wil er iets mee doen, zo een of ander episch filmpje. Maar ja, ja, het schijnt hè, dat hij het niet zo zo hij gaat niet echt mee online. Hè. Dat kan maar wel, er is iets, mee, is, niet. vooral met Ace en zo, dat hem, maar ik ken het niet helemaal, mensen mm -hmm. in de comments zullen wel zitten, maar er zou blijkbaar iets met hem gescheduled worden. En dan zou hij mm. dat toch zo dat niet gedaan hebben, omdat hij dat niet wou of zo. Mm. Uh, ook een oude gast, natuurlijk. Hè. Misschien voelt je dat ook niet. Dus, je ook zoveel mensen. Misschien voelt je ook niet veel meer ja, in het algemeen. Jean -Claude. Ja. Ja. Ja, de kouk zorgt ervoor, Jean-Claude. Maar ja, ik vind hij toch een held, man. Wat een figuur. Dat is ook de enige in België dat ze echt over heel de wereld kennen. Hè. Dat is. Uh dan weet ik dat ja dat dat mij dat opviel was dat hij in was geweest en dan ja. komt je: I'm from Belgium ah oh, Jean Claude Van Damme dat je denkt natuurlijk, ja, 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 ja. of course dat is de man, man... Je toch ontmoet, hè, ja je had het ook moed zijn niet ja heel lang ja, geleden ja. als kind um, dat was, oh, dat ik, ik, was, of ik wel, was 15 hè? jaar ja die was totaal uh, Hij zelf was ook nog niet zo heel bekend want je had Je had dat dingetje. dat um, hoe, hoe zeg je dat uh, jouw bloodsport uit die ja. die was uit en dat was ja, wel een video-hit, maar dat was zo wat aan het komen zo. En dan, en dan is, is dat, ging, zes, zes, ging Cyborg het komen. Um, de, de film dat hem ja. vlak de ernaai gedaan. Niet zo'n grote nee, hit geweest. Cyborg was eigenlijk nog zotter. Gezien dat ik als kind een mega Masters of the Universe van was. Je hebt een film met Dolf Lundgren. Ja. En er ging een deel twee zijn. En dat is eigenlijk uiteindelijk Cyborg gebeuren. Daar hebben ze zo'n deel van de set gebruikt omdat die film gecanceld is, mm. dat ging niet deur, Want He-Man ging ook naar een andere acteur in en zo. Dat was al allemaal in het water aan het vallen. Dat was Films en die waren intussen ook zo wat failliet aan het gaan. Er is een hele coole documentaire over dat soort de. Elke uh, eh, Chuck Norris en al dat soort oh, gasten. Dat was allemaal ja, canonfilms die zaten ja. erbij. Ja, ik ga je dingen gezien? Monaco Forever. Toen hij een homoseksuele karate man speelde dat in 1934. Dat is zeer, zeer in het begin, ja. Dat heb ik nooit <laughs> maar, gezien. Ook oh. in het Roots. Dat is ook altijd goed. Dan weten hoe, uh, hoe onbekend dat, dat is. Ja, daar dus vind je ja, ja, er niks van. Daar ja. vind je ja. er niks van. Dat is altijd goed. Maar eigenlijk is het redelijk. Wie... Bloodsport was echt heel snel, hè. Ja. Ja, 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 ja. No retreat, no surrender was ervoor. Er is de, die een soort uh, Karate Tiger heet die film ook. En dan daar, is, daar speelt hem de slechterik in. Dat is ook de eerste film waar ik hem gezien heb. En toen was Cal fan eigenlijk. En dan ja, Bloodsport natuurlijk. Dat zijn, maar dan komen de, gauw, de jaren 90 waren goud. Ja. Maar Bloodsport, ga die eens terug naar boven, want, want die Cyborg is vlak. Ah nee, Black Eagle zat er nog tussen. Maar... En dan kickboxer toch? Ja. Eerst nog. Ja de cyborg deed er ook op niks in. Maar die, er was hem in ieder geval. En Universal Soldier? Ja, dat, dat ging... is goed. Universal Soldier. Nou. Ja, kijk, en dan. dingen, dit doe ook Double Impact ja, of zo, Ja, Die er hij jaren ja. op mijn kamer ging. Double Impact. Ja. Dat had hem een tweeling hè? Ja, dat en, ja. in, in. En met dat jullie dat snipes. Dat, dat je zo je? nog toen dacht: Allee, hoe is dat? hoe doen die dat? Iemand haar naar achter, ja, ja. Maar had en echt. zo zwaar strak haar naar achter. Dat echt. was ja. mijn favoriet. Ja, de de rooijen De, de rooijen. Ja ja. ja, ja. een, een leren frak. Ja, ja, die, die, was je ging, die ging deed. Dat was ook heel funny. Die vocht ah. zo meer boxachtig. Ah, en, en de die. En een stijl van vechten. En de Nendere was, was, was heel veel, zo'n ja, zo zo uh, karate en zo signature moves. En heeft hij ja. dan ook niet iets met Wesley Snipes of zoiets? Of denk je oh, ja. maar... Double, double ook Nee, dat zal. Ik heb die dingen. Die een basketter, Dennis Rodman. Ja. Ah, Den ja, sorry, Dennis Rodman. Dat is dat was, Hoe heet hij nog ook, ook iets met Double? double of, team, nee. zeg ik daartussen Double stand. team, ja, dat is hem, denk ik. Ja, Double team is hij. Uh, en de slechte nee, in die al, ja. film is Mickey Rourke. Dat weet ik ook nog. Stavros. Ja, Stavros, Mickey Rourke. Oh, ja. A man dat? who doesn't resemble himself anymore. God damn man. de Mickey Blijft van dus. overlaatst ook dingen gezien Robocop die zijn die hey. zijn niet zo goed die zijn niet zo oh, goed ja, wow, 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 goede wow. film hè de eerste wel hè. dat blijft een goede, vind ik mocht dat dat niet goed oud ja. nou, ja, omdat dat, wel... dat toen zo wat uh, technologisch was zie je nu wel oh, hoe slecht dat was. ik vond dat uh, nou, ik vond vond. nog altijd wel cool, cool ja? Ja, ik was zit nog altijd helemaal mee ja Robocop vind ik een supergoeie film ja we moeten daar zo blu ray zien of zo goede kwaliteit wel cool ja. ja, ik vond niet niet... Ja. Nee, ik vond dat wel heel graag. Dat is met ja. Kurt Woods-Smith, denk ik. Dat ja. ja, is het echt ja. zo goed, hè. Ja. Clarence Boddicker. Dit is echt goed, ja. Deen Deen is Geboren slecht. om geen een toffe te spelen. Ja. Oh, dat is niet ja. waar. Het is Red spelt... Foreman, hè. Ja. Ja. Yeah. Red oh. cool. van Het ding dat 70 ja, show, ja. Die is die goed is dat is geweldig. Als je zo met dat geweer op die z'n arm... You probably don't think I'm a very nice guy. <laughs> Do you? <laughs> ja, die stem. je made a liar out of me, Neil. Die neemt altijd zoiets heel uh, ja, ja, geweldige ja. gast, ja, Clarence ja, dus... Boddicker. Een met... fantastisch figuur. Ik heb die eigenlijk uh, ja, her... leren kennen in uh, dat 70 show, maar niet beseffende dat hij ook in Robocop en zo speelde. Ja, ja. Maar daar als ritvormen. ik hou ervan, van, zo, van die uh, Norse karakterkoppen. Uh, ja. dat zijn alles, ka karakterkoppen. Alles hatende. Ja, is dus ook de vader van. Uh, Alleen, oh, hoe heet die film nou weer? Dead Poets Society. Uh, met Robin speel, Williams. Ja, er speelt hem zo, speelt mee, ja. de, speelt hem zo uh, de vader van een van de hoofdpersonages. die je een, een acteur wilt worden, maar die mag dat dan niet van hem. En dan pleegt hij zelfmoord, die jongen, in die film. Dat is zo de tragedie in, ah, in ja. Dead Poets Society. En daar speelt hij die vader in. Maar dat ook weer zo'n strikt figuur. Strikt hoor. en ja, ja, ja. heel vervelend. En, en nee. zo, ja, dat in is er kei goed in. Hè. Maar als die Clarence vond ik die ook zo funny, omdat hij een goede nummer had. Dat hij die zo die een alarm eraf schieten en zo. Well, give the man a hand. Zo, <laughs> dat, zo heel, heel fout, maar wel heel graaf. Ja. Nee, ik, ik blijf dat een goede film vinden, RoboCop. Zeker. Dat is een van mijn favoriete ja. 80s-films, ja. toch ook wel, denk ik. We ja. moet een beetje een kortje overvangen, vervangen, denk ik. Ja. Moet moeten gaan een kortje ja, overvangen. vervangen. Ja, ja, ja. Zijn we, bekant, uh, we, zijn we, we, zijn we aan het rondgeraken? We zijn aan het rondgeraken. Damn, wat zijn nee. we eigenlijk aan het zien momenteel? Wie, wie is nog wat aan het oh. kijken? Gewoon puur. Shooting uh, the shit. Ik heb uh, area, area 55, nee, Area. Ar u, uh, archive 81. Archive 81 <laughs> <laughs> heb ik ah, close gezien. Close enough, <laughs> dat is goed hè? Ja, ik, ik, vond, ik, ik vond alleen een beetje. Ik, ik vond het een beetje traag. Ik, het is duidelijk gebaseerd op een podcast. Het nou, mag je wel je langer ja, duren. Ja, het moet, moet wel. Een kopje erbij houden hè? Nou, Moeilijk was het nou niet, het was gewoon lang. Ja, maar. Ja, ja, maar ik het vond het niet slecht. Wat voor iets is het? Ja, dat is o, een vrouw. Dus ja, een, uh, een gast die je, dat, die je, dat je specialiseert moet in tapes digitaliseren, te digitaliseren. Ja. En die heeft dan zo een, een mysterieuze brand. Uh, moet hij zo tapes van, van restaureren. En dan beginnen er dingen te gebeuren. Pod maar het is gebaseerd op een podcast. En mm -hmm. als ik dat niet geweten had, had ik het waarschijnlijk niet gemerkt. Maar als je het weet, dan voel je ook wel dat dat een, een ander soort vertelling is. Mm. Het pakt heel hard zijn tijd. Het is echt heel lang. Ja. Maar het is wel schoon. Het is zeker deftig. Ik vond dat dat vlotjes... Ik had het er niet zo moeilijk nou, mee. Op een duur had had ik al zo, de aflevering dacht ik wel, oké, okay. dan mm -hmm. mm -hmm. nou weet ik het wel of zo. Nu wil ik weten wat het... Uh... Maar het was zeker deftig, joh. Ja. Waarom heb je gezien? Wat is eigenlijk? Uh... Ik ben Hellbound aan het zien. Dat is Kago, Dat is zoiets Koreaans heb ja. je dat al gezien? Dat is zo... dat is het niet van hetzelfde van Squid Games? Dat Goh, ik weet niet of dat het dezelfde zijn. Dat zou kunnen. Met die monsters. Met die, ja, die ja, komen nu ja, naar, ja, de naar de hel brengen. Brengen, zo, De ja, helde brengen. er zondagse aflevering ze mee... van gezien. Oh, jongen, Jesus. Ja, dat, ja. dat, dat wordt ook al. Ik heb, er, uh, ik heb er, nu drie afleveringen van gezien ja, en het wordt met man. de aflevering wordt het al zotter of zo. Ja, ik begin ja, al te voelen van waar is dat hier naartoe aan het gaan? En dat is wel echt cool of zo. Hellbound. Ja. Nou, ja, zo, eens kijken dan. We moeten wel checken, dat is echt graaf. Ja, ja, ik heb het wel. nieuw nodig. De Want, dingen uh, ik heb Area 55, uh, na, dus. Uh, en, uh, nieuwe dingen Archive uh, 81. <laughs> <Ja>. <laughs> zo, echt, just, echt just blijven. 8 ja, afleveringen, bedoelde dat? Of? Ja. Acht ja, afleveringen al, zien <laughs> en toch zo nieuw ja, weten. Hoe, weet, hoe heet dat nou weer? Ja. Ja. ja, maar dat is ook omdat je alles zo verslindt. Ik zie nu al, denk van wat zie je, je het zien. Maar dat is omdat je. Met de muziek, je zoeken. Vroeger kocht je aan een CD en dan kon je echt er waarde onhechten en nu is het zo aan ah, ja nieuwe muziek of vrijdag op Spotify. Dat vind ik ook, dat vind ik rommel. Ja, dus je hecht daar veel minder waarde en, en, en bij films en zo. Daar ook. Vroeger moest je naar de videotheek. Ja, je moest daar geld voor neertellen. Je moest ja, daar, ja. je gewoon zitten. Come on, man. Hey, die films, daar hey. Shut up. Ja, en, nu is ja. het zo. Nu dat zo ja, je zit die film op. Ah, ik kon even bellen met de naam. Jo, zie, yo, yo dus uh, laatstje, hè. Uh, dat is Mattje is Dat beetje me op voor. Yo, ik kan niet goed volgen. Oh, niet moeilijk. Lul. Je ze niet ontopletten. On on <tip> <tip> maar dat is zo. Yo, kim dat dan gezien. Ik weet dat het niet gaat. Oh, die neef. Zo, ja, dat gaat allemaal zo rap. Mm. Misschien denk ik gewoon te lompen. Dat kan ook, hè? Maar dat is zo. Nee, nee, nee. Dat is, denk ik denk net dat bij iedereen hetzelfde is. En daarmee heb ik, ja. ik gezien. Uh, Trapped. Trapped is ook op Netflix. Dat is eigenlijk een, uh, een IJslandse serie. En ja. wat dat toe is, is eigenlijk hoe. Omdat je die taal niet begrijpt, ja. moet je kijken. Ah, ja, ja, ja. En anders, bij Engels. begin ik, 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 uh, Ja, hier de Trapped. Mm -hmm. ook echt, uh, hoe IJslands kunnen er weer uitzien? Dat is verschrikkelijk. Mm -hmm. Een toffe, acteur, echt wel heel cool. Een mm -hmm. hoe maar dat vind ik, dat zijn mijn favoriete series, van. Uh, We van hebben die dingen die gezien, dat is ook zoiets, Dan vinden kastanje mijn. Ja. Inderdaad. Nee nee, dat, dat is een Frans hè. Nee, ah, nee, nee, dat is Frans. Uh, nee, dat is Scandinavisch. Maar ook kastanje man. Ah, oké. Ik heb de chestnut man's gezien. Keerar. Kastanje moorden. Kastanje Ja, ja, dat, dat, dat. De chestnut Man, maar Dat ging dat ook. Kastanje ja, de chestnut man. Dat is Dat was niet slecht. Castanje okay. manen, die loopt uh, altijd zo'n popkin achter ja, of, zo, ja, dat of, is of ja, ja, de chestnut. De uh... chestnut man. Ja. En dat is de... zoals, uh, zoals de snowman. de sneeuwman, de snowman is ook zoiets. Die loopt altijd uh, een, ja, een sneeuwman uh... Zo in de zomer was dat moeilijk. Dan uh, ging hij nog verlof. <laughs> die, had, die had een bepaald seizoen <laughs> ja, dat ja. hem uh, nogal Fuck. actief was. Fuck, het is weer zo ver. Ja. Wat jij nog zeggen, ton? Ja, wat vind je al van The Book of Boba Fett? Inderdaad, kijk. kijken? Ik zijn nu ook nog niet. Ik hoor alleen maar slecht. Nee, man, wat vind dus jij ervan? Ja, goeie. Ja? Ja. Wel, ze, Dat is. geen De eerste dat dat tegen mij gezegd dat je dat, hem dat goed dag goed. Vind je dat, dat ja, op Ik vind dat echt goed. The Book of Boba Fett. Star Wars. Ah oh, ja, uh, never mind. En, uh, en waarom is het goed? Ik vind dat er heel veel uh, goede callbacks zijn naar de originele Star Wars en zo. Ja. Ik vond dat echt. De eerste aflevering. Had ah, ik ook zoiets van, nee, maar dat wordt echt wel veel beter. Ja. Nou, ja, ik wil het wel zien. Ik moet het zien. Ja, ik bedoel, ik zie in alle Star Wars, ja. dus ik ga dat uiteraard ook zien. Maar ik ben er gewoon nog niet toegekomen. En ik moet ook eerlijk zijn dat ik mij zo wat heb laten beïnvloeden door veel mensen. die zeggen, oh, het is niet zo goed. Je en je wilt dat dan zien, maar dat schuift dan zo altijd ja. naar achter. Waardoor dat je er niet om begint. Maar eigenlijk moet ik het gewoon wel eens doen. Ja. Ik kijk wel uit naar The Batman. Ik ben wel hmm. heel benieuwd hoe. Goed. Gaan we dat in de cinema zien, Andries? We gaan zien in de cinema. Come on, hey, man. We gaan nog eens naar een de cinema, hè. Ah, ja, Resident Evil heb ik gezien, uh, de nieuwe film eigenlijk Resident Evil. Maar <laughs> well, daar moet er een fan van zijn hè van, van Dat is 14. Dat is met die Kaya Scodelario ja, dat er ja, de 20 hoofdrol 20. in speelt. Dat is dat maske van. Uh, Claire dan, ja, dan noem. Maar dat is eigenlijk. Ja. Welkom to Raccoon <laughs> ja, City. Raccoon. Ja. Dat is eigenlijk de eerste film die echt gebaseerd is op het spel. Ah, dus ja. iedereen die het spel echt grote fan is van het spel, ja. komt nu eindelijk aan zijn trekken. Want daarvoor ja. was dat echt zo, ja, dat had daar echt met te maken. Was behalve slechtend. Raccoon City in en Umbrella Corporation af en toe. Maar de, deze is echt eigenlijk, deze eigenlijk een samenvoegsel van uh, spel 1 en 2. Dus mm -hmm. voor de echte nerds, geeks, uh, gamefans was deze wel echt. Uh, Alleen voor mij, ik vond het echt een heel top. Ja, en als je in die Broekhoofd kijkt, je moet vooral dat spel spelen. Ja. Dat is niet normaal, man. Tegenwoordig die graphics en zo. Ik heb naar Resident Evil Village, dat is de nieuwste. Ja. Dat is uh, s'nachts ja. ligt te spelen. Ik vond het vroeger daar, al. Ik had dat zeggen wat. Dat is gelijk Silent The Hill. Dat was, shit oh, dat, was, dat was nog erger. Ja, ja. Silent Hill was nog erger. Ja, dat was echt zo omdat je ook zo je hoort ja, zo'n geluid hoort en, en je hoort ja. die, maar je ziet die niet aankomen ja, je en je denkt in. Zo, ah, ja, ja. ja, ja. Resident Evil moet ik zo die op PlayStation 3 of zo of 2. Heb ik dat zo, een van die eerste gespeeld? Hè? Ten eerste de eerste was op PlayStation 1. Eén, één, ja, ik heb die toen in 1996. En en net gekomen. allemaal blokjes, maar dat was uh, de eerste keer dat er dat zo was het eerst, was, ja. stilte was. Stilte ja, was. Ja, en dat ja. was verschrikkelijk. En die speelden ook met andere camera-standpunten. Oh. Ja, die was hey, altijd zo 2D, en, uh, maar die speelden zo dat je bijvoorbeeld een kamer in kwam, dat er zo in één keer zo in, in die hoek zo weegt, boef, En dan zo, ja, ik wil eigenlijk wel heel graag zien wat daar achter de hoek is. Ja, pg, dan moet erin. Ah, ja. ja. Eh. Nee. Uh, ja, laat het. Het is zo waar. Dus dat, dat, dat speelde heel veel met suspense en zo. Nee? Ja, maar ik was hadden, geen held, ik was geen Je hebt een op... nee, nee, game nee, mechanic nee. en dat is: die, je komt een monster tegen uh -huh. en normaal ja, in het spel moeten we vechten tegen dat monster. Maar die hebben zoiets Nee, hebben we gewoon niet laten vechten. Dus je moet eigenlijk allemaal opdrachten doen in dat huis en dat beest zit constant op uit te jagen ik hoort, mm -hmm. dus je zei ja dat zijn raadsels dat je moet oplossen dus je moet stukjes gaan halen daar daar en constant door je zo voetstappen zo boop, 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 dat dat dichter komt en dan moeten we gaan lopen en dan oh, terug dat is mm -hmm. en, en daar zie je ook me... wat belangrijk hoe, 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 hoe belangrijk geluid is ja, ja. ja, ja. dat is echt ja. het belangrijkste want ik herinner mij vroeger ook dat wij dat aan het spelen waren en dan zo van ja letterlijk ja, kom die spanning die wordt hier uh, dus te ondraaglijk en dat wij gewoon de dat geluid afzetten van een tv en dan zo een cd van eminem of zo opzetten en dan was dat zo oh, oh yeah, dat, je ja. verziet gewoon niet meer om dat oh er komt er wel een maar geluid ja dat, 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 doet, dat, alles, komt, dat ja. doet echt alles dat is niet normaal misschien om eens gewoon om te te eindigen mm -hmm. super bowl oh, eminem heb je dat nog nee, niet gezien de trailer oh man man nog ja niet, als je, als je hip van de jaren negentig uh, lover ze, dan uh, Nee, maar moeten er niet even een nummer onder ja, We gaan hem even zien. Uh, Alex, je gaat echt, hoe kwaad dat je misschien ook zegt. Ik ga even, kuh, even kuh. niet kwaad hoe zijn. Hoe boos dat jij zegt in het dagelijks leven, Alex. <laughs> het is een... The angry The old man. Yes. Gewoon, even, okay. gewoon even genieten. Ja. Van deze ook? of de reclam? Horen ah. wij dat in onze kopdelen of moeten we die even even Nee, wacht. Ik moet even zien. <laughs> Hoe komt dat geluid hier niet op? Is, is er op YouTube of? Het geluid zitten. stond niet op. Het wint groot. Oké. Okay. Dat... Een trailer van die dingen dat je gewoon moeten play moet god hebben. gaat God. weg God. Rap God. A rap God. Rap God. Dat is gestoord in mijn deze stuk. Ja. Die mij geld in de Superbowl, maar ah, mij. Dat is wel heel cool. <laughs> <laughs> Die blijft zo graag ook. Ja, ra, ra, ra. Maar gewoon vandaag ja. en dag, zo'n oude mensen die ja, ja. dat gaan doen. Ja. Die hebben de, de kaart van de 90s getrokken. Gouden tijd van een hip-hop, man. Ja. Sorry, I said it. Zal dat zijn? Er is niks beter na, ze. Do not attempt. Dat was echt een hele oude man-uitspraak, bij <laughs> <waarvan> we... <laughs> <laughs> je Dat eens deur. <laughs> you old fart. Dat <laughs> is <laughs> Oh, the queen, queen of hip hop. Halfing of Mary, ja, Mary J Blige. God damn. Heb je dat nog niet gezien, Alex? Nee, ik heb dat nog niet dat gezien. Schoon, dat is toch gewoon, dat is toch veel goed. Dat is mega goed, man. Ik heb dat toch niet gezien, eerlijk gezegd. Nee, nee. Maar dat is een tijd dat ik hip hop gaan. ook niet erg volgde, nee. Nee, nee, maar dat is, nee, yeah. nee, maar dit is gewoon recent, hè. Dat is gewoon een yeah, trailer yeah, 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 voor de voor uh, de voor uh, de Super Bowl. Hoe heet dat? met de Super Bowl show. Half show. Oké. Maar die allemaal meedoen. Ja, 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 dat is echt. Die komen nog allemaal samen, hè? dat is eigenlijk een ding. Bangelijk, man. Dat is gewoon wel de mega-show. Drei dan ook, ik ken niet anders. Jezus. Geduld, geduld. Oh. Hij oh. <laughs> ja, is onderzoek al een anciën. Kendrick of wel, hè, yeah. man. Jesus Christ. Dat is een van mijn favoriete hip hop platen van de laatste jaren. Dat is die to pimper butterfly van hem. Dat vind ik een mega plaat. Ja. Zo'n jazz hip hop plaat, nee, maar wel ja. echt heel graag. Ah, die is een flow man. Ja, dat is echt nee. ja. out of this world. Fuck you haters. Die doet ook zo rare dingen ja, ja. met zijn stemmetje. Dat vind ik dat ik kijk tof vind. Die is een bal, die is een bal, yeah. yeah, oh. die is een bal. Dat is toch zo goed. dat is graag. Graaf je CGI. Nee. Dus dat is niet nog... echt, hè, die piano? In ontzettend kunnen je dat niet doen, hè? Dat is eigenlijk het jammer, hè? Dat is de cirkel ter grond. <laughs> voilà. De dus zee is dan niet, <laughs> niet <voilà>. proper genoeg. Ik <laughs> krijg je keken wel niet, no Graaf, Maar Raken denkt. Stil. Damn! Waar, 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 <laughs> ik heb een stage, stage dan bij jou, mensen. Ja. Oh man. <laughs> Ken je die, Dr. Dre? Nou, wou het je. Al die muziek dat erin komt, ja, dat ken ik wel. Ah, maar vind je dat goed? Ja, ja. Ik durf geen nee zeggen. Je moet je alibi op maken? Je moet juist wel nee durven zeggen. Godverdomme toch. Oh man. Yep, ze komen allemaal samen. Oh. Hoe kan zou dat als na to pack er zo net komt komen. Maar ja, je weet het. Chris, Krijg je mee? We need you now. Ja, ja, kom op, Chris, je mee? Deep fake the shit out of this dat is gewoon een goede show worden, denk ik god damn 50 euro de zeker is dat die krijgen ze weten toch gewoon Alex heeft toe. slim shady baby ik vind dat bekend hetzelfde niveau als onze uit aflevering ja net niet net niet wel ik moet die show wel zien maar dat zal wanneer is dat ja en Scott dat bij het Super Bowl dat is binnenkort dat is heel recent denk ik Tom Brady is ermee gestopt ja uh, fuck that. Valentijn. Valentijn. Sorry, baby. Uh, Superbowl. <laughs> Dr. Dre. ja mm -hmm. graaf, man. God damn. Goed, ja ik heb het gevoel dat dit nog tot in de oneindigheid kan doorgaan. Wat natuurlijk ook de bedoeling is van een Sunday roast. Dat het just a bunch of guys shooting the shit. <laughs> dus uh, in ieder geval, Angel en Toon, merci om langs te komen. Het was mega cool. Um, Marijke, ik hoop dat je het niet te vreselijk vond van hier tussen te zitten luisteren naar vier oude mannen die wat allee, ouder en nog ouderder ja, ja. geen idee, we zullen wel zien in ieder geval, dat was het voor deze Sunday Roast uh, aflevering er komen er zeker nog meer, want ik vind dit gewoon te leuk um, wij zijn Welcome to the AA dat is Andries, ik ben Alex en volgende week zijn wij er weer terug when we make Monday great again de eerste stap op de weg naar herstel is het bekennen dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Ah, iets zeer aan je gehech. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste daten feest. Klippers op de the... middernacht. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.